Toon de biografie door Jacques Kleuters. Omslagtekst. Toon Hermans was de meest geliefde Nederlandse artiest van de 20 e eeuw. Hij stond met zijn shows maanden achtereen in Carré. Wanneer die op de televisie vertoond werden, keek heel Nederland. Hij haalde de hoogste kijk- en waarderingscijfers uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Hoewel Toon meer dan tien jaar geleden stierf, is hij nog lang niet dood. Zijn werk bevatte geen actualiteit en was bestemd voor iedereen. Hij gaf niet om kennis en richtte zich meer op het hart dan op het verstand. Wel nu kennis verouderd, het wezen van de mens niet. Toon sprak veel over zijn jeugd, zijn gezin en over zichzelf op het toneel. Hij schreef zijn memoires, we dachten alles van hem te weten, maar Toon wist precies hoe diep het publiek in zijn ziel mocht kijken. Jacques Leuters, eminent cabaretkenner en theaterwetenschapper, deed jarenlang onderzoek naar het leven van Toon Hermans. Wat voor een jeugd had hij? Wat betekende Sittard voor hem? Hoe is hij de oorlog doorgekomen? Was hij altijd zo zonnig of had hij ook een duistere kant? Waar haalde hij zijn blijheid vandaan? Hoe was hij met vrouwen? Werkten zijn mensen graag voor hem? Hoe groot was hij internationaal? Wat betekende Rietje voor hem? Hoe voedde hij zijn kinderen op? Was het een aardige man? Hoe leefde hij eigenlijk? Waaraan is hij gestorven? Hoe komt het dat zoveel mensen nog altijd van hem houden? Op deze vraag geeft Toon, de rijke, liefdevol geschreven biografie, het antwoord. Jacques Leuters, geboren in 1946, maakt deel uit van de cabaretgroep Donkey Shocking en is presentator van het populaire radioprogramma The Sandwich. Hij is de samensteller van veel geprezen bloemlezingen. Omdat ik zoveel van je hou, ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Zo de oude zongen. En samen met Lisa Wade van de dvd-box met one-man-shows van Toon Hermans, waarvan 40.000 exemplaren. Werden verkocht. Inleiding. In de ochtend van 29 mei 1989 werd ik gebeld. Ja, u spreekt met Toon Hermans. Verpletterende stilte. Bent u dan nog? Oh, goed zo. Ja, nou ja, we kennen elkaar niet, maar ik zoek wat buitenlandse liedjes. En Kees van Kooten zei dat u daar veel van weet. Toon Hermans had mij nodig. Ik was erg vereerd met de belangstelling, maar liet dat niet blijken. Toon was een idool uit mijn kinderjaren. Tijdens mijn jaren bij het linkszinnige cabaret Donkey Shocking was ik hem gaan zien als iemand aan de andere kant van de generatiekloof, over wie we scherpe grappen maakten. Het was lang geleden dat ik een programma van hem had gezien. U heeft misschien gehoord dat ik weer optreed. Alleen voor de pauze heb ik een voorprogramma en dat is nog niet goed. De mensen die dat doen, Gemma van Eck en mijn zoon Maurice, zijn niet slecht, maar er is niet goed over nagedacht. Misschien kunt u eens langskomen om het repertoire eens te bekijken. Ja, wanneer? Kunt u vanmiddag? In Hilversum betrad ik die middag een onopvallende oprit met een groot huis erachter verborgen. Toon zat in een oude blauwe pullover op een roestige home trainer bij de voordeur. We raakten ogenblikkelijk in gesprek. Ik stond en hij fietste. Ik zei dat het blauw van zijn trui me aan de Mediterranee deed denken. Hij zei dat hij ooit een azuurblauwe affiche had gezien met één woord erop en dat hij toen ogenblikkelijk die vijf noten hoorde: Mediterranee. Dat was het begin geweest van een van zijn beste liedjes. Ik vertelde heel zelfbewust dat ik bezig was een show te maken voor Carré, Adèle in Casablanca, en dat ik soms wel veertien dagen over een tekst deed. Hij schreef een liedje in vijf minuten, zei Toon, maar soms deed hij er ook wel drie maanden over. We tutoieerden elkaar ogenblikkelijk. Ik heb er in de tien jaar dat we met elkaar omgingen vaak op gelet of hij zelf aangaf of hij meneer Hermans of Toon wilde worden genoemd. Maar hij gaf dat niet aan, ieder moest het zelf maar uitmaken. Zijn orkestleider noemde hem meneer Hermans, andere muzikanten zeiden Toon, zijn accountant zei meneer en de vuilnisman zei Toon. In dat eerste gesprek naast die home trainer hadden we het over van alles en nog wat. Over theaterplezier van Floris Meslier, waarbij hij in zijn jonge jaren had gewerkt... Over zijn verwondering over het feit dat je bij het schilderen altijd lang moet nadenken over de compositie, terwijl koeien in de wei altijd op de juiste plek staan. Over het instituut kerk, waarin hij niet geloofde, wel in de ziel die voortleeft. Hij had het zelf gezien toen hij zijn vader had zien sterven. Het was een klein groen ovaaltje dat verdween en niets achterliet dan een dooie massa. Hij sprak over de filosoof Blaise Pascal. Die die zei te hebben vertaald in de oorlogsjaren, over inspirerende figuren als Jezus en Gandhi, die een grote held van hem was, en over de Bhagavad-Gita, een heilig boek waarvan hij zei dat hij het tien keer had gelezen. Hij gebruikte soms rare uitdrukkingen, noemde iets bijvoorbeeld een voorspiegelung falscher taatsachen en sprong van de hak op de tak. Je bent een leuke man. Ik kan lekker lullen met je, zei hij. Je doet me denken aan die Duitse televisiecabaretier. Hoe heet die? Pieter, Gieter, Dieter Hildebrand, zo heet hij. Wat hij kan, kun jij ook. Zoiets moet je gaan doen. Ik ken je niet, maar ik zie dat je dat in je hebt. Heel goed dat je met dat shocking blue, of hoe heette dat, bent opgehouden. Het is heel interessant wat jij te melden hebt. Jij wordt nog heel groot, en ik weet dat, want ik vergis me nooit in mensen. Later pas zou ik merken dat Toon vaak mensen van wie die iets wilde het gevoel wist te geven dat ze heel bijzonder waren. Hij bracht ze in een soort roes. Korte tijd was hij enorm in ze geïnteresseerd. Zonder dat ze het in de gaten hadden, richtte hij zijn warme volgspot op hen, tot hij weer een nieuw object had gevonden. Daar die spot oprichtte. En die eerdere mensen zich gingen afvragen waarom ze het toch zo koud hadden gekregen. Ja, we zouden het eigenlijk over dat voorprogramma hebben, maar we kwamen in de filosofie terecht. Kun je eerdaags niet nog eens terugkomen? De volgende dag was ik er weer, en ook de dag erna, en we genoten van elkaars gezelschap, zonder dat we het ooit ergens over eens waren. Ik merkte dat hij het wel spannend vond dat ik hem zonder veel ontzag tegensprak. Hij probeerde mij te imponeren met zijn belezenheid en zijn filosofische inzichten, maar ik was niet zo geïnteresseerd in zijn filosofie, en al helemaal niet in zijn visie op God, die volgens mij niet bestond. Nee, geloof je echt niet? Nou, dan mis je wel de essentie van alles. Hij sprak graag over zijn versjes, en hij vermoedde dat ik er niet zo stuk van was. Hij liet me er een lezen dat in een tijdschrift stond afgedrukt. Zei dat hij het zelf niet zo bijzonder vond, maar bleef me onderzoekend aankijken, terwijl ik het tot me nam. Ik zei dat hij na één couplet al had gezegd wat hij wilde, en dat de rest overbodig was. Een boekontwerp dat ik bij me had van een bloemlezing die ik ging uitbrengen, nam hij mee naar buiten. Hij bestudeerde de dummy intensief in de zon. Hij kwam het commentaar op het formaat, de letter, de bladspiegel, en vooral op de kleur van het omslag. Ik wil het eerste exemplaar wel in ontvangst nemen, zei hij. Dat is goed voor de reclame. Ik reageerde terughoudend, wat hij maar vreemd vond. Het waren niet zijn filosofie en zijn versjes die mij imponeerden, het waren vooral zijn trefzekere opmerkingen over het vak. Praten over het vak noemde hij kitchen talk. Dat was niets voor het publiek, vond hij. Maar met artiesten onder elkaar was het wel aardig. Hij had het over. Dat gelul over timing, en dat het vooral interessant doenerij van leken was om het daarover te hebben. Een goede timing heb je, of heb je niet? zei hij. Dat is een natuurlijk gegeven, net als gevoel voor ritme. Er zijn zoveel andere dingen die interessanter zijn om over te praten. Het juiste tempo bijvoorbeeld, vertragen, versnellen, het kleuren van je stem, de juiste plaatsing van je grappen. Waar leg je ze neer bijvoorbeeld? Schop je ze van beneden naar boven de zaal in, of plaats je ze boven en laat je ze omlaag rollen? Hoe hou je een voorwerp vast? Hoe kom je op? Wat doe je met je ogen? Wat doe je met je gezicht? Je weet toch wel dat je drie gezichten hebt? Toon hield zijn mooie, expressieve handen naast zijn hoofd en keek me triomfantelijk aan. Ik begon s'avonds dagboeknotities te maken en dingen op te schrijven die hij had gezegd in een wit boekje, waarop Toon in zijn karakteristieke handschrift zijn naam had geschreven. Ik noteerde er ook mijn vragen in: Wat is dat met de kleur blauw? Wat heeft hij toch met appels? Bomen zijn belangrijk. Ik noteerde de mooie anekdotes die hij me vertelde. Dat er eens een zangeresje bij hem langs was gekomen voor advies. Ze moest voor Nederland uitkomen op het Eurovisie Songfestival. Het is een aardig liedje en je hebt een lieve stem, had hij gezegd. Maar of ze zou gaan winnen kon hij niet zeggen. En advies? Tja, zijn advies zou ze toch niet opvolgen. Jawel, natuurlijk doe ik dat, had ze gezegd. Daar kom ik toch voor? Oké, okay, had Toon gezegd. Het is het belangrijkste moment in je carrière. Je wilt er alles uithalen wat erin zit. Je komt op. Er kijken 50 miljoen mensen naar de TV. De dirigent zet in. En op het moment dat jij moet zingen, laat je je op de grond vallen. Je telt tot duizend en staat niet op. Dan komt er na een eeuwigheid iemand die je optilt en wegdraagt de coulissen in. Je hebt niet gezongen, dus je zult niet winnen. Maar niemand zal ooit meer over de winnaar spreken. Je wordt gevraagd door alle tv-stations van Europa om op te treden met dat liedje. Je zegt ja op alle aanbiedingen en vraagt vreselijk veel geld. Maar dat liedje weiger je te zingen, want dat heeft je zogenaamd ongeluk gebracht. Ach, je wordt sowieso een datum in de wereldgeschiedenis, want iedereen zegt voortaan, dat was toch dat jaar dat dat meisje flauw viel op het zongfestival? En, heeft ze je advies opgevolgd? vroeg ik. Tegen beter weten in. Nee, natuurlijk niet. Het was een zangeres en zangeressen willen zingen. Ik was geïmponeerd en nam het in goed vertrouwen aan dat het allemaal waar gebeurd was wat Toon vertelde. Inmiddels weet ik het zo net niet meer. Toon had soms fabuleuze inzichten, die in elk geval berusten op vakkennis en een sterke intuïtie, en volgens hem zelf paranormaal waren. Jij werkt toch voor Adèle? Je moet tegen haar zeggen dat ze moet uitkijken dat ze niet ontploft. Hoe ik dat bedoel? Nou, ze zal nu toch ook wel dik over de vijftig zijn. En ik zag laatst een affiche van d'er, zo helemaal opgepompt als een fem van vijfentwintig. Besef je wel hoeveel kracht het kost om die pose vol te houden? Ieder jaar meer. Op dat affiche zag ze eruit als een rubberboot die op knappen staat. Het was interessant om Toon over artiesten te horen praten, want in het openbaar deed hij dat niet. Als iemand vond dat hij aan de top was gekomen, dan meldde hij zich bij Toon voor een audiëntie. Dat hadden Paul van Vliet, Zet Gijken maar Herman van Veen en Vreek de Jonge al gedaan, en ik zou meemaken dat Joep van het Hek, Paul de Leeuw, Bert Visser, Arjan Ederveen en het Jiskevet team bij hem op de stoep stonden. Bij het overlijden van Toon schreef Freek de Jonge treffend dat men de grote man de zegen kwam vragen. Toon liet zich de rol van Nestor van het cabaret graag aanleunen, maar hij had het niet zo op het genre. Hij had niks met die mensen, zei hij. Het waren geen echte artiesten. Artisten zijn leuk ook als ze geen tekst hebben. Cabaretiers werken volgens het bruiloftsprocedé, zei hij. Hij vergeleek ze met een bende lollige familieleden die op een bruiloft komische toespraken houden, met steken onder water waarom iedereen vreselijk moet lachen, maar die je als buitenstaander niet begrijpen kan. Toon begreep ze ook niet, de cabaretiers wist niet waarover ze het hadden en kon ze hoogstens bewonderen in verwondering. Iemand als Freek de Jonge vond hij fascinerend om naar te kijken. Ik zou een boek kunnen schrijven alleen over hoe hij zich beweegt. Maar hij snapte absoluut niet waar hij het over had. Hij herkende meteen het grote talent van Joep van het Hek, Paul de Leeuw en Frans Theeuwen, maar hij vond ze onnodig hard en te chockerend. Bert Visser vond die aanvankelijk te druk en te luidruchtig. Hij heeft een goede kop, maar hij doet er te veel mee. Hij moet zuiniger zijn met zijn expressie, anders verslijt hij hem voor de avond om is. Die grappen van hem ook. Hij knoeit ermee, doodzonde van het materiaal. Maar tijdens de laatste tv-show die hij van hem zag, belde Toon me op om te zeggen dat hij zo zat te genieten, dat hij hem intussen toch wel een grote vond. Tot mijn verbazing had hij bewondering voor amateuristisch aandoende zangers als Ischa Meijer, Joop Visser en Hans Dorrestein. Nu begrijp ik dat het de overwinning van het lijden door de humor was, dat hem zo aansprak in hun werk. In de laatste jaren van zijn leven, toen hij na de dood van Rietje alleen was, belde hij me vaak s avonds. Nederland twee Pavarotti. Hij heeft al drie toegiften gegeven. Wat een applaus, hè? Moet je op die zakdoek letten. Zolang hij die omhoog houdt, klappen ze. Kijk, nou laat hij hem iets zakken. Hoor je het applaus minder worden? Ja, zo gaat hij goed. Nog even en hup, daar gaat de zakdoek weer omhoog. En ja hoor, daar klappen ze weer. Wat een vakman, hè? In de pers zei Toon nooit iets onaardigs over collega's. Hij ontweek de vraag of zij iets algemeens. Een enkele keer had hij voor De Telegraaf moeten opdraven in de rol van een van de grote drie, samen met Wim Kan en Wim Sonneveld. Maar hij zei me dat hij hen nauwelijks kende en dat die ook niet veel met ze had. Nu weet ik dat de waarheid veel gecompliceerder was en dat er tussen hen bewondering... Afgunst, ruzie, roddel en verzoening was geweest. Om onbekommerd te bewonderen moest Toon naar het circus of naar een sportwedstrijd. Hij was goed bevriend met wielerheld Jan Derksen. en hij ontmoette bij hem thuis ook eens een bevriende leeuwetemmer. Het zat Toon wel eens dwars dat hij zo weinig waardering voelde voor Nederlandse artiesten. Juist als hij hen persoonlijk kende, hen aardig vond en hun waarderende woorden gunde, maar die niet kon vinden. Als hij daarover klaagde, zei ik altijd dat het voor de Mont Blanc ook moeilijk was om onder de indruk te raken van het kopje van Bloemendaal. Ik heb in Nederland geen collega's, baamde Toon, nooit gehad ook. Al dat gezeur in die artiestencafés vroeger van... Pietje doet dat grapje ook, en Nelly heeft een liedje van er gepikt. Ik werd pas mezelf toen ik besefte dat niet die mensen mijn collega's waren, maar Maurice Chevalier, Sammy Davis, Frank Sinatra, Tony Bennett, Danny Kay. Dat kleine, dat Hollandse, dat moet niets meer voor je betekenen, wil je groot worden. Ik was het meteen met hem eens, maar nu weet ik dat Toon dat gezeur vooral irritant vond, omdat ze vaak over hem zeurde. Iedereen pikte wel eens wat van een ander, hijzelf ook, en hij pikte ook wel van de genoemde buitenlandse voorbeelden die dat natuurlijk nooit in de gaten hebben gehad. Toon vond artiesten ook niet zo leuk om mee om te gaan. Hij was in de loop der jaren als de dood geworden voor de openbaarheid en hij meet plekken waar artiesten kwamen. Vooral de opgefokte en opgeklopte sfeer stond hem tegen. Een echte ster moet demoedig zijn. Zei hij: Ik kon niet uitmaken of hij dat zelf had bedacht, of het had gelezen in de navolging van Christus van Thomas Akempis. Al die artiesten die zo willen scoren, zo doelgericht zijn, zo ontzettend moeten, dat is het niet. Er is geen filosofie die zegt dat je iets erg moet, betoogde hij. Maar toen ik hem beter leerde kennen, merkte ik dat er ook bij hem een enorm verschil bestond tussen theorie en praktijk. Dat hij soms ook heel erg moest, ook wilde scoren, ook doelgericht was, bescheiden was maar ook ijdel, deemoedig en zelfbewust tegelijkertijd. In het openbaar benadrukte hij deemoedig dat hij maar een klein menneke was, dat het ook allemaal maar kwam aanwaaien. Hij deed het voorkomen alsof het allemaal een soort genade was die buiten hem omging. Dat spelen was een plezierig bijverschijnsel, hij deed maar wat. Improviseerde maar wat. Het theater was maar een klein en relatief onbelangrijk aspect van zijn leven, zei hij. Maar hij kon niet zonder. Studeerde zijn werk tot in de kleinste details in. En als hij met een nieuwe show bezig was, stond in zijn gezin alles in het teken van dat theater. Dan bestond er helemaal niets anders op de wereld. En wat een merkwaardig gezin was dat. Ik schrok er soms van hoe die met zijn vrouw omging. Rietje koffie, kon hij roepen, en dan kreeg hij die. Maar het was ook duidelijk dat hij heel veel van de hield. En als ze er niet was, was hij totaal onthand. Hij kon zelf nog geen kop thee zetten. Kennelijk had hij dat nooit hoeven doen. Twee van zijn volwassen zoons woonden met hun gezinnen bij hun ouders in. Soms vroeg ik me af of Moris en Gabi wel voldoende los waren gekomen van hun vader. Ik vond Toon maar een rare opvoeder. Nu snap ik veel beter wat er in dat grote gezin voorviel en hoe het allemaal zo gegroeid was. Maar terug naar het voorprogramma van de show, waarvoor Toon mij bij hem thuis had uitgenodigd. Hij vroeg me of ik hem wilde helpen bij de regie. Ik had nog nooit geregisseerd. En dat was ook nooit mijn ambitie geweest, maar dat was juist een voordeel, vond Toon. Daar sta je de fris tegenover. Ik vond dat een beetje een amateuristische houding, maar het werd me snel duidelijk dat Toon graag zo werkte. Niemand had werkelijk doorgeleerd voor de functie die die bekleedde: praktijkervaring was het belangrijkste diploma. Het voelde alsof ik in een soort circus was terechtgekomen met een strenge directeur, die toevallige bezoekers een bezem in de hand drukte en zei: Jij bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van de stallen. Maar er ging een grote aantrekkingskracht vanuit, en ik kon me er niet meer aan onttrekken, ook ik ging deel uitmaken van het circus Hermans. Het ging me ook enige moeite kosten om mezelf te blijven in de buurt van Toon. Hij fascineerde me zo dat het ging grenzen aan verliefdheid. Ik voelde ook de gedragsnormen van de vaste mensen om hem heen. Het werd moeilijker om hem onbekommerd tegen te spreken. Toch voelde ik dat ik dat moest blijven doen, dat ik onafhankelijk moest blijven van die man en zijn volstrekt eigen wereld. Al na een paar ontmoetingen zei de toen 72-jarige Toon dat de mensen een verkeerd beeld van hem hadden en dat er eigenlijk eens dus een afrondend biografisch televisieportret van hem moest worden gemaakt. Hij vroeg zich af of ik dat wilde maken. Ik aarzelde of ik dat kon. Natuurlijk kon ik dat zei hij. Hij had jarenlang allerlei aanbiedingen gehad van televisiemakers voor een tv-portret, maar hij had nooit eerder het idee gehad dat hij de juiste gesprekspartner had gevonden. Die zag hij wel in mij, zei hij. Ik ging met een gouden staart de deur uit. De repetitieperiode voor het verbeterde voorprogramma van de show vond ik zeer leerzaam. Ik zag Toon regisseren. Zag wat hij belangrijk vond, vooral de sfeer van het geheel. Hij wilde simpelheid en naïviteit. Ik bewonderde zijn kleurbesef en gevoel voor compositie. Ik schrok van zijn soms harde omgang met mensen. Ik werd gegrepen door zijn manier van arrangeren samen met de muzikanten. Ik was jaloers op zijn tevredenheid om heel simpele dingen die die uit zichzelf liet opborrelen en onmiddellijk gebruikte in zijn show, op zijn durf om elke dag weer alles helemaal om te gooien. Het gebeurde steeds vaker dat Toon opmerkingen maakte in de trant van: weet je dat jij een van de weinige mensen bent die ik in vertrouwen neem? Je onthoudt toch wel wat voor anekdotes ik vertel? Maak je notities als je thuis bent? Ik deed alsof dat niet zo was, maar het was wel zo. Anecdotes Verhaal Robbie Powell's Parijs Vakopmerkingen Bij een sortie nooit diagonaal afgaan, altijd rechte poot in, anders verlies je kracht. Plannen Wil nog eens een programma maken met een leeg toneel en een keukenstoel, waar toevallig wat gebeurt. Moeiteloosheid, natuurlijkheid is alles voor hem. Opmerkingen. Je moet op het toneel zo natuurlijk mogelijk zijn. Een beetje onnatuurlijk zijn in het dagelijks leven is veel minder erg dan op het toneel. De plannen voor een serie televisie-interviews werden concreter. Toon wilde het liefst dertig programma's van een kwartier. Dat is er nog nooit geweest, op de hele wereld niet. Dat was een belangrijk argument voor hem. De mensen hadden een verkeerd beeld van hem. Dat moest nu maar eens worden rechtgezet vond hij en dat zouden wij samen gaan doen. Het moest een psychologisch portret van toon worden. Niemand kent mij zei hij want als clown krijg je niet de gelegenheid om je kenbaar te maken. Pas jaren later na de dood van Rietje en Toons verhuizing naar Bos en Duin kwam het ervan. Nou ja, een dertigdelige serie werd het niet. De Vara wilde een vierdelig portret van Toon uitzenden. Gewoon Toon ging het heten. Ik ging researchen, nam als assistente Ida Schrijver mee, met wie ik ook bij het Theaterinstituut Nederland jarenlang prettig had samengewerkt. Zij dook in het archief van Toon Hermans dat nodig moest worden geordend. Toon vond dat ik die televisieserie ook moest regisseren. Daar is niets aan. Je maakt toch ook radio, dat is precies hetzelfde. Gewoon goede vragen stellen, een mooi gesprek voeren en naderhand knippen, dat kun jij ook. Ja, maar het licht en de plaatsing van de camera's toon, daar gaat een regisseur toch ook over. Dat kunnen we altijd aan Gabi vragen, die is er gewoon bij en anders vragen we het aan ome Bert. Ga eerst maar eens naar Bert om te vragen hoe je het doen moet. Zeg maar dat ik je heb gestuurd. Ome Bert... Was Bert Haanstra, de bekendste filmregisseur van Nederland? Hij had een studio met bioscoopzaal in zijn tuin en een glazen kast vol oscars, gouden beren en wat de wereld nog meer aan filmonderscheidingen uit te reiken heeft. Aan hem moest ik vragen waar ik de camera's moest neerzetten. Ik vroeg hem of hij dat tv-portret niet wilde maken, hij grijnsde. Daar begin ik niet aan. Kijk, Toon is een dierbare vriend van me en ik ken hem goed. Maar wat ik van hem zou willen laten zien, dat laat hij nooit aan het publiek zien. Zo ver krijg je hem niet. Toon blijft altijd in controle en laat alleen die kant van zichzelf zien die hij kwijt wil. Ik doe het niet, zonde van mijn tijd. Ik dacht, dan doe ik het zelf wel. Iets is beter dan niets. Ik bereidde me goed voor... Nam me voor op zoek te gaan naar de schaduwkant van Toon's leven. Waar haalde hij de kracht vandaan om zo intens zonnig te zijn, vroeg ik me af. Ik maakte lange lijsten met thema's waarover we zouden gaan praten. Wat betekent de kleur blauw voor jou? Wat is dat met die heilige Gemma? We zouden een week lang praten in het zinger in Laren en een week bij hem thuis in Bos en Duin. Leverde een stapel van 35 bandjes van een half uur op waarop toon zijn levensverhaal vertelt, filosofeert over zijn vak praat, gekkigheid maakt en één keer tranen in zijn ogen krijgt. Wat kan een biograaf zich beter wensen? Toch heb ik er minder gebruik van kunnen maken dan ik aanvankelijk had gedacht. Ik kwam erachter dat Ome Bert gelijk had, en dat ik die ware toon niet te zien had gekregen. Wat de kijkers zagen was de toon die hij aan het volk wilde tonen. En het verhaal dat hij vertelde was soms gewoon. Ein voorspiegelung falscher taatsachen. Feiten die heel vaak niet klopten. Verhalen die heel vaak zo niet gebeurd konden zijn. Zaken die heel vaak anders in elkaar zaten dan hij ze deed voorkomen. Leugens, soms. Maar veel vaker was zijn keuze gewoon de keuze voor het mooie in plaats van het ware verhaal. Voor het wonder van de toevallige ontmoeting in plaats van de geplande afspraak. Voor het instand houden van het mysterie in plaats van de nuchtere opheldering. In dit boek, Tien jaar na Toons dood, ga ik op zoek naar het ware verhaal. Ik schilder een portret van hem dat volgens mij goed lijkt. Mijn portret van Toon Zoals ik hem schilder, zou Toon zich nooit aan het publiek hebben laten zien. Zo ver heb ik hem nooit gekregen. Maar over mijn werk heeft hij geen controle kunnen houden, zodat ik toch ook de kant kan laten zien die hij tijdens zijn leven niet kwijt wilde. Het respect dat ik voor Toon had, is gebleven. Het respect dat ik voor zijn vrouw en kinderen had, is, naarmate ik meer te weten kwam, enorm gegroeid. Ik hoop dat ik nu een compleet mens kan laten zien. Drie mensen eigenlijk. Toon Hermans, de artiest op het toneel. Toon de familievader, de minnaar, de man in de publiciteit, de schrijver, de werkgever, de vriend. En tenslotte ook nog de kleine Teun, die altijd diep in hem verborgen zat. Een angstige, maar dappere jongen uit Sittard. Sittard 1916-1942. Een azuurblauwe hemel. Licht glooiend land met gele korenvelden. Holle zandwegen en een bosrand. Hoge bomen naast oude boerderijen met witte gevels en grote groene poorten. Een breiende oma voor de deur. Geraniums op scheve vensterbanken. Een gietijzeren tafeltje met een schaal appels. Hier en daar een beekje of een waterplas met wat zilveren berken eromheen. In het wijvende koren zoenende paardjes, verscholen tussen de gele halmen. Langs de kant helblauwe korenbloemen, vuurrode klaprozen en volop bloeiende bomen. Kijk naar de schilderijen van Toon. Zo herinnerde hij zich het Limburg van zijn jeugd. En zo schilderde hij het nog, toen het al lang was verdwenen. Nood. De vroege herinneringen aan Sittard en Villa Zomerlust heb ik samengesteld uit regels uit zijn bundeltje Sittesje Leidjes 1941 en uit herinneringen van Toon Hermans zoals hij die opschreef in zijn Levensboek 2001, de boeken De Danstent in de Wei 1982 en het dagboek Tussen mei en september 1976. Dit laatste boek is verschillende keren herdrukt met verschillende paginanummering. Daarom heb ik de dagtekening gebruikt als aanduiding. In het archief Prik in het KDC in Nijmegen bevindt zich een uitgebreide typoscript van dit werk, Hermans 1973a. In 1991 had ik een uitvoerig interview met Toon Hermans voor het televisieprogramma Gewoon Toon. Het ruwe materiaal bestaat uit 35 tapes van ongeveer 25 minuten, die in het archief van de stichting Toon Hermans worden bewaard. Van het allergrootste belang voor de informatie over Toons jeugdjaren zijn de naspuringen van de Sittardse historicus Harry op Den Kamp. Hij publiceerde zijn bevindingen in een artikel. In Sittardse Cultuurdragers, 1299-1999, uitgegeven in 1999, later uitgebreid en verbeterd in de catalogus Teun, Toon, Van Droom naar Roem, 2001. Einde noot. Sittard lag op een kruispunt van wegen. Van Sittard naar België was het twee uur lopen. Duitsland lag heel dichtbij en Holland was ver weg. Sittard met zijn herbergen, hoefsmeden, wagenmakers en een drukke markt was een pleisterplaats voor doortrekkende reizigers en handelaars. Er stroomde een beek door, de Geleenbeek, die zich splitste in de Molen en de Keutelbeek, met hier en daar een oude watermolen of een bierbrouwerij erlangs. Het stadje was het centrum van een agrarische streek met dorpjes als Guttekoven of Bingelrade, waar Toons grootvader... Peter Caspar Hermans schoolhoofd was geweest. Had Toon Hermans zijn dichttalent van Open Hermans, die elk jaar furoren had gemaakt met gelegenheidsgedichten, zelfs een op Koning Willem III? Hij wist het niet, want Teun, zoals Toon Hermans in zijn Limburgse tijd werd genoemd, had zijn grootouders van vaderszijde nooit gekend. Noot met Teun werd in Sittard Antoine Gérard Théodore Hermans bedoeld. De op 17 december 1916 in Sittard geboren tweede zoon van Jean-Baptiste Nicolas Hermans en Maria Elisa Josephine Dullens. Net als Harry op Den Kamp maak ik een onderscheid tussen de Limburgse Teun Hermans, die overigens door zijn moeder Tony werd genoemd, en de latere artiest Toon Hermans. Ik gebruik in het boek de afkorting toon wanneer ik hem citeer uit interviews of boeken. Einde Het was een smal stukje Limburg dat in het eerste kwart van de twintigste eeuw grote veranderingen doormaakte toen iets ten zuiden van Sittard de mijnen opengingen. In plaats van koeienakkers en boeren gingen nieuwbouwwijken en verkeerswegen het aanzien van de streek bepalen. Er werd een stoomtram aangelegd van Sittard naar Heerlen. Sittard werd de toegangspoort tot de mijnstreek. In Limburg heet een heuvel een berg. Sittard ligt in het zuidoosten tegen de Kolleberg aan, die wel 100 meter hoog is. Aan de voet van die berg, waar nu een villa wijk begint, lag vroeger Café Beukenboom, een uitspanning met een speeltuin. Daar dronk het gezin Hermans op zondag thee en limonade aan een gietijzeren tafeltje in de schaduw van de eeuwenoude beukenboom. Daar vandaan was het niet ver naar de oude, holle, kolleberger zandweg die omhoog liep, helemaal naar de Tomel. Onderweg kom je heerlijke plekken tegen waar kinderen nog altijd ravotten. Er is een diepe zandafgraving waar Teun vanaf roetste tot hij geen zitvlak meer aan zijn broek overhield. Met half vaste, de vierde zondag van de vaste periode, rapen de zittardse kinderen daar ieder jaar krombrood, ter herdenking van Jezus' wonderbaarlijke vermenigvuldiging van brood en vis. Teun sneed er wilgetakken af en wist het laatste koolmeesje te vinden. Moeder liep graag en vaak mee naar boven met haar zoontjes, die op zondag een wit kraagje op hun jasje hadden en een flesje aukauk, dropwater bij zich droegen, dat ze af en toe flink schudden. Ze waren dan met stapels hagelwitte boterhammen in een karbisje op weg naar de oude Sint-Rosa-kapel. Onderweg naar boven kwamen ze zeven voetvallen tegen, gedenkplekken waar episodes uit de leidensweg van Christus waren verbeeld, zoals Voetval 3... Jezus wordt vredelijk gegezeld. Het geloof werd vurig beleden in Limburg. Het bestaan van God was geen discussiepunt. Het was een gedeelde ervaring dat er iets bestond wat je verstand te boven ging. Note. Ik volg hier voor een groot gedeelte de opvattingen van de filosoof Charles Taylor in het eerste hoofdstuk van zijn boek Een seculiere tijd. Taylor 2009. Eindenoot. Er waren nauwelijks mensen die niet gelovig waren. Het geloof was de enige mogelijkheid waarmee je het bestaan kon grijpen. Religieuze verhalen maakten duidelijk waar je vandaan kwam en waar je naartoe ging. Dat verhaal was concreet geworden in de stenen van de kerken en kapellen en werd afgebeeld in glas in loodramen en beelden. Overal staken kerken vermanend hun torens in de lucht. Vinger Gods, wat zijt Gij groot. Thuis bood het geloof troost bij het Mariabeeld. De moeder van Jezus stond dicht bij de mensen, ze begreep alles. Der voorspraak verschafte toegang tot God. Teun had een wijwaterbakje op zijn kamer waarin hij zijn vingers doopte voor hij een kruisteken sloeg. Hij bad een ochtendgebed en lag samen met zijn moeder neergeknield voor zijn bed voor het avondgebed. Het geloof in God was de garantie dat geesten en duivels het nooit zouden winnen. Er was machtige hulp van engelen en heiligen. De kerk herdacht zijn heiligen op vaste dagen van het jaar en bepaalde daarmee de kalender en het gedrag van de mensen. Sint Joep bracht de jaarmarkt met zijn kooplieden en vechtende boeren, en dan wist iedereen dat het voorjaar eraan kwam. Op 13 juni mocht Teun zijn zondagse pak aan en kreeg hij cadeautjes, want dan werd de naamdag van de heilige Antonius van Padua gevierd, zijn patroonheilige. Dan stond er een bos bloemen bij het heilige beeld op de schoorsteenmantel. Met Sinter Jacob moest het koren in schoof op het land staan en met Sint Rosa op 30 augustus wisten de mensen dat voortaan s'avonds de lampen weer aan zouden moeten en dat het in Sittard kermis was. De klim naar de Sint Rosa kapel moet voor de diepgelovige moeder van Teun een goede gelegenheid zijn geweest haar geloof over te brengen op haar kinderen en hun vragen te beantwoorden. In een van zijn shows vertelde toon Hermans dat hij als kind zijn moeder had gevraagd naar de pinkelende sterren in de nacht, en dat ze toen had gezegd dat die lichtjes gaatjes waren in de vloer van de hemel. Zo simpel en zo mooi was het geloof dat Teun als kind kreeg bijgebracht. Het leven had zijn betovering nog niet verloren, en het kinderlijke was steeds met het mysterieuze verbonden. Ze trokken omhoog, de gelovigen, op de laatste zondag van augustus in een lange processie naar de Sint-Rose-kapel, en dan rook de wind naar wie je rook, en hoorde je de gebeden hoog opstijgen naar God. Dat moet God toch horen, nee, dat kan niet missen, die lieve lange rij, Harry Houben, Jean Lefebvre, Mia Frissen, Schenkske Plaum en Anneke Corbey. Ze voelen even in hun bloed iets heiligs kriebelen. Dat doet die vier ook, en dat triomfaan geluid, als boven alles uit de heilige beelden wiebelen, dan ziet het volk er anders uit. Zo wilde hij zich de Sint-Rosa-processie herinneren, en met dit lange gedicht dat hij in de laatste jaren van zijn leven schreef, riep hij de gelovige tijd weer op: Sittard. Het oude vestingstadje was een kleine stad, een lieve stad, omringd door mooie hoge aarde verdedigingswallen waar je leuk wandelen kon. Teun hield van de boom op de wal waar je in kon klimmen, die als buutplaats diende bij spelletjes en die later gingen dienen als rugsteun bij de eerste zoenen. Aan de noordwestkant liep de hoge spoordijk waar jongens de treinen nawijfden en nadroomden. Hier is die hoge spoordijk, waar ik uren lag te kijken naar dampend grijze treinen met het ijzergeluid, waar nog steeds de wissels janken over het troosteloos perron en de D-trein op zijn stalen vingers fluit. Uren kon ik kijken naar de mensen en hun treinen. Kwou zo graag een dagje met die rijke kinderen mee. Al was het maar een keertje in die rode pluche van zo'n dure eerste klas coupé. En als ik zondagsmiddags in de hoge halmen lag, was er een conducteur die wuifde als hij me zag. In het oosten, richting de Duitse grens, lag het buurtschap De Baandert, waar verliefde paardjes over een zonnig paadje langs de molenbeek naar de Swienswaai liepen. Of ze bleven dichter bij huis, gewoon op de stadswallen, met overal uitzicht op het wijde Limburgse land, dat zijn groene uitlopers diep in de stad had. Sittard werd doorstoken door een aantal lange, smalle en bochtige winkelstraten, vol geur en geluid. Het kon er lawaaierig en druk zijn, vooral op donderdag, als het marktdag was en het vee door de straten werd gevoerd. Er klonk geluid van loeiende koeien. Op de laatste stadsboerderij. S'avonds was soms een ilhoog belletje te horen. als een priester met de communie op weg was naar een stervende. Wie zou het zijn? vroeg iedereen zich dan af. De volgende ochtend klonk weer het vrolijke getinkel van de winkelbellen. was er de geur van de bakkerij en van het fruit in de manden voor de deur van de groenteboer. zelfs de speelgoedwinkel van Schutgens had zijn eigen geur herinnerde Toon zich later. Vaak liepen er verenigingen, schutters of harmoniekorpsen in plechtige optocht naar een van de kerken. Dan had een patroonheilige zijn naamdag. Met Sint Crispien trokken de schoenmakers ter kerken, met Sinte Bertus waren de jagers aan de beurt. Ze kregen broodjes die door de deken, de belangrijkste priester van Sittard, waren gezegend om bescherming te bieden tegen de hondsdolheid. De deken zegende wat af, ook doopkaars of een nieuwe fiets. De grens tussen gewone voorwerpen en geloofsvoorwerpen was nogal wazig in de magische wereld van de jeugd van Toon. Wij hadden de beschikking over tientallen feesten en daar maakte je op je dode gemak een keus uit, zei Toon eens in een interview. Het ene jaar werd je enorm gepakt door aller zielen. Dat kerkhof met al die witte anjers, dat grijze weer, die biddende mensen. Maar ik herinner me ook dat ik in mei de grote wei achter het huis in ging. Het gras stond dan hoog en je had de margrieten maar voor het oprapen. Elk jaar bepaalde moeder wie het mei-altaar mocht maken, en als de keuze op jou was gevallen, dan wist je niet of je er nou blij mee moest zijn of niet. Ik ging ook vaak het korenveld in omdat daar zulke geweldige rode en blauwe bloemen stonden. Met armen vol kwam Teun dan thuis en daarna begon het feest. Hij pakte lege geldkistjes en bonbondozen en bouwde daarvan een toren met bovenop het naaimandje van moeder, want dat was rond en daar stond de Madonna zo mooi op. Als je klaar was, kwam moeder en die zei: "Zo schoon heb ik het niet eerder gezien." Dat zei ze elk jaar maar dat deed aan je trots niets af, en daarna was het bidden geblazen, de hele rozenkrans op je knieën, totdat de wafels van de kokosmat in je vel zaten. Nee, wij kregen de hemel niet cadeau. De Limburgterstraat was de belangrijkste winkelstraat. Daar stond ook het eeuwenoude gebouw van de Citadse Bank, waar vader Nicolaas Hermans directeur was. Hij had in kerkraden op Rolduk gezeten, de beste school van Zuid-Limburg. Hij was succesvol geweest als verzekeraar, was zelfs hoofdagent in Nederland geweest van de hagelverzekeraar Compagnie Sabeye S.A. te Parijs. En in 1918 had hij de Sittardse bank opgericht met geld van een aantal bekende Sittardse families. Nicola reed als bankdirecteur een van de eerste auto's van de stad. Het was er een van het merk Star, een grote open Engelse wagen met brede treeplanken, een linnen kap, priemende koplampen en gemakkelijk te herkennen aan het blauwe sterretje op de radiateur. Eigenlijk was de auto alleen geschikt voor mooi weer, net als zijn eigenaar, Nicolas Hermans. Hij was een belangrijk man in Sittard, een lange, slanke bon vivant met een vrolijke snor en helderblauwe ogen, een optimistische man met een strooie hoed en een stok met een zilveren knop. Hij hield van zingen, en van jagen, en van nachtbraken. Een vader die graag op stap ging. De notabelen van de stad en de professoren van het bischopelijk college kwamen graag bij hem thuis. Hij onthaalde ze op goede wijn, leuke verhalen en adviezen over het voorspoedig en veilig beleggen van hun geld. Hadden ze me niet naar hem geluisterd? Af en toe zong Pa. Hermans met sonore stemmen, somber lied vol angst en rampen vooruitlopend op wat hem verder in het leven te wachten zou staan. mis die nacht want die zee gaat hoog, Tapfer nog kämpft dat schief. Waarom die glocke zo schaurig klinkt, dort zeigt zich een rief, zong hij, waarop zijn vrouw uitriep, Nikola, schaioed, du kens net zenge, ach, laat me toch, Maria. In de Brandstraat bevond zich de misschien wel belangrijkste winkel van de stad: de winkel van Pompadullens, de opa van Teun en zijn broertjes. Hij was bakker en verkocht het fijnste banket, maar ook de lekkerste chocola en de duurste wijnen. Het favoriete Sittardse gebak, de nonnefot, werd door niemand beter gemaakt dan door hem. Teun bewaarde de herinnering aan een schim van een dikker oud mannetje op een trap. Want Pompa overleed toen Teun pas vier was, zijn grote broer Fons zes en de kleine Zef nog maar twee. Note. In de One Man Show 1978 heeft Toon Hermans een lied gezongen over zijn bonpa die bij de beukenbomen liep. Hij liep daarbij zelf met kleine stapjes over het toneel en keek naar de grond, zodat het leek alsof we zijn grootvader even zagen die door de tuin slenterde. Einde noot. Sindsdien had Bonmama Dullens de lange en statige weduwe alleen nog maar zwarte kleren gedragen. Meestal zat grootmoeder naast het fornuis in de keuken, de lange rokken over het voetenbankje, weesgegroetjes te prevelen. Daarbij schoven haar vingers langs de kralen van de zilveren rozenkrans. Teun kwam graag bij Bonmama, omdat ze altijd zulke mooie verhalen vertelde. Elke week mocht hij plaatjes kijken in de katholieke illustratie, en achter de bakkerij lag een tuin met een witte muur, dicht begroeid met bessenstruiken. Daar lagen gele appels in het groene gras. Bonmama had een zwarte piano. Bovenop stond het vol ingelijste foto's. De piano stond in de goede kamer, die alleen op zon en feestdagen openging. Daar waren de rood plusje stoelen. Er hingen gordijnen met bolletjes eraan, en het rook er altijd naar boen was. Zo wilde Toon het zich blijven herinneren, en zo gebruikte Toon Hermans het ook in zijn show. M'n bonmama, die had een deftig huis met donkerrode bolletjesgordijnen, met heel veel pluche en dik damast, en van die glazen stolp op de kast, en overal van die zalige tirelantijnen... Er hing de geur van bronsgroen eikenhout, Op ieder kistje stond een troep familie, Antonius van Padua stond naast een abrikozenvla, Al drie, vier keer gelijmd, met telkens filie. Ik weet nog dat ik zo'n jochie was en in die kamer stond, En wat ik van al die mooigheid het allermooiste vond, de piano van bonmama, 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 wat een piano, met luchters en kaarsen en een loper van rode vloer. De piano van bonmama, 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 wat een piano, die zong in het oude huis van Parlez-moi d'amour. Bonmama Dullens kwam uit een familie van landbouwers, die waren opgeklommen tot middenstanders. Nood. In Elias 1951 laat Toon Hermans noteren dat ze uit een familie van geestelijke ambtenaren en officieren stamde. Daar heb ik in de archieven geen aanwijzingen voor gevonden. In hetzelfde jaar schrijft het Limburgs Dagblad zijn moeder behoort tot een der oudste Oer Limburgse en Oer Katholieke families, welker middeleeuwse voorvaderen in de parochiekerk te schinnen het laatste oordeel liggen af te wachten met op hun wapenschild de mooie Latijnse spreuk die in Nederlandse vertaling luidt Aan Christus de hoogste glorie, aan God alleen de heerschappij. Einde noot. Ze had haar dochter Maria, de moeder van Teun, op de deftige school van de Zusters Ursuline gedaan. Daar had Maria Dullens veel en goed Frans geleerd en er zelfs een acte in gehaald. Maria was van 1890. Ze trouwde in 1913 de negen jaar oudere, welgestelde Nicolas Hermans en ging daardoor deel uitmaken van de Betere Standen. Voortaan werd ze eerbiedig een mevrouw genoemd. Mevrouw Hermans Dullens droeg het hoofd hoog, was trots en stans bewust. Ze schijnt zelfs eens te hebben verklaard niet van honden te houden, omdat het schepsels waren die met hun kop naar de grond gebogen liepen. Bonmama had behalve haar trotse dochter Maria nog twee kinderen grootgebracht: een zoon, Zef Dullens, die een geslaagd wijnhandelaar werd en actief was bij de Marotte, de carnavalsvereniging. Hij schreef gedichten in het Sittisch, een dialect dat in Sittard als het mooiste van heel Limburg werd beschouwd. En als derde kind had ze Fineke, een ongehuwde dochter die hielp in de winkel van Bonmama. Fineke Dullens was een breekbaar vrouwtje van nooit zondige en alsmaar biechten. In de winkel voelde ze zich veilig en op haar gemak, maar daarbuiten loerde overal gevaar en was ze altijd beducht voor ongeluk. Ze deelde haar angsten gretig met haar neefje Teun. Als Toon der verhaal vertelde, sprong hij op en deed zijn lang gestorven tante treffend na. Hier zie je die vijver, hier zijn vier nonnen in verdronken. In het bos struinde ze dwars door het struikgewas, om bij een boom uit te komen, die door de bliksem was getroffen, en zei dan op angst Toon. Kind, zie je dat? Die is door de bliksem getroffen, verschrikkelijk, zie je die daar staan? Die boom is dood, dood is die. En bij een grot in Valkenburg wist ze te melden: Hier is een herder met 43 schapen naar binnen gegaan, zonder gids, en hij is er nooit meer uitgekomen. Later hebben ze de geraamtes gevonden van de schapen en de herder. Op zondag na de hoogmis pakte Tante Vineke de sleutel van de piano die onder de pendule lag en deed de klep van de piano open. Haalde de geborduurde loper van de toetsen en speelde dan houterig Dort tief in Böhmegwald. Dat was de familie van Moeders Kant, die een grote rol speelde in het leven van Teun. Met Teun werd in Sittard dus Antoine Gérard Theodor Hermans bedoeld. De op 17 december 1916 in Sittard geboren tweede zoon van Jean-Baptiste Nicolas Hermans en Maria Elisa Josephine Dullens. Later heeft hij in zijn shows vaak verteld over zijn ouders en over Bonmama. De vrolijke oom Zef inspireerde hem tot oom Jules, die twee komkommers in zijn neus stak. En tante Fieneke herdoopte hij in de ongehuwde tante Wil, die zo bang was dat ze bij de kerstboom stille nacht zong met een emmer water tussen de benen. Met de werkelijkheid had het allemaal niet zoveel te maken. Die zette die naar zijn hand om een lach te krijgen. In 1978 zei hij bijvoorbeeld: "Mijn eigen naam is Willem. Ik ben genoemd naar de oudste broer van mijn vader, ome Gerrit. Dat was een hele muzikale man." Hij speelde piano in de favare. Zijn vader, Nicolaas Hermans, had in werkelijkheid helemaal geen broers, maar wel vijf zussen, van wie vooral Maria belangrijk voor de familie was. Ze trouwden met een van Grieken en woonden in Antwerpen. Hun dochter, Jeanne van Grieken, was kraamhulp bij de familie in Sittard toen Teun werd geboren. Toons levensboek, de memoires die hij aan het eind van zijn leven dicteerde, begint met de woorden: Ik ben begonnen als couveusekindje. kindje. Tegen zijn moeder heeft hij wel eens gezegd dat hij een achtmaand kindje was geweest en in een sigarenkistje was gelegd, maar een couveusekindje? kindje. Vast staat dat deken Kanoi hem op zondag 17 december 1916 doopte in de grote kerk een paar uur nadat hij om acht uur morgens was geboren. De couveuse zal vast niet mee de kerk in zijn gekomen. De volgende dag deed vader Nicolas Hermans aangifte van de geboorte van Antoine Gerard Theodor, geboren in het ouderlijk huis aan de Parklaan. In zijn boek wekt Toon de indruk dat hij in het ziekenhuis was geboren. Na mijn geboorte werd mijn moeder ziek en moest gescheiden van mij in het hospitaal blijven. Een week of vier later nam de zuster mij op de arm en bracht me voor het eerst naar de kamer van mijn moeder. Mijn moeder zei onmiddellijk: Dat is mijn kind niet, oh nee, dat is mijn kind niet. Maar moeder blijkt helemaal niet in het ziekenhuis te hebben gelegen. Welgestelde burgers, als de familie Hermans, gingen niet naar het ziekenhuis, die lieten zich zo nodig thuis verplegen. Gewogen en te licht bevonden. Hoe waarheidsgetrouw zijn de memoires van Toon? Of bevat deze opmerking een diepere waarheid? Zou die op iets anders slaan dan op zijn gewicht? Zeker is dat Toon zijn leven lang zijn best heeft gedaan om door zijn moeder te worden geaccepteerd, maar vanaf zijn geboorte kwam hij bij haar op de tweede plaats, naast zijn twee jaar oudere, meer intellectuele broer Fons. Fons was moeders oogappel. Moeder interesseerde zich niet erg voor de carrière van de grappige zoon die ze Tony noemde. Het duurde dertig jaar voordat ze naar een van zijn voorstellingen ging. Nee, dan Fons, met hem kon ze gesprekken op niveau voeren, vond ze. Fons bleef tot haar dood bij moeder thuis. Na zijn dood werd zijn as bijgezet in haar graf. Na Teun werd in 1918 Antoine Gérard Marie-Joseph geboren, die vreugdevol Jubelke werd genoemd. Maar Jubelke ging dood toen hij veertien maanden oud was. En Toon schreef later dat een van zijn alleroudste herinneringen was hoe zijn broertje als een wassen beeldje lag opgebaard in een klein wit kistje in een kamer vol witte rozen. Het broertje deed hem denken aan het kerstkindje in zijn kribje. Moeder had gezegd dat hij niet echt dood was, maar onder hen voortleefde zoals alle doden. Als de mensen na hun dood onbereikbaar zouden zijn, waarom zouden we dan de heilige aanroepen? Vroeg ze vol overtuiging. Toen Jubelke overleed, was ze al in blijde verwachting van een vierde zoon, die ook een fraaie Franse naam kreeg: Joseph Antoine. Hij werd in het dagelijks leven Zef genoemd. Hij werd reclameschilder en later een vrolijke vertegenwoordiger in verfwaren. De moeder van Teun vereerde de Heilige Maagd Maria, naar wie ze was vernoemd. Elke dag om half acht ging ze met haar buurvrouw, die er later een halve heilige zou noemen, naar de mis. Toen Teun op jeugdige leeftijd ernstig ziek werd en zijn broertje jubelke achterna dreigde te gaan, bad ze vurig tot de heilige Maagd in de Mariakapel en beloofde, naar oud Limburg's gebruik, dat haar kind bij genezing tot zijn zevende jaar blauwe kliertjes zou krijgen, de kleur van de Maagd Maria. Zo geschiedde. En menig oude zitterder kon zich later herinneren dat Teun op de bewaarschool altijd in blauwe schorten liep. Blauw is levenslang Toons favoriete kleur gebleven. Er zat vaak blauw in zijn kleren, in zijn schilderijen en in zijn liedjes. Zijn vriend, de psychiater Chef Prik, zou het later zijn mariale binding noemen. Blauw, 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 mijn liedje is blauw en het zingt van la-la-la-la-la-la-la, blauw, 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 mijn liedje is blauw. Teun ging naar de kleuterschool van de zusters Ursuline. Hij knipte, plakte, tekende en zong liedjes. Noot. In de One Man Show 1974 maakte Toon Hermans begijnen van de zusters Ursuline. En op dat kleuterschooltje waren de nonnetjes, de begijntjes. Zuster Ursula, ik zie haar nog voor de banken staan in de zwarte pij met de witte spatborden. Einde noot. Toon Hermans sprak in de One Man Show 1974 over zijn kleuterschooltijd. Zuster Ursula, ik zie haar nog voor de banken staan in de zwarte pij met de witte spatborden. Dat was dus ook de noot die net is gelezen. Daarna kwam hij op de lagere school, waar hij leerde lezen, schrijven en rekenen. Gedurende het eerste jaar werd hij voorbereid op de belangrijkste gebeurtenis van het tweede jaar, de Eerste Heilige Communie. Hij moest voortaan biechten en mocht ter communie. Het voelde alsof hij er eindelijk bij hoorde. De Eerste Heilige Communie was een groot feest met veel cadeautjes. De meisjes waren gekleed als bruidjes in witte jurkjes en de jongens hadden donkere pakjes aan. Toon herinnerde zich later het matrozenpakje dat hij droeg en de zilveren servetring die hij cadeau kreeg met de naam Antoine erin gegraveerd. Van de communicantjes werd niet verondersteld dat ze op hun zevende een grote kennis van het geloof hadden, maar ze moesten wel snappen dat de hostie, het ronde stukje brood in de heilige mis, tijdens de consecratie veranderde in het lichaam van Christus en dat ze die hostie niet mochten vastpakken, maar die op hun tong gelegd kregen. Mocht je erop kauwen, nee, dat mocht niet. Maar als hij aan je verhemelte bleef plakken, mocht je er dan met je tong aankomen, ja, dat mocht. Zo waren er heel veel vragen rond dit inwijdingsritueel. Over het nuchter zijn bijvoorbeeld. Het betekende dat je vanaf twaalf uur s nachts niets gegeten of gedronken mocht hebben. Maar mocht een slokje water als je de hik kreeg? En als je tandpasta had ingeslikt, was je dan nog nuchter? De kinderen moesten begrijpen dat ze God, want dat was de hostie tenslotte, alleen in hun lichaam konden ontvangen als ze helemaal vrij van zonde waren. Ze hadden plaatjes te zien gekregen waarop witte zieltjes bedekt waren met kleine zwarte stipjes de kleine dagelijkse zonde. Sommige zieltjes werden ontsierd door grote zwarte vlekken. Dat waren doodzonden waarvoor je naar de hel ging. En op al die plaatjes was een duivel op bokkenpoten te zien die grijnzend om een pilaar keek. Teun kreeg ook uitgelegd hoe die moest biechten. Er waren vaste formuleringen die werden uitgesproken in de biechtstoel, en er was de akte van berouw die die uit het hoofd had moeten leren. Maar het moeilijkste was toch het gewetensonderzoek. De kinderen moesten nagaan wat voor zonden ze hadden begaan. Ze moesten terugdenken aan hun gedrag thuis, op school, op straat: hadden ze gelogen, gestolen, gescholden? Er waren voorbeeldlijstjes met zonden in omloop, en veel kinderen biechten mechanisch een vastrijdje zonde. Daarna kregen ze vergiffenis van de priester, die geheimzinnig verscholen achter een gazen raampje in de biechtstoel zat. Ze werden gezegend. En kreeg een lichte straf opgelegd, de penitentie. Meestal bestond die uit het bidden van drie onze vaders en drie weesgegroetjes. Het was voor een kind allemaal heel geheimzinnig en reuze opwindend, maar voor sommigen ook bedreigend. God was niet voor alles mild en liefdevol. Hij was de toornige God en hij had een straffende hand. Met angst beladen kroop je de donkere biechtstoel in. De doodzonde hield een onontkoombare dreiging in zich. De vlammen van de hel sloegen je zowat al in je gezicht. Het katholieke geloof was vol van mysteriën die niet waren uit te leggen, maar moesten worden geloofd. De heilige mis moest zo mogelijk iedere ochtend worden bezocht. Op zondag was het een eredienst vol pracht en praal en wierookgeur, met koorgezang, kazuivels en kelken van goud. Veel bleef mysterieus, magisch en onzichtbaar voor het kerkvolk. De priester verrichtte zijn ceremoniële handelingen immers met de rug naar het volk, en zijn teksten waren zelfs voor gymnasiasten niet altijd begrijpelijk. Het katholieke geloof was in die tijd vooral een volksdevotie van concrete handelingen, heilige voorwerpen en vaste verplichtingen. Er moest van alles: de rozenkrans bidden. Kaarsen aansteken, heilige beelden meevoeren in processies, dat soort dingen. De wereld van de katholieken was nog niet zo helder en verlicht. Het was alsof de mens en vooral de kinderen in die jaren nog in een halfduistere magische wereld leefden, die niet zo ver van de middeleeuw aflag. Bang zijn voor God en vrezen voor natuurrampen. De mensen klampen zich vast aan hun geloof, aan geboden, magische handelingen en gewoonten. Dat leidde tot een groot gevoel van saamhorigheid en wijding. Toon's leven speelde zich in zijn jeugd af in een geheimzinnige schemer, die, naarmate de tijd vorderde, steeds sneller verdween. Zomerlust 1916-1924. De duistere tijden verdwenen in Sittard niet alleen door veranderende inzichten, maar ook door de nieuwe elektrische straatlantaarns. De stad veranderde. Liep je de brandstraat door en ging je bij de sigarenwinkel linksaf, dan was je het stadje al bijna uit. Daar begon een nieuwe buurt. Welgestelden lieten daar grote huizen bouwen met tuinen en sierhekken en uitzicht op het groene Limburgse land. Teun's geboortehuis, Villa Zomerrust, stond daar, aan de parklaan, op een flink stuk grond. Het huis werd in 1913 opgeleverd en Nicolas en Maria trokken er op hun huwelijksdag in. Toon's geboortehuis is inmiddels afgebroken en vervangen door een groot kantoor van het Waterschap Roer en Overmaas. Maar bezoekers die de Toon-Hermans-wandeling van de VVV volgen door Sittard, komen toch wel aan hun trekken er is een plaquette aangebracht met een beeldenis van de grote sitardenaar en in de hal van het gebouw is een maquette van villa Zomerlust te zien. Toon heeft het huis in zijn memoires vaak beschreven. Een trots gebouw met een voortuin waarin cipressen stonden en rozen. Een ronde oprijlaan met knersende steentjes liep langs een stenen bordes met links en rechts drie treetjes die naar een machtige voordeur leidden. Die deur werd geopend door Lisa, een van de drie inwonende dienstbodes, die gesteven mutsjes droegen en hagelwitte schortjes. Dan kwam je in een grote hal met deuren die naar het kantoor en de wachtkamer leidden. Het huis telde drie woonkamers plus een salon met seren. Lisa bediende in de eetkamer aan de voorkant, die uitkeek op de tuin. Op paaszaterdag lagen daar de paaseieren verstopt met hun roze strikken. Aan de lamp van de eetkamer hing een peervormig schelletje, waarmee Lise uit de keuken kon worden geroepen. In de hal liep een grote trap recht naar boven. Daar bevonden zich vier slaapkamers. Daar weer boven was een ruime zolder met de dienstbodekamers. Een rijkhuis van bemiddelde mensen. Toon bleef zich later het onbezorgde gelach herinneren van de al even bemiddelde mensen op hun eigen tennisbanen. Hij kon zich zijn vader weer voor de geest halen, hoe die met een grote wolle pet op naast hem in de auto zat. Ze reden achter een groepje wielrenners met witte rugnummers. Plotseling kreeg een renner een lekke band. Hij viel uit de groep en ging met zijn fiets tegen een boom staan vloeken, zo goddeloos hard dat wij het in de auto konden horen. Teun riep, vader, er is er een die niet mee kan, hij staat daar bij die boom. Zijn fiets is kapot. Vader, kijk nou toch eens. Maar vader keek niet om en mompelde van onder zijn starpet: Jongen, er blijft er altijd wel een achter. Zou Teun iets hebben gemerkt van de zorgen die zijn vader en moeder hadden? Zouden zijn ouders vaak op het Frans zijn overgeschakeld, zoals ze deden als de kinderen en Lisa iets niet mochten horen? Er werd in Sittard verteld dat Nicolas niet afkerig was van vrouwelijk schoon. Hij kwam erg veel in een zeker café in de Limbrichterstraat en hadden ze daar niet zelfs een hotline met de bank? En ging het bij die bank wel allemaal zoals het hoorde? Uit papieren die Toons oudste broer Fons naliet, blijken enkele feiten die tot dusver onbekend zijn gebleven. Nicolas Hermans had goed geld verdiend als verzekeringsagent. Hij bezat niet alleen Villa Parkzicht, maar ook een huis met een handelsdrukerij in het Duitse Geilenkirchen, aandelen in een Duitse gummifabriek en flink wat contant geld in marken. Hij was een van de twee oprichters van de Sittardse Bank op 31 december 1918. Er waren 36 geldveilige notabelen uit de buurt gevonden die wel wat in deze nieuwe bank zagen. Had Nicolas ze overgehaald? Een eerste kamerlid, diverse provinciale statenleden, de meeste burgemeesters van omliggende plaatsen, grondeigenaren, industriëlen, maar ook enige geslaagde leden van de familie Hermans en Dullens. De meesten hadden duizend gulden geplaatst en Nicolas zelf zat er voor vijfduizend gulden in. Daardoor was hij per 1 januari 1919 directeur gemaakt. De Sittatse Bank had een mooi oud pand betrokken in de Brandstraat en het laten verbouwen, maar of het geld er nou helemaal veilig was. In januari 1921 werd er ingebroken, waarbij veel geld verdween. Het moest van binnenuit zijn gebeurd. Er werd huiszoeking gedaan bij de typisten, de procuratiehouder en bij Nicolaas Hermans zelf. Het stond in de krant en er werd over gepraat. Opgelost. Is het nooit. Maar hoe geldveilig was Nicolaas eigenlijk? Begin 1921 nam hij een hypotheek op zijn grote villa. wat hem een flinke schuld bij de bank opleverde. Waarom had hij plotseling zoveel geld nodig? De afwikkeling van de verzekeringszaken van een van zijn partners. de S.A. Compagnie, La Beille, specialist in glasverzekeringen en hagelschade. was niet ideaal gegaan. Hermans had de administratie niet ingeleverd en premies en verzekeringsgelden achtergehouden. Misschien had de oorlog zijn goede bedoelingen en de verbindingen wel verhinderd. Maar nu werd zijn bevoegdheid om te handelen namens Labeille ruw ingetrokken. Men vroeg hem met klem de stukken en het geld te overhandigen aan een advocaat uit Maastricht die ze namens Georges Couillant, de Franse verzekeringsdirecteur, opeiste. Hermans reageerde niet. Er volgde een ultimatum, en in mei 1921 overhandigde Nicolas wat ordners, wat Polissen en wat geld aan meester Schaus uit Maastricht. Dat is alles, zei hij. Al zullen de inbraak en verduistering niet opgelost zijn geweest, men zal zijn vermoedens hebben gehad. In november 1921, minder dan drie jaar na de oprichting van zijn bank, mocht Nicola Hermans zich niet langer directeur noemen. De rekeninghouders kregen een brief zonder toelichting of bedankje. Wij hebben de eer u te berichten dat de heer J.B. Nick Hermans met ingang van heden heeft opgehouden directeur te zijn der Sittardse Bank. Twee dagen later plaatste Hermans een advertentie in de Nieuwe Limburgse Aankondiger met de mededeling dat hij bij de bank ontslag had genomen als directeur. Terwijl zijn zoontje Teun zijn eerste Sinterklaasliedjes leerde, werd Nicole Hermans in de tang genomen. De handelstruikerij werd getaxeerd op 71.950.000 mark, over een bankschuld stond van 1,5 miljoen mark. Daarbij bezat hij zo'n 300.000 boterzachte Duitse marken, maar kreeg de Citadse Bank zijn bijna 100.000 keiharde guldens van hem. Duitsland moest de schade van de oorlog betalen, drukte volop geld bij en dat leidde tot hyperinflatie, wat betekende dat de Duitse mark morgen de helft minder waard zou zijn dan vandaag. Dat je aan het eind van de maand voor je goede salaris niet eens meer een buskaartje kon kopen, dat het geld wegsmolt als boter. Nicola moest steeds vaker Stugmis die nacht gaan zingen. Op 10 april 1922 verscheen er een deurwaarder bij Fileparkzicht of meneer Hermans uiterlijk op 12 april de som van 98.020 gulden en 76 cent wilde betalen plus rente en provisie. Hermans verkocht zijn aandelen in de rubberfabriek, maar dat leverde lang niet genoeg geld op. Weer een deurwaardes explode met de dreiging dat Villa Zomerlust verkocht zou gaan worden. Hermans wisselde zijn 300.000 mark in. Hij kreeg er nog geen 3000 gulden meer voor. De mark was geen cent meer waard. Op 3 mei kocht de burgemeester van Bingelrade Villa Zomerlust voor een zacht prijsje. Nicolas Hermans kon er voorlopig blijven wonen en 20.000 gulden afboeken van zijn schuld. Maar de rente liep op. En veel meer te verkopen had hij niet. Ja, een automerk Star en een huis met grond in Geilenkirchen. Deken Thijssen werd ingeschakeld, die bekend stond om zijn grote sociale gevoel. Hij beloofde te bemiddelen bij de commissarissen van de bank, die ook bij hem in de kerk zaten. Natuurlijk wilden ze meehelpen, mits de hoogte van de schuld werd vastgesteld. Herman zijn schuldbekentenis schreef, alvast flink stortte, en er een zekerheid werd gegeven voor een geleidelijke terugbetaling. Wie stond er borg? Ze wachten nadere voorstellen af. De nood werd hoger. De voertaal aan tafel zal Frans zijn geweest. In 1922 besloot Nicolas dat hij ook het pand aan de Hauptstraße 169 in Gaardenkeertje maar moest verkopen. Een plaatselijke architect, die, die het liet taxeren, schreef dat grond en bebouwing ongeveer 63.750.000 mark waard waren. De miljoenenverkoop leverde Nicolas in januari 1924 het bedrag van 1250 gulden op. De munt was volkomen waardeloos geworden. De Zitatse bank had keiharde guldens nodig. Hermans moest per februari 1924 zijn hele schuld aflossen, maar dat lukte niet. Einde Sittardse bank en einde Nicola Hermans, de bankdirecteur. Bij het omvallen van de bank raakten verschillende vooraanstaande families in Sittard veel geld kwijt. Nicolaas Hermans was koutelabout geslagen, over de kop gegaan en zuiste omlaag in aanzien. Nooit zouden de citratsche notabelen en de professoren van het bischopelijk college nog wijn bij hem komen drinken. Hij zou voortaan niet meer op een zonnige dag vrolijk achter een groep wielrijders aanrijden. Er blijft er altijd wel een achter, had hij gezegd. En nu was hij het zelf. Zijn star automobile was hij kwijt. De paaseieren met de grote roze strikken werden voorgoed onvindbaar. Voortaan hoorde de familie Hermans bij de armen. Het vertrek uit Villa Zomerlust was voor Teun de val uit het paradijs. Herfstschagrijn, 1924-1928 Toon Hermans heeft in zijn shows vaak dat paradijselijke zit opgeroepen, Dag Jean, dag Jules, dag Charles, dag Robert, Francine, Jacqueline. Ah, bonjour, mevrouw Bonfrère. Ik heb in Amsterdam een boel applaus gehad, maar ik ben iemand van een kleine stad, een lieve stad. Wie op de toren van de kerk van Sittard gaat staan, ziet een lieve stad, maar ook een kleine stad. Iedereen wist alles van elkaar, maar verborg ook alles voor elkaar. Een schoolvriendje van Teun vertelde me dat hij eens aan zijn moeder had gevraagd wat Teuns vader voor iemand was geweest. Ze had gezegd, die was voor de vrouw en voor het drinken, drie keer rijk geweest en drie keer straatarm geworden. Zo spraken de mensen over elkaar en nooit tegen elkaar. Niemand durfde zich te uiten, niemand doorbrak het rimpeloze ritme van alle dag. De mensen keken elkaar naar de ogen. Niemand wilde zich onderscheiden, omdat dat maar tot jaloezie zou leiden. Volgens Toon was er in Sittat een kleine bovenlaag die het heft in handen had en samenspande met de notabelen. Vervolgens kwamen de Nieuwe Rijken, dan volgde de Middenstand en tenslotte kwamen de Verklui. Een groep die zo goed als niet ter sprake kwam en voor een appel en een ei werd geëxploiteerd. Op Villa Zomerlust volgde een huurhuis in een rijtje aan de Rijksweg Zuid. Noem het maar huizen Herfstchagrijn. In plaats van een tuin met cipressen lag er asfalt voor de deur. Het uitzicht was de benzinepomp van garage Keunings, waar Teuns vader in betere tijden de auto had gekocht. In 1926 werd er nog een broertje van Teun geboren, Jean-Antoine Léon, een nakomertje dat Jantje werd genoemd. Hoewel de 43-jarige Nicolas zich volgens Toon in de steek gelaten en teleurgesteld voelde, en lichamelijk begon te kwakkelen, hield hij zich moedig en gaf hij zich niet gewonnen. Hij gedroeg zich als een optimist die altijd nieuwe mogelijkheden zag. Veel van zijn projecten mislukte echter. Het werd niets met de hoofdvertegenwoordiging van het Belgische chocolademerk Codor. Daarna dacht hij het helemaal te gaan maken met een beschuitfabriekje in de Paardenstraat. Er kwam een oven en daar zou vader Hermans de beste beschuiten maken die er ooit zijn gemaakt. Ik hoor hem nog zeggen, we hebben een schitterende oven en een formidabel recept. Je zult het zien, maar ja, daar kan Verkade niet aan tippen. Het werd een mislukking. Teun had een scherp gevoel voor wat er gaande was. Hij merkte dat zijn vader lichamelijke klachten kreeg en in zijn werk mislukte. Hij voelde ook de tragiek van diens pogingen weer overeind te krabbelen. Toen zijn vader eens van zijn kaartavondje in het café thuis kwam met twee gewonnen hazen, vond Teun dat een verbijsterend moment dat beeld dat hij daar zo staat met die twee dooie dieren in zijn handen dat magere, vervallen gezicht met die witte haren dat lange lichaam. Maria ziet eens wat ik heb gewonnen. Dat vond ik een heel dramatisch moment, want ik zag dat hij eigenlijk alles had verloren wat hij had. Teun voelde ook aan den lijve dat het luxe leventje voorbij was. Toen zijn kleren versleten raakte, moest hij de vermaakte kleren van zijn broer aan. In de kerk durfde hij haast niet te knielen, omdat hij bang was dat de kerkbezoekers de gaten in zijn zolen zouden zien. Het kwam ook steeds vaker voor dat hij merkte dat vriendjes dingen bezaten waarvan hij alleen maar kon dromen. Zo zag hij soms jongens lopen met vliegers van wel een meter hoog op de rug, gemaakt van dat mooie, dunne, ritselende papier. Heel glad rood, geel, groen, blauw op twee gekruiste latjes geplakt met een touwtje ertussen en een lange staart voor de balans. Zo nodig bonden de jongens daar wat gras aan om het juiste gewicht te krijgen. Ik stond altijd te kijken natuurlijk naar die vliegers. Prachtig! Ik kon nooit verder komen dan een vliegertje dat ik scheurde uit krantenpapier. Daar stak ik dan twee rietjes in, en met een klosje garen van mijn moeder liet ik dan in het klein zo'n vliegetje op. Aan zo'n dun draadje garen zat ook geen staart, want dat ding woog niks. Een vriendje, Theo Hendricks, had een prachtexemplaar. Samen gingen ze naar het veld bij het ziekenhuis, waar de vliegers altijd werden opgelaten, en dat nog altijd Drakenveld heet. En toen zei dat jongetje tegen me. Ik ga nu naar huis, jij mag mijn vlieger vasthouden. En die vlieger stond hoog in de lucht, roerloos in balans. Je hoorde pff, dat papier ritselen. En toen had ik die vlieger en ik was zo trots als een pauw, want iedereen dacht dat het mijn vlieger was. En toen ik hem gauw inhaalde, kon ik nog meer pronken tegenover mijn vriendjes, want er stond TH op. Dus dan dachten ze dat er Toon Hermans op stond. Er waren kinderen. Daar liepen de treinen door de kamer. Bij mij thuis liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. Het was voortaan ook afgelopen met de dure Sinterklaascadeaus. Toon maakte er later grappen over. Z'n Snie klaas conference gebaseerd op de ellende van deze tijd, is een van de hoogtepunten van zijn werk. In toonsherinneringen komt vaak het gevoel van onrechtvaardigheid naar voren. Vrienden lieten niets meer van zich horen. Familieleden, die hadden kunnen helpen, lieten dat achterwege. De mensen bleken keihard. Er kwam nog bij dat niemand mocht weten hoe de situatie werkelijk was. Teun moest de zaken altijd mooier voorstellen dan ze waren. Dat werd zijn tweede natuur. De grauwe werkelijkheid werd fraai ingekleurd. Dromen van een ander bestaan, van iemand anders te zijn dan hij in werkelijkheid was. Als er visite kwam, uitsluitend familie, keek Toon door het raampje wie het waren. Aan de kapstok hingen hoeden en jassen, en als het bezoek eenmaal binnen was, maakte Toon een entree als in het theater. Als oom Zever was, zette hij zijn hoed op, en als tante Annie er zat, kwam hij op met haar voaletje en paraplu. Hij praatte dan ook als oom Zever of tante Annie. Later zou hij vertellen hoe hij in zijn ouderlijke huis voor het eerst een gek petje had opgezet, nadat zijn vader had gevraagd, ''Jumske, toch is de soldaten al?" Nou. S'avonds in bed lag Teun vaak naar een gekleurde plaat aan de muur te turen. Daarop stond een weggetje dat langs een te liep. Op dat weggetje liep een knaapje met krullend haar en een lendendoekje, dat tijdens een verschrikkelijk onweer over een wankelbruggetje een woest kolkende beek moest oversteken. Boven zijn krullenbol zag je het gesteente al loskomen. Het gevaar werd echter bezworen door een engel die zijn vleugels boven het hoofd van het knaapje uitspreide en de stenen tegenhield. Het was de aartsengel Gabriel. Zijn hele leven bleef Toon bidden tot deze engelbewaarder wanneer hij bescherming, hulp of bijstand nodig had. Ik had een eigen engel en die heette Gabriel. Die engel had ik nodig, want ik kneep hem als de hel. Hij sloeg meteen zijn vleugels uit bij elk gevaarlijk spel. Een heilig soort gevogelte, mijn engel Gabriel. Nood. Toon's jongste zoon Gabi, geboren in 1956, is vernoemd naar de engel Gabriel. En zijn eerste kind Michel, geboren in 1947, naar de engel Michael. Er zijn op internet diverse afbeeldingen te vinden van soortgelijke afbeeldingen van een engeltje die een jongetje beschermt, maar niet één past precies op Toons beschrijving. noot. In deze tijd begon Teun ook te tekenen en te schrijven. Hij had een klein kamertje met een bed tegen de muur. Daarboven had hij een stuk papier tegen de muur gepunest. Een groot vel tekenpapier en daar hing een potloodje aan, aan een touwtje en als ik dan wakker werd, dan hoefde ik mijn bed niet uit, en dan kon ik in het donker met dat potlood zowat schrijven op de muur. Meestal bleek hij grote letters kriskras door elkaar te hebben geschreven. Het lukte Nicolas Herman steeds minder goed om zijn gezin te onderhouden. Maar de schijn moest worden opgehouden. Zijn vrouw was niet klein van denken, maar de kleine stad had haar denken wel verengd, schreef Toon. Het hield haar voortdurend bezig wat de mensen wel zouden zeggen, en ze kon de financiële achteruitgang maar moeilijk verkroppen. Hoewel ze zichzelf zelfs voor haar familie groot probeerde te houden, moest die geregeld bijspringen, waarbij de kinderen niet werden overgeslagen. Bonmama gaf me wel eens wat, en dat mocht tante Vineke dan niet weten. Onder de lange rokken had ze een tas en er zat een puntzakje in en daar kreeg ik dan wat dubbeltjes uit. Die drukte ze achterover uit haar eigen winkel. Winterkou 1928-1932 Het huis aan de Rijksweg werd verruild voor een kleiner en goedkoper onderkomen in de Begijnenhofstraat. Het gezin met vier zonen woonde nu weer midden in de stad, in een aardig huisje met quasi-gotische raamlijsten. Tegenwoordig zit er een bordje op de gevel waarop staat te lezen dat Toon Hermans er heeft gewoond. Toon herinnerde zich de snorrende kachel, het mosterdglaasje met boterbloemen dat op de schouw voor het blauw-witte Mariebeeldje stond, de keukentafel met het geblokte zeil het rafelige touwtje door het raampje in de voordeur waarmee je de deur opentrok de geur van liesol en hoe mijn moeder door de kamer liep wat ze aanhad hoe mijn vader hoestte het achterplaatsje van het huis werd overschaduwd door de imponerende toren van de grote kerk die letterlijk boven het huis uit vooral de klank van de klokken gaf kracht aan de toren schreef toon later Vooral als de doodsklokken luiden en droevenis over de stad verspreiden. Op dat plaatsje, achter het huis, deed Nicolas Hermans aan duivensport. Hij hield er wedstrijdduiven in hokken en bracht ze in topvorm. In het weekend werden ze vervoerd naar een ver vertrekpunt en dan was het wachten op hun terugkeer. De aankomsttijd werd geklokt als een duif weer terug het hok invloog. Toon bewaarde de sterkste herinneringen aan zijn vader uit de periode in de Begijnenhofstraat. Dat beeld riep hij op in veel van zijn latere interviews en hij gebruikte het ook in een van zijn shows. Hij herinnerde zich hoe zijn vader op zondagmorgen voor het huis zat, achterover geleund op een stoel. Hij keek naar de hemel en lokte de duiven naar hun hok. Dufke, dufke! En die duiven bleven soms zitten lachen op het dak van de overkant. Dan waren ze al lang terug uit Bordeaux en het binnenkomen duurde langer dan de reis zo wat. En daar werd hij nerveus van. Ik zie hem nog naar de hemel turen, de eerste prijs in zijn gedachten als hij vele lange uren op zijn duiven zat te wachten. Nooit vergeet ik ze die ogen als ze kwamen aangevlogen. Voor Teun was het aan de Begijnenhofstraat geschikter om buiten te spelen dan aan de Rijksweg. De straat kruiste de belangrijkste winkelstraat en lag vlak langs de o zo spannende stadswal. De tienjarige Teun kon vanuit de Begijnenhofstraat makkelijk de stad verkennen en in zijn eentje naar de markt lopen. Onderweg keek hij naar de mensen. Hij kon stratenlang achter iemand aan blijven lopen om precies in zich op te nemen hoe iemand liep. Hij nam alle gebaren en gezichtsuitdrukkingen in zich op en als hij thuis kwam, deed hij zo'n typetje als vanzelf na. Het beeld van het manneke zat in me en als ik het opriep, kwam het naar buiten en nam onmiddellijk de juiste gestalte aan. Hij imiteerde de standwerkers, de boeren, die koeien verkochten en de klokkenluiders van de kerk aan hun touwen. Trek met een passer een cirkel rond het stadje Sittard en de punt van de passer belandt op de plek waar de muziekkiosk staat, midden op de markt. Van alle kanten komen de nauwe slingerende straten uit op het wijdse plein, vol zonlicht en vertier. Het is een fraai plein met een kerk, waar volgens steun oude vrouwtjes als muizen in en uitlopen als er een volle aflaten verkrijgen was, waarmee ze hun zonden konden afkopen. Er stond ooit een stadhuis dat er op foto's uitziet als een roze rood speelgoedkasteel. Dat is inmiddels vervangen door een betonnen warenhuis. Het stadhuis had een brede grote trap aan de voorkant waar kinderen op en afholden sommige, teun bijvoorbeeld, Bleven op het bordes staan om burgemeestertje of bisschop te spelen. Ze spraken de stad toe of gaven haar hun zegen. Net als tegenwoordig werd de markt omringd door hotels, restaurants en cafés. Op donderdag, als het er vol stond met kramen, was het druk op de terrassen. En in het midden van het plein stond dus die kiosk, die Toon altijd de muziektent noemde. Zomers werden er concerten gegeven door de harmonie Sint Jozef of de Philharmonie, en ook zangkoren gaven er uitvoeringen. Het was het culturele middelpunt van de stad. Die concerten maakten grote indruk op teun. Dan kon ik de expressies van die muzikanten bestuderen, en daarna natuurlijk thuis ook gaan dirigeren en imiteren. Don Hermans heeft in zijn shows altijd graag muzikanten en dirigenten opgevoerd en heeft de sfeer van toen schitterend weergegeven in zijn lied Zomeravondconcert met het melancholieke refrein Hoempa, hoempa, hoempapa en de maan was zo rond als een rijstevla. Ook het circus had voor Teun een geweldige bekoring. Het had de klank van een wereld die je niet kende. Als je in de verte hoorde dat op de markt de circus stand werd opgezet, sloop je het huis uit om de bond beschilderde wagens te zien aankomen. Hij hoorde de aggregaten brommen en zag hoe de grote mast werd opgezet en het zeil werd opgehezen. Het waren emotionerende gebeurtenissen voor hem. Ik was dan helemaal de kluts kwijt. En als het circus weer wegging, was ik buitengewoon verdrietig. Een kaartje kon Teun niet betalen, maar hij bleef buiten staan kijken als de voorstelling aan de gang was. Ik zag het dan toch in mijn gedachten: dat buiten staan luisteren aan het doek was misschien nog wel sterker dan het echt zien. Ook het vertrek van het circus was een belevenis. Hij bleef tot laat op, hing rond op de markt, tot hij de laatste wagens hoorde vertrekken naar het station, en s'nachts volgde hij het geluid van de trein die vertrok. De volgende ochtend zag hij op de markt nog het zaagsel van de piste liggen. En dan ging ik in dat zaagsel staan dat daar nog lag en keek dan zo om me heen alsof ik zelf ook een clown was. Op 19 maart was het sint joepjaarmarkt jaarmarkt Dan was en is de hele stad gevuld met kramen en attracties. De markt veranderde in een openluchtbazaar en overal klonk het geluid van kooplieden die op markante wijze hun ware aanprezen. Sommigen schreeuwden hard, anderen waren juist ingetogen. Er waren zwemmers die heftig met hun armen bewogen en er waren stille figuren. Diepe indruk op teun maakte de boeienkoning die zich wanneer het voldoende geld op het kleedje was gelucht, door het publiek liet vastbinden met touwen en kettingen die diepe voren in zijn blote lijf trokken. Er liep een man in cirkels omheen, een bonisseur heette zo iemand die de mensen maanden meer geld te gooien en achteruit riep, past u op voor het spatten van het bloed. De boeienkoning stonk van het zweet, als hij zich minutenlang aan het losworstelen was. Kon lang duren, maar los kwam die. Dan was er nog de pump, een man met maar één been, die over tien gebukte mensen sprong. Het was een sterke en mooie man, eens een vooraanstand lid van de Sittardse atletiekvereniging Sventi Hij had zijn linkerbeen verloren bij een autoongeluk. Het was een stille, vereenzaamde man geworden met een dichtgespelde pijp in zijn flanellenbroek. Ik vond dat dramatisch, heel treurig, zoals hij heen en weer hupte. Maar Teun was vooral gefrappeerd door een standwerker die alles anders deed dan de anderen. Hij noemde hem de fluitjesman. En Toon zou later in menig interview vertellen dat hij bij hem de basis van zijn latere vak had geleerd. Als iedereen al had opgebouwd, nam de fluitjesman als laatste zijn plaats in. Hij had iets chics over zich wekte niet de indruk dat hij werkte wanneer hij zwijgend en geconcentreerd de blauwe parasol opzette, zijn klaptafeltje opende, er een kleedje overheen legde, zijn slingergrammofoon met hoorn plaatste en uit zijn papieren koffer zijn kleine beetje handel pakte. Hij verkocht blikken fluitjes en vogelfluitjes die je tegen je verhemelde kon plakken. Juist omdat hij zich zwijgend prepareerde, Wekte hij nieuwsgierigheid op. Hij poetste langdurig en zwijgend rondkijkend een grammofoonplaat schoon. Wanneer hij voldoende publiek om zijn stand had, draaide hij zorgvuldig de veermotor van de grammofoon op en liet een plaat horen met een Mars of een walsje. Hij luisterde er eerbiedig naar, haalde dan uit zijn binnenzak een blikke fluitje en blies daarop virtuoos mee. Daarna haalde hij de naald van de plaat, keek rond en sprak met zachte stem: Dat ene zinnetje dat mij mijn leven lang is bijgebleven, kan ik dat leren, koopman? Hij keek dan even vragend rond en beantwoordde zijn vraag met nee, dat kunt u niet leren. Hij pakte dan het vogelfluitje en zei: Dit wel. Daarna volgde er een haast gefluisterde conference. Daarin legde die warm vriendelijk de wonderbaarlijke eigenschappen van het fluitje uit en wat je er allemaal mee kon doen. Hij werd door het publiek, nu en dan lachend, met groeiend respect gevolgd. Toon vertelde later dat hij van de fluitjesman had geleerd spanning op te wekken, dat je, om gehoord te worden, niet moest gaan schreeuwen en je vooral niet te veel moest uitsloven. Hij vertelde het verhaal van de fluitjesman graag en goed, en eindigde er altijd mee dat hij de fluitjesman veertig jaar later nog eens had teruggezien. Meneer Klein, want zo heette hij, was midden in zijn praatje gestopt, was naar hem toegelopen, had zijn hoed afgenomen en had gezegd: U bent Toon Hermans geworden. Het is een mooi verhaal, zo mooi dat het einde wel verzonnen lijkt. Het is te mooi, te literair. Maar het is wel waar natuurlijk. Teun was ondertussen Toon Hermans geworden. Op de markt stond ook jaarlijks de kermis. Die was van verre te horen. De orgels speelden tegen elkaar in, bellen tinkelden, sirenes loeiden. Teun werd er een ander mens van. Meer dan zestig jaar later sprong Toon midden in een gesprek op van zijn stoel, toen hij het over de kermis van zijn jeugd had en wekte hem tot leven. En dan kwam je daar, en dan zag je de schommels vliegen tegen dat dak op met die koperen stangen, die kerels die daar zo in stonden, oei, en die vent die aan de rem trok zodat dat bootje over de plank schuurde, en dan zag je die carousel gaan, dat bracht in je lichaam en geest iets teweeg van een onbeschrijfelijke kracht. Uit die indrukken kan een mens, bij wijze van spreken, zijn hele leven geleid worden. Dus dan ben je uit de armoede getild, uit de angst zeg maar, want armoede is ook angst. De kermiscenten die Teun bij ooms en tantes lospeuterde, besteedde hij meestal aan etenswaren. Verder keek hij rond. Het meest werd Teun gefascineerd door de grote paradetent van het Théâtre pittoresque mechaniek. Elk uur stonden de artiesten voor de tent parade te maken, deden dan kleine trucs om de mensen naar binnen te lokken. Teun was vooral gefascineerd door het klauntje dat op de grote trom sloeg. Hij had een bolhoedje op, een rood neusje en witte vlekjes op zijn ogen. Als Teun thuis kwam en zijn moeder vroeg wat hij op de kermis had gezien, dan deed ik de stem na van het klauntje op de parade, dat riep. Nog één waarschuwing van de muziek en de voorstelling gaat beginnen. Voorziet u van plaatskaarten. Noot. Hermans, 2001, pagina 33. Het voorprogramma van de One Man Show in 1989 heette Théâtre pittoresque mechanique. Toen Hermans had een klein refuutje geschreven waarin allerlei motieven uit zijn jeugd verwerkt waren, zoals het klantje. Einde, noot. Zo actief als Teun zich betoonde tijdens zijn wandelingen door de stad, met het uithalen van kattenkwaad en het imiteren van mensen. Zo traag en ongeïnspireerd was hij op school. Hij ging in 1923 voor het eerst naar de lagere school van Meester Snel, op de hoek van de Parklaan en de Wilhelminastraat. Teun was niet dom, maar hij wilde niet leren en ging met tegens in de klas in. De leerstof stond hem niet aan en wilde niet tot hem doordringen. Ik had niet zulke slechte punten, maar het stelde niets voor. Vertelde Toon over die tijd. In zijn One Man show van 1967 zei hij. Als de meester vroeg: Hermans, wat ligt er aan de maas? Dan wist ik het niet. Dan dacht ik: Ik wou dat ik zelf aan de maas lag. De meester van de eerste klas leerde hem schrijven in een schrift met blauwe lijntjes waar zijn letters tussen moesten blijven. De meester deed het voor op het bord. Op is dun en neer is dik. Flauwekul, vond Teun, want zijn vader deed het niet zo en had toch een heel mooi handschrift. Aan het eind van het jaar schreven de kinderen traditioneel een nieuwjaarswens aan hun ouders. De tekst was hoogdravend en werd gedicteerd. De ondertekening was een bedenksel van Teun zelf. Nogmaals, lieve ouders, veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Uwe beste clown Sittard, 1 januari 1926. Als Toon later aan zijn meesters terugdacht, vond hij ze kleurloos en niet zeggend. Hun stemmen waren nauwelijks tot hem doorgedrongen. Het waren mannen met krijtvlekken op hun gulp die gemeen konden slaan. Hij vond geen sprankje fantasie bij ze. Zelfs voor teken haalde Teun een drie. De beste plaats van de school vond hij de speelplaats, waar hij hinkelde, haasje overspeelde en voetbalde. Als aan het einde van de pauze de bel ging, hield het levendige gejoel abrupt op en moesten de kinderen zich zwijgend opstellen om in rijen de ruikende klas weer in te marcheren. Teun voelde zich een gevangene. Hij keek naar buiten en droomde Ging de bel om twaalf uur, dan stormde die naar buiten, de frisse lucht in. Er was één uitzondering: hij vierde op als de bruine Pater in de klas kwam. Dat was een kapucijn iemand die opkwam voor de armen. Een kleurrijke man met blote voeten in sandalen, een rood hoofd, een grote rode zakdoek die uit zijn mouw stak en een puntige kap op zijn rug, waarin hij zijn sigaren bewaarde. Ondanks een dikke buik kon hij in de kerk een geloofwaardige vaste preek houden. Hij liet de kinderen de catechismus leren een groen boekje met geloofsvragen en antwoorden die ze uit het hoofd moesten kennen als ze de school verlieten. De eerste vraag was: Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in den Hemel te komen. De bruine pater ging gemoedelijk op de rand van Alessena zitten, liet de braafste jongen van de klas een gekleurde plaat op het bord hangen en begon mooi van de Bijbel te vertellen. Daniel in de leeuwenkuil vond Teun prachtig en hij kon ook zo mooi vertellen over de hemel. Maar hij zei nooit hemel, hij zei altijd het hiernamaals. Dat zei die zo mooi het hiernamaals. Alsof hij er net vandaan kwam. Op een keer zei hij tegen me: Toontje, kom eens voor de klas. Hij keek me in de poppetjes van mijn ogen en zei: Knaapje, als jij niet beter je best doet, dan kom jij niet in de hemel. Toen zei ik: Och, meneer de kapelaan, als ik dan maar in het hiernamaals kom. De bruine pater deed mee met voetballen. Maar stond ook aan het altaar met een kasuivel aan. Hij werd Teun's biechtvader. Nicolas Hermans had tuberculose en lag voornamelijk in bed te hoesten. Geld voor een kuur was er niet. Teun was dol op zijn vader en hij meende zich later te herinneren dat hij ook een zwak voor zijn speelse zoon had. Met de andere broers vlotte het wat minder, maar die hadden weer wat meer met moeder. Teun zat vaak aan het ziekbed van zijn vader, haalde herinneringen op aan de autotochtjes en aan de voetbalwedstrijden waar hij mee naartoe had gemogen. De gezondheid van Nicolas liep sterk achteruit. Op 23 april 1928, toen het buiten koud en druilerig was, stierf Nicolas Hermans met zijn hoofd in de armen van zijn zoontje Teun. Ik gaf hem nog een beetje suikerwater en toen ineens was hij verdwenen. Moeder zat op dat moment met een lastig been in een geleende ziekenhuisstoel en hoorde der kind zeggen: Ma, vader is dood. Drie dagen lang lag het lichaam van zijn vader opgebaard in de kamer aan de straatkant. Er kwam bezoek van familieleden en kennissen. Teun ergerde zich als er ooms en tantes waren die gewoon stonden te praten. Ik weet nog dat ik één keer helemaal alleen naar binnen ben gegaan toen niemand er erg in had. Ik verbeeldde me dat mijn vader mij nog iets wou vragen, of dat hij dorst had. En toen eerst heb ik hem goed gezien. Er waren geen vreemde stemmen die me konden afleiden. Er waren geen oneerbiedige bewegingen. Niets. Zo roerloos, zo stil lag hij daar. Zijn gelaatskleur was nog geler dan anders, droger. Zijn ogen waren niet helemaal gesloten. Ik zag nog beetjes blauw, maar er was geen licht meer. Ik zag de rozenkrans in zijn prachtige slanke handen. Ze leken wel wit gepoederd. Onze vader, die in de hemel zijt. Ik weet nog dat ik zo naar hem keek, door mijn tranen heen, en dat ik op straat kinderen hoorde zingen die niet wisten dat ze langs het raam van mijn dode vader gingen. En dat het net was alsof wie even tegen mij glimlachte. Nicoles Hermans werd begraven vanuit de grote kerk. Er was een heilige mis met een klein ingehuurd koordje dat het requiem zong. Aan het einde van de plechtigheid, terwijl de priester de kist bevierookte en besprenkelde met wijwater, zong het koor In paradisum deducan te de Angeli. Ten paradijse geleiden u de engelen. Daarna werd Nicolas Hermans ten graven gedragen. Teun liep mee in de plechtige rouwstoet, nog geen twaalf jaar oud, in zwarte kleren, voor het eerst in lange broek en met een hoge hoed op. Hij voelde zich intens droevig. En volstrekt belachelijk. Na de dood van zijn vader begon de armoede pas echt. Het gezin moest weer verhuizen naar een goedkoper adres. Oda Straat 17, een arbeiderswoning in een doodlopende straat aan de rand van de stad. Het huis keek aan de voor- en achterkant uit over de weilanden. Wat er nog over was aan spullen moest worden verkocht, in het geniep, want hun armoede moest geheim blijven voor de buurt. Alsof de mensen het niet door hadden. Een weduwe met vier zoontjes, de oudste veertien en op het college, de jongste pas twee. De opkoper mocht alleen s avonds met zijn handkar komen. Maar ik kende het holle gedreun van de kar dan sprong ik uit mijn bed als ik hem hoorde naderen in de straat en zag hoe de kar halt hield voor de deur van ons huis. Soms ging ik dan boven aan de trap staan luisteren als even later de opkoper binnenkwam. Dan hoorde ik in het steeds leger wordende huis de rauwe stem van de man, sprekend in korte zinnen, en de lieve zachte stem van mijn moeder, die met weinig verweer onderhandelde, over de mooie voorwerpen die nog over waren uit de goede tijd toen vader nog leefde. Ik weet nog hoe ik huilde, machteloos toekijkend vanuit mijn kleine hoge slaapkamerraam, als er weer een lamp, een antieke kast of een schilderij opgeborgen werd onder het grote donkere zeil dat de kar bedekte. In het huis stond tenslotte alleen nog het allernodigste, maar moeder hield haar bontjas en droeg die als ze boodschappen ging doen. Dan betrad ze de winkels met een air alsof we nog net zo rijk waren als in de dagen van zomerlust. Ze dacht er niet over om naar het arme bestuur van de kerk te stappen voor steun, maar ze bad vurig tot Maria, de moeder van altijd durende bijstand. Alleen van de familie wilde ze wel wat aannemen. ''Fatsoenlijke armoede'' werd dat genoemd. Teun ging wel op bezoek bij deken Thijssen, die de priester van de armen werd genoemd. ''Hij geeft zijn schoenen van zijn voeten'' zeiden ze, en die stopte Teun dan wat geld toe. Na zomerlust en herfstchagrijn konden we het huis in de Odestraat wel Huize Winterkou noemen. De man van het gas werd een van de belangrijkste bezoekers. De gas- en lichtvoorziening verliep via muntmeters, en als er geen munten waren, dan was er ook geen energie. Eens per maand kwam de man van het gas om de meter te legen, de stand te controleren en de teveel betaalde meteen terug te geven. Dat was een terugkerend feest, al die losse dubbeltjes op tafel. Maar later in de maand kwam het voor dat er geen geld was voor licht en kon er niet worden gekookt, omdat er geen gas meer uit de kraan kwam. Ging eens met een dubbeltje naar de kelderkast om de meter te vullen. Het was donker. En ik wil het er zo in steken en ik laat het vallen. Het flikkert de trap af, die hartstikke donkere trap af, de kelder in, het water in, want er stond zo hoog water in de kelder. Dus het was natuurlijk een hopeloze opgave om dat dubbeltje weer te vinden. Ik weet nog goed dat ik op mijn blote voeten dat zwarte water in ging. En met mijn mouwen opgestroopt naar dat kleine muntstukje ging zoeken. Ja, dan ben je arm. En op een dag kwam ik uit school. Ik loop ons huis binnen en ik zie mijn moeder in de keuken zitten aan de tafel met dat geblokte zeil. Helemaal alleen. Zo alleen, zo alleen. Ik wist niet wat ik zag. Ze huilde. Ik heb later wel eens gezegd: als mijn moeder die dag niet had gehuild, was ik nooit in het theater terechtgekomen, nooit. Maar wat deed ik? Toen ik dat zag, kreeg ik plotseling een heel merkwaardig gevoel. Ik dacht ineens: Je moet er aan het lachen maken. Ik weet niet hoe ik aan dat gevoel kwam. Ik ben nog nooit zo dicht bij de clown geweest als in die armzalige keuken. En voordat ik het wist, deed ik de gekste dingen. En het lukte. Ze lachte. Ze lachte. Zo vertelde Toon Hermans het op het toneel. Toon had al eerder geschreven dat zijn moeder hele avonden aan de kale keukentafel bedroefd kon zitten wezen dat hij haar dan probeerde op te vrolijken door de broodkruimels op het geblokte zeil te laten dansen door op de tafel te trommelen. Ze vroeg hem nogal eens de fanfare na te doen, die in de verte kwam aangemarcheerd, en hij imiteerde op haar verzoek de kleine kleermaker met zijn stijve been en overslaande stem, tot ze zich uiteindelijk tranen zat te lachen. Toon heeft meermalen in televisieinterviews de armoe van zijn jeugd opgeroepen. Hij vertelde dan over zijn malle fratsen en dat ook anderen dan zijn moeder daar plezier om hadden. Als hij bij vriendjes thuis aan tafel zat, maakte hij hun familie na het eten aan het lachen. Hij liet zijn soepele duimen kronkelen, deed het geluid van een meikevertje in een lucifersdoosje na, of droeg een stukje uit de krant zingend voor. Hij probeerde zijn tafelgenoot aan het lachen te krijgen door met voorwerpen te spelen. Dan lag er iets op tafel. Een korstje brood of een raar vorkje. Een rolletje gaar of een touwtje. En dan pakte ik dat op en zei ik: Mevrouw, moet u eens kijken? Hier. Ziet u dat touwtje, mevrouw? Kijk, dan pak ik het hier vast, ziet u. Wilt u daar dan even overheen lopen, mevrouw? Zoiets. En dan lachten die mensen zich kapot. Laat ik het touwtje vallen. Kijk, hoep. Daar valt hij weer het touwtje. Nee, het is geen koortje. Weet u wat het verschil is tussen een touwtje en een koortje? Nee, een touwtje zingt niet, een koortje wel. Na de lagere school volgde de mulo, gelegen aan de baandert negentig. Daar kreeg Teun voor elk vak een andere leraar. Meester Welters werd zijn favoriet. Die had levendige ogen en droeg goeie pakken. Hij gaf adrekskunde en Frans en was daarbij regisseur van de toneelclub. In 1957 haalde hij bij de Avro-radio herinneringen op aan Teun en vertelde dat hij altijd zat te tekenen in de klas. In zijn lessen was altijd ruimte voor een grap. Welters vroeg eens, Hermans, jij gaat van Sittard naar Heerenveen, hoe doe je dat? De bedoeling was dat Teun de plaatsnamen zou opdreunen en ze met een aanwijstok zou aanwijzen op de kaart van Nederland. Maar hij zei: Ik ga naar het station en koop een retourtje. Meester Welters moest net als de rest van de klas smakelijk lachen, maar gaf hem vervolgens wel honderd strafregels. Welters was ook de eerste die voelde dat Teun iets in zijn kop had wat met theater te maken had. Hij liet me voor de klas Franse versjes voorlezen. Le Fagmachin bijvoorbeeld, want dat kon ik prachtig. Teun droeg het met verve en Franse dan Frans voor, wat weer tot hilariteit leidde in de klas. In zijn one man show van 1967 kreeg toon Hermans zogenaamd een telegram. Ook heel leuk uit Sittard. meester Welters. O, oh, dat vind ik fijn, zeg. Meester Welters uit de Baandert, heb ik bij je op school gezeten. Daarnaast was hij regisseur bij het Zuid-Limburgs toneel. Na schooltijd kwam Welters bij ons thuis. Toontje, heb je je huiswerk af? Ja, meester. Doe dan eens een paar mensen na. Met Nederlands had hij meer moeite. Thuis hoorde Teun Sittisch dialect of Frans praten, maar Hollands was een onnatuurlijke, vreemde taal voor hem. Meester Raamakers, zijn leraar Nederlands, was geen fan van Teun. Hij was een dik mannetje, dat de jongens uit de Nieuwstad, waar hij zelf vandaan kwam, voortrok. Het moet Meester Raamakers zijn geweest, die op een dag de klas binnenkwam met een stapel schriften, er een van afpakte en zei, ''Ik ga even een opstel voorlezen van een jongen uit de klas.'' Teun herkende meteen zijn verhaal en dacht, jeetje zeg, dat mij die eer te buur valt. Ik was zo trots als een pauw. Eindelijk toch een beetje succes. Aan het eind zegt hij, zo, dit opstel is van Tony Hermans en dat lees ik voor, zodat jullie weten hoe je het niet moet doen. Voortaan was het oorlog tussen Raamakers en Hermans. Had een oud pruikje gekregen van de kapper en zette dat achter raamakers rug op in zijn lessen en trok daar malle smoelen bij. Zo bracht hij de klas aan het schateren tot hij eruit werd gestuurd. Ik moest ook altijd alles halen, vertelde Toon. Hermans gaat geraamte halen, zei de natuurkundeleraar. Nou, en dan kwam ik rammelend met die botten binnen en vroeg ik me af of het een echte vent was geweest. Ik was goed in halen en brengen, maar leren? Nee. Wil Korsten, een klasgenoot van Toon op de Mulo, herinnert zich dat Teun er vaak werd uitgestuurd. Veel spijbelde, steeds minder op school te vinden was en uiteindelijk helemaal niet meer kwam. Anderhalf jaar Mulo heeft Toon uiteindelijk gehad. Speciale lessen voor kinderen met leermoeilijkheden waren er in die tijd niet. Wel waren er rotzakken van leraren die je met een lineaal tot bloedens toe op je knokkels sloegen, vertelde Toon later. Teun probeerde voortdurend aan de grauwe realiteit te ontsnappen. Dat lukte hem onder andere door te tekenen en te schilderen. Op school moest hij voorwerpen natekenen. Wat hem niet goed lag, maar in de natuur een kip of een paar tekenen kon hij goed en snel. Hij zat eens op een bankje voor het huis, geheel in zichzelf verzonken te schetsen, toen een fietser stilhield, die vroeg of je eens mocht kijken. Teun liet hem zijn schetsboek zien, de man bladerde het door. Hij stapte naar Teuns moeder en zei dat er jonge talent had. Hij moest tekenaar of schilder worden, en hij kon hem wel wat lessen geven. Ik schilder op het ogenblik een portret van de bisschop van Roermond, hoorde Teun hem zeggen. Als je zoiets tegen mijn moeder zei, kon je natuurlijk geen kwaad meer doen. De schilder was Georges Tilens uit Venlo, die rond 1930 in Sittard werkte en een atelier had op de Markt, boven Café de Kroon. Teun kon geen lesgeld betalen, maar werd een soort manesje van alles. Hij moest sigaretten voor hem halen, penselen schoonmaken en het atelier opruimen en kreeg dan ook wat les. Tielens had gezegd dat hij niet gek moest opkijken als hij honderd keer hetzelfde kop en schoteltje moest schilderen. Van boven, van opzij, oortjesus, oortjeszo, dat is de opleiding. Zo leer je de techniek. Afschuwelijk leek me dat dat kopje. Maar meteen bij de eerste les zat er een naakte oude vrouw op een stoel. Dat was de werkster. De leerlingen tekenden met houtskool haar portret. En toen Tielens haar tenslotte vroeg welk portret ze het leukste vond, wees de vrouw op Teun's tekening. Dat was niet omdat hij het beste was, maar omdat hij haar eerlijk had getekend, scheel als ze was. Ik zette die ogen knal tegenover elkaar, en dat vond die vrouw het beste. Ontsnappen aan de realiteit kon bij uitstek door je te verkleden als een ander. Het trof dat Sittard bekend stond om zijn historische optochten. In het stadsarchief zijn veel foto's te vinden van inwoners die verkleed als bijbelse figuren of koningen op grote praalwagens door de stad worden getrokken. Een van de grootste optochten vond plaats tijdens de Missieweek in augustus 1932. Sittard en omgeving had in de loop der jaren wel zo'n vijftig missionarissen voortgebracht, die voor het merendeel in het toenmalig Nederlands-Indië terecht waren gekomen. Er was veel te doen in die missieweek, de hele stad gonste ervan. Er waren kerkelijke plechtigheden, sportwedstrijden, volksconcerten, een tentoonstelling, de optocht en het gemeenschapsspel Omnisterra op het marktplein, waaraan alle scholen van Sittard meededen. De missieweek was een grootse hulde aan de helden en heldinnen die het geloof over de wereld verspreidden en in de grote optocht kwam dat nadrukkelijk tot uiting. Die liet zien hoe Christus vanaf de vroegste tijden had getriomfeerd. De laatste praalwagen vertoonde Christus als goede herder van de mensheid in een wit gewaad onder een baldakijn met een herderstaf in de hand. De vijfdejarige armoedige, naar respect hunkerende schoolverlater Teun had misschien wel de Christusrol willen spelen. Maar als hij er later over vertelde, zei hij dat een Bijbelse figuur ook goed was geweest. Herodes had ik mooi gevonden, of Kain, of zo, met zo'n baard. Maar de mooiste rollen waren altijd voor de kinderen van de notabelen. Ja. Die waren dan het kindje Jezus van Nazareth, of Sint Jozef, of Sint Janneke, dat was een vriendje van Jezus van Nazareth, en die liepen dan zo samen. Dat was natuurlijk mooi, dat had ik ook graag gewild. Teun zou uiteindelijk mogen meelopen met de Chinezen, een onderdeel van de tocht waarmee het missiewerk in China werd geëerd. Dat stelde dus helemaal niets voor. Je moest zo'n geel jurkje aan tot op de grond met van die goedkope stof en zo'n lampenkop op je kop met van die vleggies eraan en dan werd je smoelgeel gemaakt. Ik had het pakje al in mijn handen en toen kwam er een man naar me toe, die was zelf Romeinse soldaat en dat was wel een van de mooiste dingen die je kon zijn. Hij had een helm op met zo'n kledingborstel van achteren en zo'n stalen borstel met riemen en zo'. Zo'n geweldige borstkas en van die sandalen om zijn kuiten gebonden en een karwats in zijn handen en hij zegt. Jo, doe die Chinees weg hier, doe dit maar aan. Nou, toen kreeg ik dat ding aan. Het was een mooi moment voor de hunkerende teun. Hij was opeens Romeins soldaat en moest naar de Romeinse Keizer lopen. Ik heb lopen zweet als een gek, want ik liep voor schut. Die helm zakte me tot zover over de kop en die borst was te groot. Ik stoot er met mijn knieën tegenaan. Ja, dat was gewoon iets verschrikkelijks. De mensen stonden zich gek te lachen. Ik liep werkelijk voor gek, iets te veel geldingsdrang. De slechtste tijd van mijn leven, 1932-1934 Toon mocht graag vertellen dat hij zijn carrière was begonnen als een heel jong Sinterklaasje. Op de hoek van de Begijnenhofstraat stond het postkantoor. Het staat er nog, een groot huis met een erkertje dat de Limbrichterstraat inkijkt. Daar had Teun met Renier de Jong, het zoontje van de directeur, voor het raam naar het winkelend publiek zitten kijken. En daar had hij het idee gekregen zich te verkleden als Sinterklaas met een mijter van karton en een baard van watten. De wandelstok van zijn vader diende als staf. En zo zat Teun daar op een middag twee uur lang te zwaaien naar de kinderen beneden. Toon vertelde in 2001 in zijn levensboek. dat hij in de tuin van het postkantoor elke woensdagmiddag circusje speelde. De plek is in de officiële Toon-Hermans-wandeling opgenomen. Hoe oud was hij toen? Tussen de 16 en 18 jaar zei Schief Wauben die erbij was maar volgens hem ging het meer om een eenmalige voorstelling van toon Schief woonde in de Begijnhofstraat en was bevriend met Renier de zoon van de postdirecteur Teun woonde al in de Odastraat Met jongens uit de buurt maakten ze kaartjes die ze voor een cent verkochten Op het kolenhok zat het orkest dat waren jongens die al les hadden bij de harmonie en een instrument in bruikleen hadden. Van zaagmeel hadden ze een piste gemaakt met als rand roodgeverfde kistjes, gistkratjes die van ome Zef Dullens kwamen. Het rommelhok was de kleedkamer. Norbert Zeuwen, de latere tandarts in Kerkrade, kon goed voesspitsen. Hij maakte als openingsceremonie een paar rondjes over de rode kistjes. Boelie Rulkens van de bakker uit de putstraat kon mooi trompet spelen en gaf het openings- en slotsignaal. Renier kon niks en was daarom directeur en Teun was de clown. Hij had zich geschminkt met waterverf en had een rood geverfd neusje van stopverf opgezet. Hij maakte malle fratsen en voelde zich voldaan als het publiek om hem lachte. Ook de act van de boeienkoning stond op het programma en Renier, die dus niks kon, had nog een nummer als dompteur. De menagerie bestond uit kippengaas met daarachter de kwijlende boeldok van de postdirecteur die maar geen kunstjes wilde leren, niet begreep dat hij een leeuw moest voorstellen, door Renier werd omgeduwd en dan meteen in slaap viel. Daarna zette Renier zijn voet op het slapende beest en blies Boelie triomfantelijk op zijn trompet. Er woonde in Sittard in de Begijnenhofstraat een echte komiek. Het was Harry Peters, meneer Peters voor de vijftienjarige Teun. Hij volgde hem waar hij maar kon. Als hij uit een groentezaak kwam met een boodschappentas, waaruit twee komkommers staken, of wanneer hij met een koffer met kleren kwiek naar de trein liep om ergens te gaan optreden. Teun vond alles bestuderends aan meneer Peters en leerde hem perfect nadoen. Harry Peters had een leuk okerkleurig gezicht, grote scheve tanden en een bolhoedje schuin op zijn hoofd, wat hem iets frivols gaf. Lang stond Teun in gedachten verzonken voor een affiche van de humorist, waarop stond Lachen, brullen, gieren. Toon schreef als volwassene in zijn dagboek In mijn wereld van voortdurende armoede en verdriet Kwamen deze woorden op mij af met een ontroerende kracht. Ik kreeg soms kippenvel als ik het las, soms sprongen er tranen in mijn ogen. Zondag stond meneer Peters achter in de kerk naast de doopvond, hoedje in de hand. Toon meldde dat dan aan zijn moeder, die het niet zo op artiesten had, stiekem hopend met deze mededeling haar opinie omtrent het artiestendom enigermate te kunnen ombuigen. Helaas is mij dit nooit gelukt. Leo Peters, de zoon van de komiek, was een begaafd trompetist en pianist, en via hem wist Teun ook door te dringen tot de woning van de enige sitarse beroepsartiest. De wat artistieke sfeer en inrichting boeide hem meteen. Er stond een piano waar Leo op speelde en waarop Teun liedjes wilde gaan maken. Meneer Peters kwam met zijn pijp in de mond kijken. Zelf liedjes maken? vroeg hij Teun verbaasd. Kun je muziek schrijven? Kun je noten lezen? Kun je zingen? Teun liet, pingelend op de piano toetsen, zijn eerste deuntjes aan Leo horen, die ze uitwerkte tot liedjes. Een procedé dat Toon Hermans zijn hele leven zou blijven volgen. Hij pingelde of zong voor wat hij had bedacht, en een muzikant werkte het uit. Wat doe je als ouder als je kind niet wil leren, alleen maar speels is en door de stad dwaalt in schooltijd? Je zegt: Zoek jij maar een baantje, ga jij maar solliciteren, had zijn moeder gezegd. Kantoorbediende gevraagd, stond in de krant. Teun schreef een sollicitatiebrief. Hiermede neem ik beleefde vrijheid, maar opgeroepen voor een gesprek werd hij niet. Geen diploma, geen ervaring, crisistijd en werkzoekenden in overvloed. In de vakantietijd ging Teun naar de staatsmijn Maurits in Geleen. Hij kreeg een blauwe overal aangereikt en mocht kolen uit het gruis gaan rapen. Al snel had hij een hekel aan de vuile zwarte troep die in zijn ogen, oren en neusgaten ging zitten. Hij vond het gezamenlijk naakt douchen afloop ook niks. Daarna werd Toon verkoper van nietsmachines. Dat was een nieuwe handige uitvinding waar hij veel in zag. Hij kocht ze in Sittard, stapte op een gehuurde fiets en reed langs de dorpen in de omgeving om ze daar aan de dorpswinkeliers te slijten. Hij maakte een soyeuze entree en probeerde met leuke babbels de winkeliers tot aankoop over te halen. Hij verliet de winkel weer met zwier, ook als hij weer eens niets had verkocht. Ook nam hij wel tekeningen en schilderijtjes mee die hij zelf had vervaardigd en die hij op boerderijen probeerde te verkopen. Er is uit deze tijd nog een portret van de in 1929 gestorven deken Thijssen bewaard gebleven, nagetekend van de rouwkaart met kleurkrijt op strookkarton. In die danstent van toen, in het Limburgse groen, weet je nog, weet je nog? De danstent was blauw. Met wat zwoelig karmijn. En jij was van roze, met wat ultramarijn. En ik was zo groen, als een vrijer maar kan zijn. En mijn wereld, mijn wereld, was toen nog zo klein. Boerderij Kusters aan de Rijksweg Zuid stond bekend om zijn weidefeest. Eén dag per jaar stond er een danstent in die wei. Teun ging meehelpen met opbouwen. Hij stak paaltjes in de grond, trapeerde slingers en lampionnen van appelboom naar appelboom en zag zo de gewone wij veranderen in een blije mensenwij met als glorieus middelpunt die magnifieke danstent. Er kwamen kelners en serveersters en de muzikanten maakten hun entree. Hij sprak even met een meisje dat even oud was als hij en bij wie hij zich minder verlegen voelde dan anders. Teun ontving als loon voor het werken een kwartje en een toegangskaartje voor de wei en keerde s'avonds terug in zijn goede pak. Hij was altijd onzeker over zijn kleren omdat die altijd oud waren, afgedragen door zijn broer of door een rijke oom. De jasjes waren uit elkaar getornd, de stof gekeerd en de delen weer in elkaar gezet. De stof zag er dan wel minder versleten uit, maar het borstzakje was wel aan de verkeerde kant van de revers beland. Een goed overhemd had hij ook niet. Onder zijn jasje op zijn blote lijf droeg hij een papieren frontje dat zijn smalle borst amper bedekte, en daarboven een los papieren boordje. Het frontje bond hij met een touwtje vast om zijn rug, opdat het niet omhoog zou krullen en uit zijn jasje zou springen. Als hij alle knopen dicht hield, zag het er behoorlijk uit zeker als hij ook twee papieren manchetten had omgedaan. Het leek allemaal wel wat maar het was geen kleding waarin je zelfverzekerd in een danstent op een meisje afstapte. Het hart was vol onzichtbare gevoelens. Kennelijk was ik toen al de loner die ik altijd zou blijven want dit soort dingen deed ik altijd alleen. De lichtjes, de verwachting van de mensen, de muziek in de verte, het scheen hem op te tillen, maar het had ook iets melancholieks. Ik luisterde naar flarde tekst van voorbijgangers en had allerlei dichterlijke dingen in mijn hoofd. Het meisje van die middag stond nu in een mooie jurk en met opgemaakte lippen bij de tentopening. Ze zwaaide even naar teun en gaf hem een kaartje voor de danstent. Hoewel Teun nooit op dansles was geweest en dus niet kon dansen, stapte hij naar binnen. Daar voelde hij zich ogenblikkelijk geïntimideerd door het aanwezige dure publiek en de mooie meisjes in lange jurken. Hij bleef aan de kant zitten en kocht van zijn kwartje een flesje limonade, waarmee hij zo lang mogelijk probeerde te doen, zijn jasje stijf gesloten. De angst sloeg hem om het hart toen er een dameswals werd aangekondigd en de dames de heren mochten vragen. Toen gebeurde het. Achter mijn rug voelde ik het zeildoek bewegen en ineens, hup, daar stond ze voor me. Mijn danstentmeisje in blauw verloor. Ze maakte een mal deftig buiginkje en zei, jong mag ik deze dans van dich? Kennelijk wilde Toon met dit romantische verhaaltje vertellen dat hij een eenzame dichter was en een arme schlemiel, en dat toch, net als in de films van Charlie Chaplin, het mooie circusmeisje alleen maar met hem wilde. Wat eerst een gewone wei leek, was nu omgetoverd in een wereld vol lichtjes muziek en ontluikende verliefdheid. Geef mij de laatste dans van dicht. doe, doe, meetje. doe met die uuskes in dat gezicht, doe, doe, meetje. Geef mich de laatste dans van dich. Auch al dan ik night goed, alles is bondje, alles dreed rondje. Ich die in din auge, da lachende mond, engels kunt zingen für mich. Geef mich de laatste dans van dich. Via een aanbeveling had Teun vast werk gekregen als decorateur, etalateur, reclame tekenaar. En lakschrijver bij Durlinger, waar hij 25 gulden per maand verdiende. Ook voor die tijd erg weinig. Het geld ging rechtstreeks naar moeder en Teun kreeg voortaan zakgeld. De naam Durlinger staat in Sittard voor schoenen kopen. De mijnwerkers kochten bij Durlinger hun laarzen met stalen neuzen en Teun moest soms uren achtereen zware kopspijkers in de zoden nagelen. Hij mocht aanvankelijk ook helpen in de verkoop, maar dat was al snel afgelopen omdat hij te veel gekkigheid uithaalde. Zijn tekentalent en zijn mooie handschrift brachten de uitkomst. De winkel in de Limbrichterstraat had een heel aantal etalages met schoenen waarvoor prijskaartjes en verlokkende woorden moesten worden geschilderd. Neem dit mee. Iets aparts. Bijna voor niets. Teun schreef zich de blaren op zijn vingers, aan die prijskaartjes, en anders kreeg hij ze wel van de spelden en punaises die hij erin moest prikken. Ger Durlinger liet hem hard werken, en vaak tot s'avonds laat, want het inrichten van de etalages gebeurde meestal na sluitingstijd. Teun schreef kaartjes, sjouwde met dozen met mijn en liep op voeten door de etalages. De kale Durlinger stond altijd wat zuur toe te kijken. In het midden van de zaak stond een grote vierkante glazen vitrine. De glasplaten rustten op grote en kleine glazen vazen. Teun begon s'morgens die grote lege vitrine op te bouwen. Op de glasplaten zetten die kleine glazen blokjes, en daarop zetten die de hakjes van de schoenen. Het ene glasplaatje op het andere en dan de schoentjes erop, met een speldje achter in de hakken, zodat ze mooi omhoog stonden, en een ander speldje waar een prijskaartje aan zat. Hij bouwde de glazen stellage op tot bovenaan toe en helemaal bovenop zette hij een heel mooi damespumpje met hoge hakken. Hij was er wel een dag mee bezig. Op een avond liep ik eruit op mijn sokken en toen liep ik eromheen. Deed die vitrine deur dicht, die was al drie meter hoog, en dat sleuteltje schoot niet goed in het slot. De deur kwakte eventjes tegen die sponning op, en ik zag dat bovenste schoentje zo naar beneden flikkeren op het bovenste glasplaatje en weer op die andere glasplaten, en toen was het één grote ravage, één grote rotzooi van glasscherven. Toen kon ik opnieuw beginnen, tot een uur of twee s nachts. Het liefst maakte teun de sportetalage. Die had iets blijs. De voetbalschoentjes met de prettige witte veters, de blinkende bruine en witte ballen, die ik altijd even lekker liet stuiter op de steentjes in de winkel, en ook de bonte voetbalshirtjes en broekjes en de gestreepte kousen, hadden iets vrolijks. Deurlinger was niet altijd zuur. Teun was welkom bij hem thuis en kon dan blijven mee eten. Dan zaten ze met z'n vijftienen aan tafel, want Deurlinger had een groot gezin. Eenmaal vroeg hij Teun mee met de auto naar een tentoonstelling buiten Sittard. Misschien had hij daar moeten kijken naar standbouw, belettering, nieuwe trends in de wereld van het etaleren. Maar Toon herinnerde zich later niets meer van die tentoonstelling. Hij had alleen maar oog gehad voor het mooie Indische zangeresje, dat op die tentoonstelling naast een witte vleugel had staan zingen. Ze heette Amsi Moïna en hoorde bij een wereld waarnaar hij verlangde, maar hij wist nog niet hoe hij daarin terecht zou kunnen komen. Voorlopig moest Teun kaartjes schrijven en etalages inrichten, ook bij andere winkels. In Lutterade deed hij voor 1 gulden vijftig de etalage van de volkswinkel van Isodore Silbernberg, die goedkope kleding verkocht. Ook bij dat Joodse gezin was Teun welkom aan tafel. Hij maakte er kennis met Joodse humor die hem zeer aantrok, juist omdat hij het drama in die humor voelde. Bij Silberenberg hadden ze een slingergrammofoon met platen, en het eerste liedje dat Teun daar hoorde, werd gezongen door een artiest met een zachte stem die droefgeestig zong. Vijftig jaar later reciteerde Toon uit het hoofd. Als jij de mijne was, zou een huisje van hooi en gras, al was het ook nog zo klein, voor mij al voldoende zijn. De zanger op de plaat was Louis Davids, wiens liedjes stem en manier van voordragen een geweldige indruk op Teun maakte. Dat is de kleine man, de kleine burgerman, zo'n doodgewone man met zijn convectiepakkie aan, zo'n man met zo'n afgesneden linnen frontje aan, zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. Zong David zacht. Hij verleende de kleine man een stem, en veel van zijn liedjes waren geworteld in de wereld van kleine ploeteraars en armoedsaaiers, voor wie alle jaren crisisjaren zijn. Veel van Teuns' muzikale vorming vond plaats bij de grammofoon van Silbernberg. Hij had platen van Maurice Chevalier, die Hollywoodster uit Frankrijk met zijn parelwitte tanden en zijn strooie hoed. Chevalier was het voorbeeld voor de jonge artiesten. Ma pom, ma pom. Teun kon hem perfect imiteren. Nederlandse sterren als Lou Bendy en Willy Derby kwamen net als Chevalier op met een strooi hoed. Toon Hermans deed ze na. Hij vatte zijn luistersessies later samen in een van zijn beste nummers. Kijk, dit is een mooi instrument, mensen. Kijk, hier dit. Gaat u even mee? Dat is een mooi ding. Dat is een ouderwetse grammofoon. Daar hoort nog zo'n slinger bij om die platen op te draaien. Zalig is dat. Wat een sfeer heeft zo'n ding. Ik heb een zekere ome Toon. Die heeft een oude grammofoon. En als zijn vrouw de vaten was, dan stoeit hij met de platenkast. De olieman, toujours l'amour, de oude dichter en de boer, die plaat is zo versleten, want je hoort gewoon de onderkant, en of dat ding een herrie maakt, het piept en krast en kreunt en kraakt, en af en toe van tijd tot tijd is ome Toon de slinger kwijt, en dan hoor je elke keer hetzelfde deuntje weer. Waar is die slinger van die oude grammofoon? Waar is die slinger, waar zal die zijn? Zonder die slinger heeft dat ding geen toon. Waar is die slinger van die oude grammofoon? Teun raakte in deze tijd ook geïnteresseerd in meisjes. Wanneer hij met een etalage bezig was en er een groot wit met rood afgezoomd doek met het monogram van Durlinger voorhing, Zorgde hij dat hij de passerende meisjes kon zien en zij hem? Schuin aan de overkant in een kledingzaak werkte de etaleur Nant Willems, met wie Teun goed bevriend raakte. Nant was een knappe, goed gekleede jonge man, die wat deftig deed en wilde imponeren met moeilijke woorden en zo. De meisjes die door de straat fladderden, hadden erg veel belangstelling voor hem. De zaterdagavond was de avond van de jonge liefde. Dan liepen er zwermen meisjes, groepen jongens tegemoet. Dan werd er lachen en gefleurd. Vooral zomers tijdens de concerten op de markt, als de ouders op de terrassen zaten en de meisjes om de muziektent cirkelden, spraken de jongelui elkaar aan en gingen een stukje wandelen, het liefst naar de Oude Wal, waar het lekker donker was onder de bomen. Het mooiste winkelmeisje van de Limbrichterstraat was Recy Muurmans uit de volwinkel. Teun mocht haar naar huis brengen. Toen ik haar voor de 37ste keer naar huis bracht, heb ik er op het kleiveld, op een afgezaagde boom, de eerste zoen van mijn leven gegeven, een erg onhandige zoen op de wang. Reesie was sierlijk, stil en lief, en teun was gelukkig als die naast haar liep. Gesproken? Ach ja, die meisjes van toen allemaal, hè? Ieder mens heeft toch zo'n souvenir d'amour, hè? Gitaar zet in. Want altijd heb ik nog een zwak voor Rosie. Als ik ter zie, dan voel ik me zo raar. Ik bloos, ik bloos als ik Rosie zie. Als ik Rosie zie, sta ik te blozen. Het was niet alleen roze geur en maneschijn, want toen Toon terugdacht aan de houten banken in het groene park met de witte zwanen, die je hoorde schetteren als je met gesloten ogen ellenlange zoenen zoende in het gras bij de vijver, vervolgde hij zijn herinnering met, waar je wel eens brood pikte uit de papieren zak van een onoplettende opa, die de eendjes voerde en niet wist dat er ook kinderen waren die honger hadden. In hun vrije tijd hingen Teun en zijn beste vrienden Nant en Wilkeulen wat rond op de markt. Als ze geld hadden, kwamen ze in het café Stad Sittert of in Noordgedam, daarom de hoek op de oude markt. De dochter van de eigenaar, Anneke Keunings, had Teun aan zijn baan geholpen bij Durlinger. Op de glazen in het café stond het biermerk Bins en Teun, Nant en Wil vormden de Binsbond. Ze stonden dan voor de deur of op de markt onzin te kletsen, te zijveren. Schele cijfer, onzinnige flauwe kletspraat, was een humoristische specialiteit van Sittard. Teun zou er een grootmeester in worden. Volgens vrienden uit die tijd jongleerde hij met een terrasstoel en een zakdoek en legde hij daar al de basis voor zijn latere parodistische goochelnummers. Op de Rijksweghoeksteenweg zat Café Victoria. Daar zou Teun voor het eerst in het openbaar liedjes hebben gezongen. Volgens jeugdvriend Wil Korsten was het maar een enkel keertje geweest dat Teun had gezongen voor wat dronken bezoekers, maar Toon vertelde zelf een veel mooier verhaal. Om zonder geld toch op zondag een biertje te kunnen drinken, zou die in plaatselijke cafés zijn gaan zingen. Victoria was ingericht als een huiskamer: er zaten mooie meiden, zatte kerels, er stond een biljart, er werd gelachen en gezongen, maar ook vaak gevochten. In Victoria speelde een blinde muzikant op een knopaccordeon, On a Good Ship Lollipop of Sunny Boy. Liedjes waarvan hij wist dat Teun ze kende. Teun probeerde dan altijd een entree te maken. Hij ging even achter het grote ronde café-gordijn met leren flappen staan. De accordionist speelde een soort welkomsmelodie. En dan deed Teun een stap voorwaarts alsof hij in een groot theater opkwam en sloot het gordijn achter zich. Hij ging naast de accordeonist op een podiumpje staan en zong zijn liedjes. Na afloop stond het buffet vol met pilsjes van al die mensen en leuke meiden, natuurlijk. van wie ik ook niet vies was. En dan zong ik speciale liefdesliedjes voor hen. I walk with you in the moonlight. Ja, die meiden werden dan toch een beetje opgetogen. Het liep aardig op in die dagen. Ik had wel eens twee liefjes op één dag. Soms leidde dat tot vechten. En Teun leerde er dat de eerste klap die je uitdeelt raak moet zijn. Anders werd hij tegen de grond gewerkt en vloepte zijn frontje uit zijn jasje. Dan stond de charmezanger binnen de kortste keren half bloot. En dat was voor mij een diepe schande, die ik mij als aankomende verdette niet kon veroorloven. Grappen maken en liedjes zingen maakte Teun populair bij de meisjes. Tegen Nico Jensen, zei Toon. Als ik over de vrouw begin, zei daar maar rood, ik heb mich kapot gevriet op de wal, daar dus staat geen boom of ik heb er gevriet. Tegenwoordig is er in Sittard door het VVV een Toon Hermans wandeling uitgezet, die onder meer langs de boompjes leidt, waar Teuns vriendinnetjes tegenaan leunde, als hij ze zoende. Het jaarlijkse carnaval was het hoogtepunt van het jaar in Sittard. Er waren optochten met praalwagens, muziekkorpsen en plechtige vergaderingen met de raad van elf. Men liep in groepen verkleed en gemaskerd in een lange sliert over straat. Er kwam creativiteit vrij, verbeeldingskracht en spontaniteit. Men schreeuwde en zong, host en danste, klonterde aan elkaar tot er één beweging, één ritme, één dreun ontstond, waarin men de dagen in een nieuwe verbondenheid doordijnde. Zo kon men zich eens per jaar gemaskerd bevrijden van zichzelf en zijn vaste rol in het leven. Het was of alle rangen en standen verdwenen waren, en of alles kon en mocht. Maar dat was niet zo. Ook tijdens het carnaval werden de standsverschillen niet opgeheven en werd de moraal bewaakt. De belangrijkste carnavalsvereniging was de Marotte. De leden daarvan droegen een jacket en een mooie muts met een lange pauwenveer. Teun was daar nooit lid van. Daar viel ik niet onder, ik hoorde bij het Krapul. Teun was dol op carnaval, die omgekeerde wereld waarin laag hoog werd en arm rijk. Maar toch voelde hij vooral bij het zien van de Marotte dat hij een rangs figuur was in Sittard en dat hij er niet bij hoorde. De echte wereld houdt niet van de omgekeerde wereld. De gemeente Sittard, opgestookt door de geestelijkheid en door verenigingen van geheelonthouders, was niet alleen maar enthousiast over het carnaval. Ze probeerde meermaals de carnavalsviering te beteugelen. Begin 1932 kwam er een gemeentelijk maskeradeverbod dat met acht tegen zeven stemmen was aangenomen in de gemeenteraad. Zowel de burgemeester als de deken van Sittard hadden de acht voorstemmers zo bewerkt dat hun weinig anders was overgebleven dan voor te stemmen. Na de raadsvergadering braken de rellen los. De ruiten van voorstemmers werden ingegooid. De volgende dag was er een protestbijeenkomst met spreekkoren en geknaal van karbitbussen. Toen de politie werd bekogeld, trok die de blanke sabel en dreef de betogers uiteen. Er was in geen eeuwen zo gevocht in het vestingstadje. De burgemeester kondigde de noodtoestand af, waardoor samenscholingen konden worden verboden en de marotten voelden zich gedwongen de jaarlijkse carnavalsoptocht af te zeggen. In de loop van het jaar verenigden de voorstanders van het carnaval zich onder de leus aanhaften doorzetten. Er kwam een nieuwe, wat volksere carnavalsvereniging, de aanhouders, waar Teun en zijn vrienden zich wel thuis voelden. Mede door hen werd de vereniging een groot succes. De leden waren gekleed in een blauwe boerenkiel en een rode halsdoek en een hoge boerenpet. In de nasleep van deze beroering bedacht de gemeenteraad zich. In december 1932 werd het maskeradeverbod ingetrokken. Een typisch Sittardsch carnavalsgebruik was het lameken: elkaar lam van het lachen maken door iemand voor de mal te houden met lang en aanhoudend komisch doorzeuren. Naast de onzinnige kletspraat, de zijver. Was dit een tweede komische specialiteit van Sittard? De beste lamaker was Wil Heuts, een knappe kerel om te zien. Hij maakte het hele jaar notities van wat er zoal voorviel in Sittard en verzamelde eigenaardigheden van notabelen. Met carnaval verscheen Wil Heuts in café Het Sterfhoes tegenover de kerk en begon, verkleed als oude vrouw, iedereen voor de gek te houden. Buiten de carnavalsvereniging met hun verplichte kleding waren er ook altijd Einzelgänger die hun eigen malle gang gingen. In de optocht liepen ze in een plukje dat zomerged werd genoemd, Zomarwat, loslopende solisten. Dit kolderiek gaatje van individuele idioten, die niets wilden voorstellen, alleen maar dwaas wilden zijn, hadden natuurlijk Teun's grootste aandacht. Hij imiteerde hun kronkelende heubewegingen en geheven handen tijdens het lopen en hun malle gezichtsuitdrukkingen. De hoge handen zijn het gebaar van gelukzalige hulpeloosheid van de levensblije drenkeling die verdringt in de zee van plezier, schreef Toon later. Teun was zo gegrepen door het carnaval dat hij zijn masker al dagen voor het zover was op had. Toen hij er in totaal negen dagen mee had rondgelopen en iedereen allang weer aan het werk was, zei Wilkeulen van het café tegen hem, Jong, de noveen is om. Maar Teun voelde zich goed achter het masker en het kostte hem moeite wist zichzelf te worden. Toon Hermans heeft het nooit uitvoerig over carnaval gehad in zijn shows. Wel over het circus, de kermis en de processie in zijn Sittardse jaren. Toch? Zo vertelde hij later vaak in interviews was het carnaval belangrijk voor hem. Een keer zei hij zelfs dat het de drijfveer was van alles wat hij gedaan heeft. Op hoge leeftijd bleef hij zichzelf zien als vooral een carnavalschek. Hij viel niet onder het kabaret. Teun in die dagen een jaar of vijftien zestien was gefascineerd door alles wat met optreden, zingen en theater te maken had. Er bestond een amateurtoneelschap in de stad, het Limburgs toneel. Meester Veltes gaf Teun een kaartje voor een voorstelling. Jacques Engelen, de zoon van een Sittardse slager, speelde Julius Caesar en zat met een gouden mantel om zijn schouders op de troon. O, oh, o oh, wat was ik onder de indruk en ik weet nog hoe gek ik het vond dat ik hem de volgende morgen op zijn fiets door de Limbrichterstraat zag rijden met voorop een mandje met vlees onder een handdoek. Teun ging wel eens kijken bij de repetities en wilde natuurlijk dolgraag bij het gezelschap, maar moeder was erop tegen. Zelfs toen regisseur Lambert Elen, de opvolger van meester Welters, zich in zijn zondagse pak in de Oda-straat meldde, kreeg hij een koele ontvangst, vertelde Elen jaren later. Het was een armoedige boel bij de familie Hermans. Er hingen lakens voor de ramen in plaats van gordijnen... Er lag nog geen kleedje op tafel, en Elen had de indruk dat de kinderen om beurten naar de mis gingen op zondag, omdat er maar één overjas in huis was. Dag, mevrouw Hermans. Ik ben Lambert Elen, regisseur van het Limburgs toneel, en ik wil u graag iets vragen over Tony. Kom binnen, meneer Elen. Dank u wel, mevrouw Hermans. Zegt u het eens, meneer Elen? Mevrouw Hermans. U weet dat Tony erg begaafd is op het gebied van toneel. Hij wil heel graag bij ons gezelschap komen spelen. Meneer Welters beveelt dit ook aan. Meneer Elen, u hoeft niet verder te spreken. Ik weet dat Tony graag wil, maar toneel is niets voor ons soort mensen. Einde gesprek. Teun was diep en diep teleurgesteld, maar hij gaf niet op. Hij drong bij de regisseur aan om eens met zijn broer Fons te praten, want die had veel invloed op zijn moeder. En inderdaad, via Fons lukte het wel. Teun werd een enthousiast lid van het toneelgezelschap, maar belangrijke rollen kreeg hij niet, want hij kende nooit zijn tekst. Op het toneel staan vond hij belangrijker dan toneelspelen. Zo gebeurde het dus dat Toon het toneel opkwam en de draad alweer kwijt was. Doodlakoniek pakte hij een zijn tekstboekje uit zijn zak en zei tegen het publiek: Eens even kijken wat ik moet zeggen. Het publiek vond dit erg vermakelijk, maar de spelers waardeerden het minder. Ik heb nog meegespeeld bij een kerstspel. Toen was ik schaap. Ja, was niet makkelijk. Ik moest twee uur lang staan blijven. Herdertjes die lagen, maar de schapen niet, hè, ja. En ik heb ook eens meegespeeld in een openluchtspel, toen de regen kwam. Dus dat is niet doorgegaan, want het begon te regenen. Ik was ook een keer een stem in de menigte, moest ik alleen zeggen, rabarber, rabarber, rabarber. Was ik zo zenuwachtig? Groente soort vergeten? Zei ik alsmaar, maar, boerenkool, boerenkool. Het huis van de familie Elen werd een belangrijk aanloopadres voor Teun. Daaraan bijgedragen zal hebben dat er een café biljart en een kruidenierszaak in hetzelfde pand waren gevestigd. Moeder Elen had elf kinderen en vroeg Teun altijd of hij al had gegeten. Hij lustte altijd wel een boterham en dronk ook graag een pilsje mee. De lange, magere sloeber die zo goed flauwe kul kon uithalen, werd er geaccepteerd. En gewaardeerd. Ik weet een blij café. Dat is zo'n vrij café. Daar speelt de grammofoon la vie en Grosse. En niemand drinkt er wat. Maar iedereen is zat van al dat onophoudelijk minnekozen. Dat is een lief café, zo'n primitief café. Daar kloppen opgewonden mensenharten. Oh, dat is een goed café. Dat is een zoet café. Daar hangt de koffiegeur rond de biljarten. Dat is dat café waar de mensen van houden. Je kunt er terecht met je kleine verdriet. Dat is dat café waar de mensen van houden. Teun leerde daar de mensen kennen die achter de weilanden woonden rond zijn huis. Ze woonden in de boerderijen op de oude weg en in en rond de winkels op de Tutdurnderweg. Het was letterlijk een achterbuurt, het kerkdorpje Stadbroek. In de herinnering van de familie Elen zette Teun daar en niet in de binnenstad van Sittard zijn eerste artistieke schreden. Het was een achteraf wereldje, nauwelijks een kilometer rondom zijn huis. Daar. Aan de buitenste rand van de gemeente Sittard werd die geaccepteerd en gewaardeerd door eenvoudige mensen. Daar ook lagen de korenvelden, waar ik zo graag met een meisje in verdween. Ik weet nog dat ik tijdens een vrijage in het koren een hemd aan had van mijn oudste broer dat me veel te groot was. De te lange mouwen hield ik op met twee elastieken van wegglazen. Het hemd was danig versteld. Er zat een heel nieuwe rug in die het dessin van het hemd behoorlijk had verstoord. Het had aan de voorkant streepjes en aan de achterkant ruitjes. Toen ik in het koren mijn jasje uittrok, zorgde ik ervoor dat mijn geliefde alleen maar de streepjes aan de voorkant zag. Toen in 1932 de kapelaan van Stadbroek afscheid nam, moest er een feestje komen. Het was al lang duidelijk dat Teun een buitengewone gave had voor het schrijven van liedjes. Hij schudde ze gewoon uit zijn mouw. Op straat of thuis bij zijn vrienden kon hij plotseling opeens beginnen te zingen over grappige voorvalletjes. Soms nam hij de mandoline van Lambert Elen van de Muur, draaide die om en tokkelde op de rugger van de begeleiding, want het instrument echt bespelen kon hij niet. Het feestcomité zat met de handen in het haar, omdat het nog steeds niets had bedacht voor de afscheidsavond van de kapelaan. Totdat Teun binnenkwam. De commissie legde hem de situatie voor, en toen Teun zich een kwartiertje had afgezonderd, was de show klaar, dat wil zeggen, in grote lijnen. Want Teuns kracht lag in de improvisatie. Wanneer hij voor het publiek stond, maakte hij een liedje over een rood strikje in de zaal of over een meneer met een hoed vertelt Elens dochter Corrie. Hij maakte samen met mijn vader, die ook goed kon dichten en muzikaal was, de tekst en de muziek van het liedje Mien Dijerbar Zuiden. Mien Dijerbar Zuiden, donker is dien, mien, doch brengst du mich geluk en zonneschien. Het is het oudst bekende liedje van Toon Hermans en hij zong het samen met Sjaak Engelen, Harry Vroomen en Ad Pennings, die samen het groepje de Sunny Boys vormden, in het patronaatsgebouw van Stad Broek op het afscheid van de kapelaan. Een lied over geluk en zonneschijn. Teun had zijn levensthema met een gevonden. De geestelijkheid was er niet zo dol op dat de jeugd maar wat rondhing. Dat kon alleen maar tot zonde leiden. Daarom probeerden ze met patronaatswerk de jongeren aan zich te binden en ze ook in hun vrije uren religieuze en morele vorming te geven. Dat kon ook speels gebeuren bij de verkennerij, in sportclubs en met toneelspel. In elke plaats was wel een patronaatsgebouw waar clubs bijeen konden komen. Vaak was er een toneelzaaltje bij. Het was de bedoeling dat iedere werkende bij een katholieke standsorganisatie terecht zou komen, een soort vakbond, en de weg daarheen begon voor arbeiders bij het lidmaatschap van De Jonge Werkman. Het was een katholieke jeugdbeweging voor sport, spel, wandeltochten, fietsen en toneel. Teun kwam bij de voetbalclub van De Jonge Werkman, de RK Sittardse Boys. Het voetbalveldje lag in de Baandert. Achter de lagere school. Hij droeg een grote witte trui en zwarte kniekousen. Geld voor voetbalschoenen was er niet. Maar de hoge schoenen van zijn overleden vader gingen een beetje op voetbalschoenen lijken. als Teun er witte veters in deed. Was Toon een goede keeper? De latere tandarts Paul Stassen stond met wat jongens achter het doel die riepen: Teun kikoed, daar kump in de bal! Maar dan was het al te laat. De slungelachtige teun stond vooral in het doel om de omstanders te amuseren. Hij probeerde met gekkigheid de tegenstander zo aan het lachen te maken dat diens schoten krachteloos werden. Overigens was ik opvallend behendig in het stoppen van strafschoppen. De keeper hoefde in die dagen nog niet op de doellijn te blijven staan als het vonnis werd voltrokken. Daar maakte ik slim gebruik van. Want even voordat de knaap die de penalty nam zou schieten, ging ik naar hem toe en fluisterde hem een of andere stomme mop in het oor. De bewuste speler schoot dan wel in de lach, maar hij schoot de bal niet in het doel. Als bij uitwedstrijden de thuisclub aan de verliezende hand was en er een dreigende sfeer bij het publiek achter zijn doel ontstond, haalde Teun een klein wit balletje tevoorschijn, deed wat trucjes en doorbrak zo de spanning. Zoals een ander misschien foto's van voetballers of filmsterren aan de muur van zijn jongenskamer plakt, zo plakte Teun foto's van Johan Buzio aan de muur. Hij was gek op Buzio. Hij identificeerde zich volkomen met hem. Teun's moeder had een stuk over deze grote clown uit de katholieke illustratie geknipt en dat had Teun op de wand naast zijn bed geprikt. Johan Buzio was toen Nederlands populairste artiest. In een enquête van het tijdschrift Het Leven, naar de twintig populairste Nederlanders in 1927, stond Buzio als eerstgenoemde artiest op de lijst op plaats acht. Hij was de ster van de bouwmeesterrevue, een grote show opgebouwd rond zijn komische acts. Buzio trad nooit op als zichzelf, maar droeg een clownsmasker. Hij had een wit geschminkt gezicht, een rare rode neus en een malle, schorre stem die af en toe heel hoog kon uitschieten. Zijn revue werd elk jaar door de KRO-radio uitgezonden, want Buus was niet alleen enorm populair, maar ook enorm katholiek. In zo'n revue kwam Buzio verschillende keren op, steeds als een ander type, altijd zwaar verkleed, niet zelden in bizarre kostuums. Zijn markante kop en de grim die op de foto's bij het artikel stonden, interesseerde teun het meest. Zo moest het. Hij tekende de foto's vaak na, probeerde thuis voor de spiegel dezelfde plooien in zijn gezicht te trekken als Buziot. Hij sminkte zich als Buziot, zette ook een rode neus op en een pruik, en probeerde de stem van Buziot te imiteren. Maar hoe moet je een vak leren waar geen school voor is? Teun begon ermee als leerling zijn meester nauwkeurig na te doen, imitatio. De volgende stap was de emulatio, het voorbijstreven van de meester, om uiteindelijk de fase van creatio te bereiken, het zelf scheppen op basis van al het geleerde. Eerst leerling, dan gezel, en tenslotte meester worden. Zo was het in het artiestenvak eeuwen gegaan, en zo ging het ook bij teun. Alles wat hij hoorde, las of zag op artistiek gebied, sloeg hij in zich op en kon hij ogenblikkelijk reproduceren. In oktober 1934 trad Busio voor het eerst bij de 17-jarige teun in de buurt op. Hij ging natuurlijk kijken. Toen ik hem voor het eerst zag, was ik werkelijk totaal kapot. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Ongelooflijk fantastisch om te zien. Kaartje gekocht van de spaarcenten, galerij Stadsschouwburg een visioen, een verschijning uit een andere wereld, een afgod van me, ik zou hem niet hebben durven tegenspreken, ik was de kluts kwijt, dat een mens met die blik en zo'n kop zo'n merkwaardige sfeer kon oproepen, met zijn prachtige stem al die nuances kon maken, heel klein soms, een hoge piep, Volgens toon was het geheim van Buzio dat hij iets van een vogel had. Buzio keek vogelachtig de zaal in, met onwillekeurige bewegingen van zijn kop. Het was alsof je een dier op het toneel zag staan. Het was alles onbewust wat Buzio deed, en daarin lag zijn kracht. Hij wist niet wat hij deed, en als publiek wist je niet wat hij ging doen. De revue die Teun in oktober 1934 bezocht heette Vooruit maar weer. Buzio verscheen als rondleider op Schiphol, een oermens, een toneelschrijver en kwam ook op als filmster. Teun begreep dat wat Buzio deed met zijn eigen verlangens te maken had. Hij ging alles over hem lezen wat hij ook maar te pakken kon krijgen en onder de tekeningen die hij van Buzio's kop maakte schreef hij dit ben ik. Hoe Toon Hermans begon 1935-1937. Na het zien van Buzio in oktober 1934 was er één grote gedachte bij Teun blijven hangen. Dat wil ik ook. Teun kende meubelmaker Jacques Meissen uit Stadbroek, een van de actiefste leden van de jonge werkman. Op 20 januari 1935 zou daar een propagandaavond worden gehouden voor de arbeidersjeugd en Meissen vroeg of Teun voor die avond niet iets aparts kon verzorgen. Hij had hem misschien liedjes horen zingen in Victoria. Misschien had hij bij het vriendenclubje gestaan op de markt waar Teun zijn malle fratsen uithaalde. Wellicht had hij Teun voortdurend horen praten over buzio en diens revue maar hij had zeker teuns activiteiten gevolgd bij het Limburgs toneel en in de tijd op de afscheidsavond van de pastoor van Stadbroek en daar moet hij het idee vandaan hebben gehaald dat de jonge man een revue kon schrijven. De 18-jarige Teun ging aan het werk voor zijn allereerste theaterproductie. Het was een revue die Haal dat erbij ging heten. In januari 1935 was de première. Opmerkelijk was dat de tekst niet in het Zittisch, maar in het Hollands was. Dat werd in Sittard toch als een vreemde taal beschouwd. Kennelijk keek Teun al meteen buiten zijn eigen taalgebied. De opvoering was in het kale zaaltje van het Sint-Jozefsgebouw aan de Wilhelminastraat. Het zat goed vol. Er waren twaalf nieuwe leden die door een kapelaan werden aangenomen. Toen nog twee toespraken, en daarna kon Theo in het panhuis, een van de leden van de jonge werkman, op piano het openingslied inzetten. Haal dat erbij, vrolijkheid, dat hoort erbij. Er zijn verder geen teksten overgeleverd van deze revue. Teun gebruikte wat hij aan amusement had gezien, dat is duidelijk. Hij verkleedde zich als artiest. Er zijn twee foto's bewaard gebleven van dat allereerste optreden van die schuchtere armoedsaaier Teun, die later de beroemde Toon Hermans zou worden. Op de ene staat hij vreugdeloos voor een gordijn, nog zonder die tandenblikkerende lach waarmee hij zijn publiek kon veroveren. De lichtjes in zijn ogen, waarmee hij later de uiterste hoeken van Carré zou bereiken, branden nog niet. Hij heeft zijn gezicht nog niet aangestoken, zoals hij dat zelf later zo mooi noemde. Het kostuum dat hij draagt is afgedragen en slobberig. Het kan echt niet, of moet het een clowns kostuum voorstellen? Het jasje is vermaakt, van voren kort weggesneden om het op een rockkostuum te laten lijken. Er zit een donker wollen vest onder. Om te maskeren dat zijn broek veel te kort is, heeft hij een paar oude slopkousen over zijn schoenen aangedaan. Het prototype van een artiest in die dagen draagt een wandelstokje in de hand, een strooie hoed in de andere en een strikje onder de kin. Teunt dus ook. Het is een dom strikje. Hij houdt de strooie hoed onhandig vast en het wandelstokje is een rottingje van een kwartje. Misschien zaten de jonge werkmannen in de zaal er nog armoediger bij. Wat zou Teun hebben uitgevoerd? Een zonnig nummer in de trant van de grote Fransman Maurice Chevalier? Op de andere foto doet hij een poging er als Buziot uit te zien. Zijn gezicht is wit geschminkt. Hij draagt sombere klieren uit de verkleedkist, een pruikje met een verfomfaard hoedje erop. Zijn blik is vertwijfeld. Teun is nog ver verwijderd van de grote Toon Hermans, die die zal worden. En toch. Er moet die avond al een glimp te zien zijn geweest van zijn brandende talent. Er moet toch al iets de moeite waard zijn geweest. Die eerste avond van de meer dan tienduizend avonden die zouden volgen, er zat een man van de krant in de zaal. En de volgende dag kon Teun zijn allereerste recensie aan zijn moeder laten lezen. De revue is actueel en heeft onder meer de zedelijke strekking de crisis niet al te zwaar op te nemen. Doch zijn man moedig het hoofd te bieden en niet bij de pakken neer te blijven zitten. Revue was overal in die dagen: in het theater, in de film en op de radio. Het was het meest gebruikte amusementsformat. Men neemt een grote naam, bij voorkeur een komiek, en voegt er een knappe zangeres en een oninteressante maar mooie zanger aan toe. Daarna voegt men de grote komiek samen met een iets minder sterke tweede komiek en bestrooit het geheel met veel mooie meisjes die kunnen zingen en hun benen etaleren. Men kan de revue zo mogelijk nog opsieren met variété nummers als Spaanse dansparen, muzikale nummers en acrobaten. Heel belangrijk is hoe de revue wordt opgediend, muziek, decors, kostuums. Mooi is als er een vondst in zit waar iedereen over spreekt. Het verschil met een variétéavond is dat daar alle artiesten los worden gecontracteerd. Die doen eenvoudigweg achter elkaar hun eigen nummer met soms een conferencier die de nummers met wat moppen aan elkaar kletst. De revue echter heeft een script, is geschreven door een auteur of is ontleend aan andere revues. Een revue heeft een vaste titel, wordt uitgevoerd door een ensemble en kan niet zomaar elke avond worden veranderd, zoals een variétéavond of show. Een revue heeft niet die inhoudelijke pretentie zoals het cabaret. En als je haar vergelijkt met een musical, is de revue veel losser. Het verhaal stelt niets voor, meestal is het niet meer dan een rode draad en de geloofwaardigheid is nihil. Alles is gericht op het uiterlijke effect, en de lach. Haal dat erbij, was Teuns allereerste revue, maar voor de rest was er niets nieuws aan. Alleen de titel al, die leek op alle nummers van die dagen. O, oh, bedoel je dat? Lou Bendy, 1933. Tijd is geld. Tolen en Valier 1934. Gaat dat zien? Henriette Davids, 1934. Maar Haal dat erbij werd in elk geval drie keer gespeeld met groot succes. Er is een foto bewaard waarop de jonge werkmannen, er deden geen vrouwen aan mee, met een bus naar een voorstelling in heide vertrekken, dus ze gingen er ook mee op tournee. Eén van de allerschoonste herinneringen, schreef Toon later op de foto. De achtti-jarige moet het ergens vandaan hebben gehaald. Niemand begint blanco. Hij had voorstellingen gezien op de kermis. Hij kende het circus en hij had Louis Davids, Maurice Chevalier en anderen gehoord op de grammofoon van Silbernberg. Bij het Limburgs toneel had hij in toneelstukken gespeeld. Hij kende Buzio en zijn revue natuurlijk. Maar verder, waarmee had hij zich verder verrijkt? Welke voorbeelden had hij? Op de radio werden revues uitgezonden. Luisterde hij daarnaar? Een nicht van zijn moeder, zangeres Helene Kals, zong op de radio lichtklassieke liederen. Daar was de familie wel trots op. Maar een radio kostte geld, en een abonnement ook. In het ouderlijk huis heerste s avonds een armoedige stilte. Daar reed op dinsdag geen Avro's Bonte dinsdagavondtrein in rond. Die grote populaire radioshow, waarvoor zoveel aan de radio gekluisterd zaten, werd in de Odastraat niet gehoord. Maar Teun kan ergens anders geluisterd hebben. In Sittard en omliggende plaatsen werden soms carnavalsrevues opgevoerd die Teun kan hebben gezien. Ome zelf Dullens stond bekend als een groot vakman in de Sittardse revuewereld. Hij speelde mee in diverse carnavalsrevues van Marotte. De Aanhouttesh, de carnavalsvereniging waarvan Teun zelf lid was. Had begin 1934 een revue gebracht die die wel zal hebben gezien. Ook voetbalverenigingen en andere clubs voerden revues op, en als je geld had voor de bioscoop waren er genoeg revuefilms te zien. De film had kort daarvoor geluid gekregen, veel geluid, en er kwamen stromen revuefilms naar ons land. Op Kerstavond 1930 werd in Sittard een nieuwe bioscoop geopend, Forum. De openingsfilm was de eerste geluidsfilm, Sunny Boy met Al Jolson in de hoofdrol. Toon moet die hebben gezien, het was eigenlijk zijn verhaal dat in die film werd gespeeld. Het draaide om een jongen die een groot artiest wilde worden en door zijn gelovige familie werd tegengehouden. De grote hit was het smartelijke lied, Sunny Boy. Toon Hermans heeft in de loop van zijn carrière een aantal vaste imitaties van artiesten gedaan. Allemaal mensen die in het midden van de jaren dertig, zijn leerjaren, aan de top stonden. L. Jolson dus, Melene Dietrich, Maurice Chevalier, Richard Tauber, Lou Bendy, Louis Davids en Busio. Ze waren zijn grote voorbeelden in die begintijd. In Toon's One Man Show van 1967, toen de herinnering aan deze artiesten nog niet verbleekt was, deed hij nog een paar van zijn oude imitaties en besloot met de zin, zo heb ik mijn vak moeten leren. Had Teun eigenlijk veel gelezen? Het weekblad De Katholieke Illustratie. en hij keek vast wel eens in de boeken. die zijn moeder uit de bibliotheek haalde, maar verder. Zijn biograaf Harry op den Kamp wees erop. dat Teun, ondanks zijn gebrekkige schoolopleiding. al vroeg aardige liedjes schreef. met leuke rijmvondsten. Teun gaf blijk van een groot taalgevoel. en een flinke woordenschat. Zijn eerste biograaf de journalist Meester Eduard Elias, door toon stevast Meester Elias genoemd, liet hij in 1951 optekenen dat hij het woord fotogeniek had gebruikt in een gesprek met zijn vriendinnetje Resi, en dat hij dat woord een dag tevoren had gelezen in een filmkritiek in de Nieuwe Eeuw. Dat was een progressief katholiek weekblad dat veel aandacht besteedde aan kunst en literatuur. Veel jonge katholieke letterkundigen schreven erin. Teunsbroer Fons werd na de oorlog hoofdredacteur van dat blad. Misschien lazen de broers het ook al voor de oorlog. Fons was ondertussen leerling journalist en nam ook veel andere lectuur mee naar huis. Hij was geïnteresseerd in literatuur en politiek en hield er altijd radicale opvattingen op na. Op het bischopelijk college werd hij beïnvloed door zijn geliefde leraar Louis De Haas. Een vurig aanhanger van de Italiaanse fascistenleider Mussolini en de Spaanse dictator-generaal Franco. Vons opstandige karakter kon zich niet politiek links uiten. De bisschoppen waren tegen links. Lidmaatschap van socialistische en communistische partijen kon een katholiek duur komen te staan. De kerk zou hem het laatste sacrament, het heilig oliesel, weigeren. Wat betekende. Na je dood direct naar de hel. Tegen de priesters ingaan betekende in der tijd in Limburg dat je in de hel op aarde belandde. De priesters konden het je knap lastig maken. Het wel fascisme werd dus volgens Fons Hermans voor veel opstandige Limburgse jongeren hun uitlaatklep. Toen echter ook dat, in de jaren dertig, toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, werd afgekeurd door de kerk, kwam Fons in verzet. En schreef een brochure waarin de goede daden van Mussolini breed werden uitgemeten. Er zou bij teun thuis dus heftig gediscussieerd kunnen zijn over politiek met de vurige fonds. Maar voor politiek had teun niet de minste belangstelling, en vurige discussies ging hij uit de weg. Hij was niet voor spanning, maar voor ontspanning. Hij wilde niet dat de mensen zich zouden verzamelen, maar dat ze zich zouden verstrooien. Tussen het prijskaartje schrijven en etaleren door, dacht hij alleen maar aan revue. Op 25 januari 1935 werd de nieuwe revue met vlaggenwimpel van Buzio op de radio uitgezonden. Teun zal de kans om zijn idool opnieuw te horen niet voorbij hebben laten gaan. Het moet hem zijn opgevallen dat Buzio veel gevoel had voor het tragicomische. Hij speelde een oude theaterportier die, door toeval, zijn oude variété-nummer weer moest doen en dat niet meer kon. Heel bekend werd de act van Buzio als linkse volksmenner. De zin: weg met het kapitaal, breng het maar bij mij thuis, werd de volgende dag door heel Nederland nagezegd en werd al gauw spreekwoordelijk. Buzio deed een concertpianist na en kwam verkleed als Offenbach op om te dirigeren. Dat jaar vierde Busio zijn veertigjarig toneeljubileum en er verschenen veel kranteninterviews met hem. Er kwam zelfs een aardig boek uit met veel foto's en tekeningen dat in het archief van Toon Hermans is bewaard. Het zal Teun niet zijn ontgaan dat ook Busio een armoedige jeugd had gehad. Veel gekkigheid uithaalde met vriendjes op straat en nauwelijks naar school was gegaan. Hij had het vak geleerd door te kijken naar de komiek Michel Solser, die vaak optrad in de Amsterdamse Nes, waar Buzio opgroeide. Solser was een van de grootste komieken geweest van de jaren 90 van de 19e eeuw. Buzio had hem als kind voortdurend achterna gelopen en geïmiteerd. Zijn vriendjes noemden Buz het Alziend Oog want als ik een uurtje met iemand had zitten praten kende ik hem van binnen en van buiten zijn eerste succes was gekomen met een goochelparodie. pusio verklaarde in interviews dat de basis van het vak het observeren van de mens is en hem vervolgens nadoen typeren door heel kleine onbeduidende gebaren waarvan de aaneenschakeling het zuiverst een levensbeeld geeft zei die in een interview met Herman Moerkerk in Panorama. Zo spelen dat het publiek zichzelf herkent. Een spiegel ben je eigenlijk. Journalist Henrik Scholte vergeleek Buzio in De Groene Amsterdammer met Charlie Chaplin. Zij bespieden hun medemens journalistiek scherp en dichterlijk gevoelig. Ze weten dat de lach de hoogste vorm van drama is. Hij noemde Buzio. Wijs, maar God zij dank ook eenvoudig en volks. Het ging bij hem nooit om de tekst of om de grappen. Hij was geen humorist, maar een komiek, omdat hij ook zonder tekst leuk is, bij wie het gaat om wie die is en wat hij kan. Voor een komiek is de tekst maar een aanleiding om met zichzelf aan de slag te kunnen gaan. Buzio zat op het toneel kersen te eten. Dat waren geen kersen, maar de mensen dachten dat ze kersen zagen. Bugio gaf een parodie van de mens. Hij prikte de pretenties door van dominees en sprekers. Hij speelde een lid van een huldigingscomité dat een krans aanbood aan een denkbeeldige jubilaris. De mensen lachten zich gek. Af en toe zette Bugio een filosofische toon op en zei die simpele waarheden die diepe indruk maakten en veelvuldig werden geciteerd. In een tijd dat in het nationaal-socialistische Duitsland de rassenwetten werden ingevoerd en joden het land probeerden te ontvluchten, zei hij als filosofische schoenmaker, Je hebt ze met rechte neuzen en je hebt ze met kromme neuzen. Maar ik zeg altijd, het gaat om het binnenwerk. Buzio waarschuwde in interviews dat je zuinig moest zijn met je effecten, je grimassen, je rariteiten, je moest ze doseren. Hij liet aan lach heel langzaam uit zijn masker tevoorschijn komen, een techniek die Toon Hermans later ook altijd toepaste aan het eind van zijn grote lachconferences. Buzio was er erg goed in om waarheden als koeien, als enorme ontdekkingen, soms fluisterend te presenteren. De paarden eten de haver. Hoe gek iets ook wordt, er moet een ijzeren logica achter zitten, vond hij. Ik dweep niet met succes waaraan de logica ontbreekt. Wanneer hij een lachstorm veroorzaakte, keek hij de zaal in met een blik waaruit sprak: Heb ik iets leuks gezegd? Heel belangrijk vond hij het dat je tijdens het spelen voortdurend voelde wat het publiek voelde. Daar moest je mee spelen. Met ze meegaan of er juist tegen inspelen. Het publiek was je grote lerenmeester, zei hij altijd. Het publiek is je directeur. Het suggereert of dwingt je iets te doen wat het graag ziet. Ik ben een lapje stof dat door het publiek geplooid wordt. Je moest het publiek ook aankijken. Kijk naar je boterham, zei Buzio. In ieder interview benadrukte hij dat hij zich nooit zou verlagen tot schunnigheden of dubieuze grapjes. Iedereen moest in zijn waarde worden gelaten en zijn programma's moesten ook voor kinderen geschikt zijn. Al deze uitlatingen van Buzio uit verschillende interviews in de jaren dertig zouden ook door toon gezegd kunnen zijn in interviews vijftig jaar later. In oktober van dat jubileumjaar 1935 werd het programma van Buzio in Heerlen gespeeld. Er was een kleine huldiging na afloop, waarbij Buzio werd toegesproken en een schilderij van Georges Tilens kreeg aangeboden, waarop een viertal mijnwerkers stonden afgebeeld. Tussen de radio-uitzending van Buzio in januari en zijn Heerlense jubileumvoorstelling in oktober 1935 was er veel gebeurd met Teun. Een dag na de uitzending had er een bericht in de Limburger gestaan dat enige dames en heren Toon Hermans hadden aangezocht om een eigen Revue-gezelschap te beginnen. Misschien werden de plannen gesmeed in café Notre-Dame. Boven de zaal woonde René Bekman, die getrouwd was met Anneke Keunings, de dochter van de eigenares. Bekman was een Duitse mijningenieur. Die een verantwoordelijke functie had op de staatsmijn Maurits in Geleen. In zijn vrije tijd speelde hij uitstekend piano. Bekman was een wat deftige heer, vijftien jaar ouder dan Teun, die voorzitter werd van het revuegezelschap in oprichting. Met hem heeft Teun jarenlang opgetreden. Het was goed gezien om hem te betrekken in de plannen, want Bekman was goed ingevoerd in het Sittardse verenigingsleven. De Tesh had de carnavalsrevue revue Mer Mouthoute, maar moet houden, in de maak die op 23 februari 1935 in première zou gaan. De leider van de revue had niet graag dat Teun ook meedeed. Op voorspraak van Bekman mocht Teun toch in de pauze optreden, terwijl het doek achter hem dicht was. Zijn nummer werd een daverend succes. Meer dan 60 jaar later herinnerde Bekman zich. Het sloeg in als een granaat. Het was alsof het publiek erop had gewacht. Bij de tweede pauze bleven de mensen: Teun! Teun! roepen en hij moest terugkomen. Het was net of hij zelf ontploft was. Nu was hij op slag bekend in Sittard. In mei kwam hun eigen Sittard's revuegezelschap, voorzitter René Bekman, artistieke leiding Toon Hermans. Voor de dag met een bonte avond onder het motto leven de pret, gehouden in het Sint Jozefgebouw. Teuns moeder kwam, net als op 23 februari, weer niet kijken. Ze had weinig feducie in het artieste gedoe van haar zoon. Maar teun las haar thuis zijn teksten voor. Ze was kritisch, maar kon ook nog altijd goed om hem lachen. Dat hij onder de hoede was gekomen van de oudere René Bekman, stelde haar enigszins gerust. Zolang u bij hem blijft, ben ik tevreden, zei ze tegen Beckman. De volgende dag las ze een recensie van de gevreesde journalist Frans Tevensen in de Limburger Courier. Toon Hermans vulde de avond met voordrachten en had vooral veel succes met de wereldreis. Hij toonde zich een goed humorist. Teun was nu superproductief... Direct na Leven de Pret had hij alweer een volgende revue klaar liggen, maar die werd nooit opgevoerd. De tekst is bewaard gebleven. Voor zichzelf had hij in die beoogde revue Doe je mee? de rol van gelukzoeker op het oog. De draad van de revue was inderdaad de zoektocht naar geluk. Een Amsterdamse volksvrouw, waarvoor Heintje Davids in de film De Jantjes model had gestaan. Klaagt dat haar man zo is veranderd. De crisis heeft hem radicaal opgevreten, meneer. Er volgt een lied, kop op, waarin wordt gesteld dat iedereen gebukt gaat onder zorgen en niemand een oplossing weet. De volkenbond praat alleen maar. Hoe kan men uit de malaise weer geraken? De oplossing is vreugde en vrolijkheid inzetten tegen de crisis. Op dat punt aangekomen. Zou Teun verschijnen met zijn strooiehoed en een anticrisismedicijn gaan verkopen. Hang je moed niet aan de kapstok, hang jezelf daar ook niet aan. Volg mijn raad, ik zou je helpen en je blijft gelukkig, man. Het is geen drankje, het is geen poeder, maar het is een lachrevue. Profiteert van dit receptie, vol verwachting vraag ik u, doe je mee, doe je mee? Haal de vrolijkheid nu weer in de tijd, doe je mee? Waarom deze revue niet doorging is niet duidelijk, maar Teun en Beckman zetten wel door. Ze besloten de zaken grondig aan te pakken met hun gezelschap en planden een grootse revue voor oktober. Zeg, hoe vind je dat? Ze huurden een grote zaal en lieten kostuums uit Amsterdam komen. Schrijver Teun Hermans schreef de tekst, op aandringen van Beckman, weer in het Nederlands. Wend dat plat af. Boven de moerdijk verstaan ze je niet, had hij tegen Teun gezegd. Regisseur Teun Hermans repeteerde met twaalf meisjes. Affiches en programma's werden gemaakt door ontwerper teun Hermans, en decorateur Teun Hermans schilderde de decorstukken alles op de pof gekocht. Er was veel geld in gaan zitten, driehonderd gulden, geld dat er eigenlijk niet was. In de kranten zetten ze advertenties voor deze eerste grote revue van Teun. Het was uiterst spannend allemaal. En Toon kneep hem. Er zaten twintig mensen bij de generale repetitie, die na de pauze allemaal verdwenen waren. Kaartjes waren er nog niet verkocht en het decor was nog niet klaar. Drie gulden schuld. Teun bleef doorschilderen met waterverf op behangselpapier... Degelijker materialen kon hij zich financieel niet veroorloven. De nacht voor de première stond hij nog op een ladder, een achterdoek van aan elkaar geplakte stroken behang te schilderen, toen zijn kwast door het natte papier heen schoot en het doek van boven naar beneden doorscheurde. Kon hij opnieuw beginnen. Om half zes ochtends was het eerst naar de vroegmis en daarna op zoek naar een kruiwagen die hij nodig had voor een van de scènes. Hij vond er een bij een smid toen moest hij nog een smoking lenen bij een vriend en de kruiwagen ombouwen en decoreren, zodat hij op de wagen van een schare sliep leek. Toen Teun uiteindelijk bij het theater aankwam, was de zaal nogal donker, maar hij zag een vrouw met een wit schort, die op elke stoel een wit papiertje legde. Hij vroeg waarvoor dat was. ''Op elke stoel waar een peperkelik zit, zit een mens. Ik zeg, mijn onderjuut is vol.'' Want de likke overal papiertjes. daar kan geen mens meer bij. Die avond werd de avond waarop het allemaal echt begon voor Teun. Het waren niet alleen buren en vrienden die er zaten, maar ook de notabelen die nooit meer naar de familie Hermans hadden omgekeken. Nu hadden ze geld neergeteld om te mogen kijken. Ze vergeleken de achtti Hermans na afloop met zijn oom Zef Dullens, de bekendste lokale revueartiest, en dat. Was een compliment. Teun had liedjes gezongen en Buzio geïmiteerd. En hij had zelfs een echte revuevondst gelanceerd: handschoenen met in iedere vinger een fluitje. Er waren twaalf revue-meisjes te zien geweest in matrozenpakjes met broeken aan. Dat was een sensatie voor Sittard. S'nachts ging hij naar huis met een alpinopet vol knaken en guldens. Ik haalde mijn moeder uit bed en flikkerde dat geld op tafel. Het rolde in het rond. Dat werd nog een grote jankpartij, want we konden weer eten. We hadden echt niks. De volgende ochtend haalde Teun bij de bakker 24 luxe broodjes voor de hele familie, die nog warm waren toen ze gingen ontbijten. In de Limburger lazen ze. Zelden heeft een revue in onze stad zulk een bijval geoogst en de toeschouwers schudden van de lach. Teun vond het wel jammer dat zijn moeder en zijn oudste broer zo weinig ophadden met zijn theaterambities. Fons schreef later, We hadden daarover een geheel verkeerde voorstelling. Zij dacht dat haar zoon dan straks op een schafotje zou staan op de kermis. Op die manier zou het een arme duvel worden. We moeten niet vergeten dat papa Hermans bankdirecteur was... Ofschoon de familie een hoop klamotten verloren had, bestond in dit geval een volkomen foutief eergevoel. ''Wacht maar, later,'' zou Teun hebben gezegd, ''dan komt er een andere tijd. Dan staat u hier in de erker aan het raam te wachten tot ik thuis kom, maar dan ben ik een beroemd artiest en dan komen de buren uit hun huis als ik met mijn Cadillac de straat in kom rijden.'' Het maakte weinig indruk. Voorjaar 1936 kwam er weer een revue. Uit de tekst van De Bonte Avond blijkt dat Teun snel vorderingen maakte als revueschrijver. Zijn thema was hetzelfde gebleven: pret en verzet en een beetje gein, dat brengt in het leven steeds zonneschijn. De scènes waren levendig en vlot geschreven. Duidelijk was de invloed bespeurbaar van Lou Bendy, die Teun in die tijd moet hebben gezien. Teun hield een conferens helemaal in dienststijl. Zeg, lui, ik schrijf raadseltjes voor de kinderen in het kleuterblaadje. Oh, dat vind ik schitterend. Zeg, hou jullie ook van raadseltjes? Ja, zeg, die meneer aan de piano lacht, die zal dat leuk vinden. Zeg, dat is onze pianist, daarom hebben we hem achter de piano gezet. Hij speelt wel mooi, hè? Ja, hij speelt goed. Hij is zo vlug in de vingers, hè. Verleden week kwam een boer bij hem uit Guttekoof om te vragen of hij niet wil komen helpen met aardappels rapen. Zeg, kijk hem lachen. Maar ik sprak van raadseltjes. Luister, meneer Beckman, ik heb zo'n prachtig interessant raadseltje. Wilt u me dat eens oplossen, ja? Zeg, lui, het is een liefdesraadseltje. O, oh, prachtig, luister maar even. Ze was zwart, had de slanke lijn, liep door Sittard en ik hield zo veel van er. Los me dat eens even op, meneer de Componist. Hij weet het niet. Ik zal het maar zeggen: dat is de Keutelbeek. Opmerkelijk aan deze conference is vooral dat hij in gewone spreektaal is geschreven, en dat ook alle herhalingen, stopwoordjes en pauzes door teun werden genoteerd, alsof hij de natuurlijkheid uit het hoofd leerde. Teun bracht ook zijn Buzio-imitatie. Hij kwam op als de muzikale clown Michel Brani, die gekkigheid maakte met allerlei bekende opera's en zich liet interviewen over zijn nieuwe werk dat heette De Donkere Geheimen van de Witte Schimmel. En passant imiteerde hij het kinderfilmsterretje Shirley Temple en een violist. De revue-meisjes hadden een winterscène. Er waren twee momenten voor de sponsors een voor kapsalon Maison en een voor rijwielhandel Boven de Aard op de Rijksweg. Er kwam ook een ballonnenverkoopstertje op, waarmee het belangrijke ballonmotief in het werk van Toon Hermans werd geïntroduceerd. Ik leef van het gepruil der jeugd, zelfs als de baby schrijt. Dan kom ik flux met een ballon en raak hem dadelijk kwijt. De helft van mijn verkochte spul kreeg door de zon een barst. De andere helft die vloog omhoog en is verhuisd naar Mars. Drie voorstellingen werden er gespeeld. Teun's naam was gemaakt in Sittard. Helaas moesten de twee volgende geplande revues worden uitgesteld. Twee dagen na de laatste voorstelling maakte Teun een ongelukkige val toen hij als keeper in het doel stond. Het was het begin van een vervelende episode in zijn leven. De val had vermoedelijk zijn onderste rib en een nier beschadigd. Hij werd ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Teun verging van de pijn in de nierstreek. Men besloot hem te opereren, maar die zware operatie was geen succes. Teun ging weer aan het werk en hield zich ondertussen ook met refus bezig, maar de wond speelde steeds op. Er kwam een infectie bij, er ontstond een fistel waar etter uitkwam en onder de rechternier bleek een groot absces te zitten dat voortdurend opvlamde. Hij moest opnieuw worden geopereerd. Dat gebeurde deze keer in Antwerpen bij een neef van Teun, dokter Jos van Grieken, die chirurg en uroloog was in het Elisabeth-gasthuis. De operatie werd door de rijke tak van de familie Hermans betaald. In een brief aan zijn moeder schreef Teun... De nacht die aan de dag mijner operatie vooraf ging, was zo zenuwmattend dat me het zweet langs hoofd en lichaam dreef. Toen kwam de morgen en ik wandelde naar de mannenzaal om de laatste uren die ik op de operatie moest wachten kapot te krijgen. Snachts hoor ik alle klachten van die lijdende vrienden tot op mijn kamertje. Voor de operatie werd hij uitgekleed en aan handen en voeten vastgebonden. Jos liep rond met witte laarzen aan, en een andere dokter was er ook bij. Daar kwam de verschrikkelijke chloroformverdoving. Zuster Veronica drukte een gummikap op mijn gezicht, de chloroform doorstroomde mijn lichaam, en langzaam verzonk ik. Nee, ik was nog niet weg. Mijn hoofd bonste gelijk een zware hamer. Ik hoorde de doktoren spreken, heel idioot en gek klonk dat. Ik probeerde of ik sliep. Ik kon nog denken en als proef probeerde ik mijn vingers te bewegen en ja, dat kon ik nog en toen kreeg ik doodsangst dat ik wakker werd. Daar voelde ik het mes reeds in mijn lijf en toen, weg was ik, in slaap. Later in zijn boeken herinnerde Toon zich de narcoses als onmenselijke folteringen die middeleeuws aandeden. Zijn broertje Jan verlangde hevig naar Teun, die huilen moest toen hij in dienstbrief las. Ik tel nog altijd de dagen dat je komen zal, want je weet we waren dikke vrienden, Teun. Als je wat hoort wanneer je kunt komen, laat het we dan toch weten, want ik snak er naar. Zonder jou ken ik toch niet vrolijk leven. De groeten van je dikke vriend Jan. Teun was ook gefascineerd door de Vlaamse mensen in het ziekenhuis. Heeft later vaak verklaard het doktersberoep erg mooi te vinden. Toen hij weer op de been was na de operatie, schijnt hij wel in een witte doktersjas door de gangen te hebben gelopen. Met een stethoscoop om de nek verscheen hij op zaal om oude mannetjes op de beuren en ze moed in te spreken. Half mei 1938 bleek het erop dat de vis al genezen was. Volgens dokter Van Grieken had het allemaal te maken gehad met verzwakking. Ondervoeding, overwerktheid, te weinig nachtrust. Teun moest aansterken om de microben geen kans meer te geven. Daarvoor moest hij een kalme levensstijl aannemen en kreeg hij elke week een injectie. Toch was ook nu de ellende nog niet voorbij. Af en toe stak de kwaal weer de kop op, en begin 1939 kreeg Teun nieuwe ernstige complicaties, koortsanvallen. De Staphylococcus-bacterie had toegeslagen. Neef Jos had het al voorspeld. Ook ik heb gewaarschuwd dat de ziekte terug zou opkomen indien er aan geen vaccinatie, lichamelijke versterking en levensdiscipline gedaan zou worden. Mijn raad is niet gevolgd en zie daar de miserie. Persoonlijk kan ik niets meer doen. Ik heb hem op de weg der genezing gezet, daar was ik zeer blij om. Levensernst, taaie wil, aanpassings- en uithoudingsvermogen in stijgende lijn zijn hoedanigheden nodig voor elk een in de maatschappij. Teun had hoge koorts en dat betekende levensgevaar. Penicilline was nog niet beschikbaar. De 22-jarige moest bewegingloos in bed liggen. Thuis dachten ze dat hij zijn hele leven bedlegerig zou blijven. De doktoren hadden hem al opgegeven toen zijn moeder besloot een novene te houden. Omdat de apostelen van Jezus negen dagen hadden gebeden tussen hemelvaart en pinksteren, was het in de katholieke kerk gebruik geworden negen dagen te bidden indien men een speciale wens of intentie had. Men richtte zich in dagelijkse gebeden tot God om zijn gunst af te smeken, of vervoegde zich met hetzelfde doel bij hun favoriete heilige. In Sittard was de vereniging van Gemma Galgani op gang gekomen, een 19e-eeuwse apothekersdochter uit het Italiaanse Luca, wier korte leven was gevuld met visioenen en op wier lichaam wonden van Christus waren verschenen. In 1938 was er op de Kolleberg een speciale kapel voorder gebouwd. De weduwe Hermans liep negen dagen lang biddend de weg naar die kapel omhoog om genezing te vragen voor haar zieke zoon. Telkens wanneer ik u aangeroepen heb, o oh Jezus, werd ik verhoord. Dikwijls heb ik tot u mijn toevlucht genomen, en steeds hebt gij mij getroost. O, ik dank u. Maar ik wilde nog een nieuwe genade tenminste, o mijn God, als dit uw welbehagen is. Indien gij niet almachtig waart, zou ik u deze gunst niet vragen. Heb nu, o Jezus, medelijden met mij. Doch in alles geschiede uw allerheiligste wil. Amen. Volgens de overlevering hielp het vurige bidden tot Gemma. Toon schreef later over zijn moeders gebeden. Toen ze de negende dag terugkwam van haar pelgrimstocht, hoorde ik haar voetstappen naderen. Ik ben toen opgestaan uit mijn bed, de trap afgegaan en ik deed haar zelf open. Ze wist niet wat ze zag. Ik kon ook niet verklaren wat er met me gebeurd was, maar ik voelde me die ochtend stukken beter. Vanaf die dag, begin 1939, was Teun een groot aanbidder van Gemma Galgani uit Lucca, die een jaar later heilig werd verklaard. Mogelijk had Teun's wonderbaarlijke genezing daaraan bijgedragen. Toon zou haar zijn hele leven trouw blijven. Toen de weduwe Hermans hun huisarts Funske Winters enthousiast vertelde over de miraculeuze genezing van Teun, zou de medicus hebben gezegd. Als ze genezen, het gem het gedaan. Als ze kapot gaan, heb ik het gedaan. Ondanks de miraculeuze genezing was Teun niet klachtenvrij. Nog ver in de jaren veertig zou de vistel in zijn rug af en toe blijven opspelen. Zijn eerste revuesuccessen dankte Teun niet aan plaatselijke revuhelden als Oom Zef of aan lokale komieken als Harry Peters, maar hij was bij de grootste revuekomiek van Nederland, Bugio, in de lier geweest. Hij keek verder dan sittard. Hij schreef in het Nederlands in plaats van in dialect. Hij wilde ook in de rest van Nederland bekend zien te worden, maar hoe werd je dat? Hij schreef een brief aan mevrouw Bouwmeester, de directeur van de Bouwmeester-revue, maar een gunstig antwoord kreeg hij niet. Daarvan heeft ze later veel spijt gehad. Het snelst bekend werd je in die jaren via de radio. De omroeporganisaties visten naar talent, met name de VARA en de KRO, met speciale avonden waarop amateurs ontdekt konden worden. Achter Hotel Neerlandia in Heerlen bevond zich Concertzaal Limburgia. Het was een grote, hoge zaal zonder pilaren, met in het midden een groot buffet, tafeltjes en stoelen, die makkelijk aan de kant konden worden gezet als er werd gedanst. Op 19 februari 1937 werd er een radio-uitzending opgenomen van de beroemde John Crystal met zijn orkest. Hij zou eerder die avond of een dag ervoor een talentenjacht hebben gehouden onder de naam Cabaret der Onbekenden. Over zijn deelname aan die talentenjacht heeft Toon vaak verteld in zijn boeken en in interviews, waarbij hij steeds een andere versie van het verhaal vertelde. In de oudste overlevering, de biografie van Elias uit 1951, vertelt Toon dat hij, ondanks dat zijn moeder en broer Fons erop tegen waren, in een netpak in de tram naar Heerlen was gestapt met een koffer vol kostuums en schmink. Er zouden veel vrienden hebben toegezegd mee te gaan... Maar alleen Nant Willems kwam opdagen. Het was een vreselijke avond. Teun was erg nerveus en moest lang wachten. Hij had, naar eigen zeggen, tienmaal O Sole Mio horen zingen en zestien keer het Wolga-lied en het Vilja-lied als het zingende dames waren. Toen moest hij op met zijn filosofisch getinte alleenspraak à la buzio. Het zou een succes zijn geworden. Nadat John Christel alle stembriefjes had geteld, zei hij tegen Teun, u hebt de prijs. De eerste prijs bestond uit een meubeltje dat in die jaren noodzakelijk werd geacht, maar thans uit bijna elk interieur is verbannen, een rookstel. Als het geen uitgezaagde houten neger betrof met een blad in zijn mond, dan was het meestal een nieuwzakelijk zwart glazen blad in een vergroomd buizenvreem daarop een vernikkeld asbakje, een ronde bakkalieten sigarettenhouder met een nikkelen stolpje erop en een luciferhouder. Met zijn koffer en het rookstel stond Teun s'nachts op de markt van Heerle, terwijl de laatste tram al weg was en hij geen drie kwartjes bezat voor een taxi terug naar huis. In 1951 vertelde Toon dat Nant het rookstel voor vijf gulden van hem kocht, zodat hij met de taxi naar huis kon. Na het verschijnen van Elia's boek verklaarde Nant daar niets van te weten. In 1963 vertelde Toon in een interview dat het rookstel de tweede prijs betrof en dat hij het geld na verkoop had opgevuift. In 1987 herinnerde hij zich plotseling hoe een etaleur, Wim Zebrechts, mij er met zo'n autin gebaar een tientje voor gaf. Ik als een verdette naar huis in een taxi. In zijn levensboek weet Toon weer dat de eerste prijs naar een geweldige zanger ging, Joop Schreuder, een bouwvakker uit heide, die later carrière zou maken in Duitsland. Van belang is dat in al die versies het einde van het verhaal hetzelfde is gebleven. Moeder sliep. Teun maakte er wakker. Ze vroeg hoe het ging. Hij zei, ik heb gewonnen. Ze geloofde hem niet. Waar was dan zijn prijs? Hij legde het overgebleven geld op tafel. Pas de volgende dag konden ze in de krant lezen: De heer A. Hermans uit Sittard wist zich gisteravond te onderscheiden bij het cabaret der onbekenden in café Limburgia. John Crystal herinnerde zich later dat de eerste prijs was gegaan naar die lange slungel die zich al twee uur van tevoren zat te schminken. Twee weken later belde die Limburger bij hem aan in de Haarlemmerstraat in Amsterdam. Hij vertelde dat hij beroeps wilde worden en of ik niet iets voor hem wist. Christel verwees Teun naar Café Grongala op het Rembrandtplein. Dat was een zaaltje met een klein toneel waar wat variétéartiesten optraden. Teun vroeg er of hij zijn nummer mocht doen. De baas vond het best en zwaaide in de richting van de kleedkamer. Ik was bijzonder gespannen. Ik bracht mijn tragische clown met het viooltje, maar bijna niemand keek. Alle mannen zaten bier te drinken. Na afloop ging ik aan de baas vragen hoe hij het gevonden had, want ik was erg benieuwd. O, oh, ik heb het helemaal niet gezien, maar neem maar een paar biertjes. De volgende ochtend ging ik met de trein terug naar Sittard. Zo bracht ik geregeld korte bezoekjes aan Amsterdam telkens als ik wat geld verdiend had om de reis te betalen elke keer als ik er was ging ik ook naar de artiestenbeurs op maandagmiddag verzamelden zich artiesten muzikanten impresario's en directeuren in en rond café de kroon op het rembrandtplein op zoek naar een contract teun voelde zich daar klein en verdwaald hij zat met zijn clownsfoto's op een tafeltje uitgestald in een hoekje naast de deur van het toilet. Een impresario aanspreken durfde die niet. Daar kon ik een hele middag blijven zitten op één consumptie van 15 cent. Vol bewondering keek ik naar een man als Piet Muizelaar, maar werk had ik nog steeds niet. Verkering met Gerti, 1937-1940. Teun had naam gemaakt in Sittard, zeker bij zijn leeftijdsgenoten. Die erkenning deed hem goed. Ze gaf hem het begin van status, al had hij geen cent te makken. Hij voelde zijn leven veranderen. Eigenlijk was ik tot dan toe een soort knechtje geweest. Nu had ik het voor het zeggen. Het regisseren gaf me een soort zelfbesef wat ik voor die tijd niet had. En langzamerhand verdween mijn minderwaardigheidsgevoel en de schuchterheid werd ook veel minder. Teun was nu gezien bij de meisjes. Hij had een dun Clark Gable-snorretje laten staan, wat hem iets van een filmster moest geven, en de meiden lieten zich graag door hem de wal opregisseren, de romantische vrijersplek van Sittard. In toons dagboek tussen mei en september, dat in 1976 uitkwam, en waarin nogal wat jeugdherinneringen voorkomen, kwam hij vrij nonchalant terug op zijn veroveringen. Ik heb, toen ik jong was en overmoedig, zoveel bruiden gehad, dat ik een boek zou kunnen schrijven, waarbij dat van de man met de drie bruiden verbreken zou. Hij somde er een paar op, Jenny, kwam ze naar Joyce en voorheen, zie ik weet het niet meer. Er waren er zoveel: Agnes en Gertie, de opwindende dochters uit het muziekwinkeltje. Racy, de poëtische vreile vee uit het mijnwerkersgezin. Lies, de watervlugge die bloter dan bloot zwom in de beek die toen nog blauw en helder was. Iris, die haar uitbundige boezem als rijpe maloenen voor zich uitdroeg. Desi, met de dansdijen. Joyce, de beeldige ballerina die dol was op apennootjes en bananen. Evelien, de stermannekin, die voor twintig piltjes geen hand omdraaide. Toon vertelde ook nog over een Cigeunen romance die zo uit een speelfilm uit de jaren dertig leek te komen. Als ik met Nanja praatte en wat vrijde in het avondweiland en haar temperament de vlammen door mijn lijf joeg, voelde ik mij een uitverkorene, iemand die echt iets weten mocht van een vreemd volk met eigen geheimen en gewoonten. Toen de andere jongens van mijn leeftijd studeerden, huiswerk maakten en plannen voor een toekomst, heb ik met Nanja gevrijd. En toen de zwarte vogel was gevlogen, ben ik bedroefd geweest zoals pubers bedroefd kunnen zijn, grenzeloos. Toon voegde eraan toe dat deze vogels af en aan vlogen, dat hij nooit een plan had met ze, dat hij ze niet wilde vangen, ook al aten ze uit de palm van zijn hand. Later in zijn levensboek vertelt hij... Dat onder vrije in die tijd wel iets anders werd verstaan dan tegenwoordig. Binnenshuis vrije was ondenkbaar. Het was altijd in de open lucht, in de wei of in een portiekje, en altijd in het verborgene. Seksuele voorlichting had hij niet gehad, hij stond voor een raadsel. Ik was gespannen als ik met een meisje alleen was, een beetje angstig zelfs. Ik heb nooit geweten waarom en ik kon nooit de juiste woorden vinden die zouden zeggen wat ik voelde. De meisjes moesten altijd lachen als hij wat zei. Op zijn minst had ik graag willen kussen, maar daar kreeg ik de kans niet voor. Altijd lagen ze lachend in mijn armen. Een van de genoemde meisjes is belangrijker dan alle anderen. Gertie, de struisendochter uit de muziekwinkel. Gertie weet meer, ze was de eerste grote liefde van Teun, jarenlang zijn vaste verkering, en daarna de vrouw over wie hij het nooit meer had. Recy, het sierlijke eerste vriendinnetje dat ook op zijn bruidenlijst prijkt, vertelde hem ten tijde van, zeg hoe vind je dat, dat ze een meisje kende dat heel geschikt was voor de revue. Ze heette Gertie van Hout, was kapster en woonde nog maar net in Sittard. Teun werd aan haar voorgesteld in het kapsalonnetje op de tut weg. Eigenlijk niet veel meer dan een voorkamertje waar de buurvrouwen zich mooi lieten maken en waar hun kinderen voor een kwartje een leuke krul in hun haar kregen. Gertie was anders dan andere meisjes. Ze zag er goed uit. Blond, slank, mooi opgemaakt, vuurrode nagels. Voor sittartse begrippen was ze een mondaine vrouw. Ze was zeventien en hij negentien toen ze elkaar ontmoetten. Ze was geboren in Duitsland, waar haar ouders vandaan kwamen. Ze had in Venlo gewoond, waar ze der vak had geleerd, en was in 1936 in Sittard terechtgekomen. Het was een artistiek gezin. Er hingen mandolines met linten aan de muur, en haar vader, die in het dagelijks leven sigarenmaker was, gaf citerles en begon al snel een muziekwinkeltje. Hij hield van fietsen en reed graag met zijn dochters door de mooie grensstreek. Gertie had een oudere zus, Agnes, die ook voorkomt op de bruidenlijst van Toon. In 2002 was de 83-jarige stem van Gertie te horen op een tentoonstelling over Toon Hermans in Sittard. Gertie woonde toen al zo'n 50 jaar in de Verenigde Staten. Op een opgenomen telefoongesprek sprak ze voor die tentoonstelling in het Sitges met Harry op Den Kamp over Teun. Het was voor ons allebei liefde op het eerste gezicht. En ook onze eerste liefde en die vergeet je je leven niet, zei ze. Ze had een goed geheugen en herinnerde zich veel vrolijks. Oh, wat hebben we gelachen, schandalig. Toon schrijft in 1973 in zijn dagboek, zonder de naam van Gertie te noemen, dat ze s avonds laat hadden afgesproken bij een donker poortje van een bovallig huis onder de bomen op de wal. In zijn herinnering was het volle maan en dus behoorlijk licht. Daar kwam ze. Onder de donkere bomen ontwaarde ik ter silhouet, nogal gehaast met een wat springerige tred. Mijn hart bonsde in mijn keel. Ik stak een lucifer aan, zodat ze kon zien dat ik al in de donkere nis bij het poortje stond. Ze lachte toen ze me zag. Waarom? Misschien merkte ze mijn gespannenheid. Maar daar stond ze al tegenover me en sloeg maar meteen de armen om mijn middel. Toen de lucifer uit was, leek het nog donkerder dan het al was en op de tast bereikte mijn handen de lichaam. Ze ging met de rug tegen het poortje van het bouwvallige huis staan en legde uitnodigend der hoofd iets achterover. Ik legde mijn wang toen tegen de haren. Het ging allemaal vanzelf. Ik omhelsde haar met volle kracht en op hetzelfde moment duwde ik haar in mijn onbeheerste onstuimigheid en vanwege mijn geringe techniek dwars door het gamle poortje. Op hetzelfde moment begon er een draaiorgel te spelen. Ontzettend hard in de stille nacht. De naar binnen gevallen deur was op een aldaar opgeslagen kermisorgel gevallen. Dat was aan de achterkant van een bakkerij aan de Putstraat, weet Gertie nog. De kus werd niet gekust. Teun trok haar naar de val door het poortje overeind en ze holde gierend van de pret weg over de val, terwijl een boze stem ze nog iets achterna riep. Gelukkig had niemand ze herkend. Anders had de volgende dag het hele stadje ervan geweten. Het werd een vrolijke verkeering tussen Teun en Gertie. Teun voelde zich thuis bij de familie van Hout. Er heerste een ongedwongen sfeer, er was muziek en warm eten, want moeder van Hout had medelijden met Teun en liet hem vaak mee eten. Van Gertie's vader had Teun een rijkstaalder gekregen om bij de Bata schoenen te kopen voor zijn bezoek aan John Crystal in Amsterdam. Het werden schoenen met gummisolen, die eruit zagen als lakschoenen. Aardige, gastvrije mensen waren de van houts, voor wie er één een groot geheim bij zich droeg, maar dat zou teun pas veel later ontdekken. Verkering hebben in die tijd betekende veel wandelen en zorgen dat je uit het zicht bleef van anderen. Teun en Gertie liepen romantisch door de baandert over het zonnige paadje langs de Molenbeek naar de Schwinswaai. of ze gingen de Kollenberg op. Teun schreef lieve gedichtjes voor Gertie en veel van zijn liedjes uit die tijd hadden voor haar een speciale betekenis. Kump de zomer weier in het land, pak up, treuken aan een hand, en ze trekken dan met goeie zin, na de Kolleberg zin Dat zijn wij, zegt Gertie. Keup is Teun en ik ben Truke. Gertie vond makkelijk aansluiting bij de vriendenclub van Teun. Samen met Nant Willems en Gerp Vennings van de karpettenzaak en hun vriendinnen gingen ze uit in de danszalen. Teun danste niet, ja, één keer. Teun zei, er is een tango, laten we daar eens op dansen. Toen heeft hij me op de poten getrapt, zodat ik twee dagen niet meer kon lopen. Zij herinnert zich dat ze eens met het vriendenclubje in café Charte Sittert aan de markt zaten en dat Teun ter plekke in vijf minuten tijd een liedje maakte. Zittert, doe hups, geene boulevard, Doe spriks neet van ru of van plaats. Zittert, doe hops geen me bar, Zo so wie in de Montparnasse. En drengst in zit dat drup daar liegt sterfhoes in de Rue de lagats. Zit het zongeru, zongerplas? Doe gifs, mich tranen en spas. We bleven die laatste regel maar herhalen: schunkel en taren, dus met de arm in elkaar. Wat hebben we gelachen? In de revue Zeg hoe vind je dat? schreef Teun een duet voor Gertie en de vriendin Doortje van de Molengraft, de dochter van de eigenaar van Hotel de Prins. De een had een witte smoking aan, de ander een zwarte, het duo black and white. Gertie zingt door de telefoon. Ach, wat is een jongen zonder meisje, wat is een meisje zonder man, samen is het wel een paradijsje. Verder weet ik het niet meer, het is al zo lang geleden. Met carnaval gingen we verkleed als ouwe wieven. Mijn zus was daar goed in. Ze was een echte lamaker, Die wist van alles te vertellen tegen de hoge Pieten. Met Recy Muurmans ging ik nog eens als Tiroler meisje verkleed. We werden door iedereen herkend, maar we hebben veel lol gehad. In Hotel Victoria kwamen we een Gijs tegen. Een groot spook en een wit laken met drie gaatjes erin voor oog en mond. Een tijdje later zagen we hem weer in het Oranje Hotel, want die Gijs viel wel op. In Hotel de Prins dook hij opnieuw op en dat begon wel opvallend te worden. Om twaalf uur was het démasqué, bleek het Teun te zijn, die ons de hele avond was gevolgd. Hij was erg jaloers in die tijd. De familie Van Hout was in 1938 verhuisd naar de Paardenstraat, vlak bij de markt. Vader Van Hout begon er een muziekwinkeltje. Daartegenover, in het gebouw van de Rotterdamse Bank, woonde Paul Stassen. De jaloerse Teun ging een keer in diens kelder zitten, omdat hij daar een mooi uitzicht had op Gerty's voordeur en zo iedereen kon signaleren die er naar binnen ging. Toon had mooie herinneringen aan het muziekwinkeltje. In de biografie van Elias stond zelfs een foto van de etalage met Gerty's moeder in de deuropening, die in het boek overigens abusiefelijk de moeder van Reci wordt genoemd. In een latere publicatie vertelde Toon, zonder Gertie te noemen, dat hij daar dikwijls achter de toonbank had liggen zoenen, doordat plotseling de winkelbel ging en naar een klant binnentrad en we beide feilloos acteerden dat we iets zochten achter die toonbank. Gertie herinnerde zich dat het in 1940 een keer vreselijk regende en Teun geen jas bij zich had. Je kunt hier wel blijven slapen, had ze gezegd. Helemaal boven in het huis was een klein logierkamertje voor de Duitse familie. Moeder van het hout, een gezellige dikke matrone die de hele dag snoepte, was op de trap gaan zitten als bewaakster van de opgang. Toen Gertie uit de kamer kwam, stoofde haar moeder op. Je wilde naar boven? Nee, je kwam alleen maar naar de wc. Deze gebeurtenis werd bekend in Sittard en in de carnavalstijd zongen de laammakers op de wijze van Lili Marleen, Teundag ging vrije bij Gertie, schoon en knap, en wie een wachtpost zat mama op de trap, en al was ze kogel rond, het kwam niet langs die dikke, als daar maar niks van kump. Gertie behield nog andere herinneringen aan het logeerpartijtje. Toen ze de dag erna het logeerkamertje ging opruimen, bleek er op het plafond een versje te staan. Wel te rusten, wensch ik dig. Denk is aan mich. Denkst aan een angere jong. Kijk dan eens naar dit plafond. Hupste mich dan niet mee gaar, kan ik dan hier mer over haar. Gertie bezit een foto van een familiebezoek in Duitsland, waar Teun ook bij was. Toen de verkeering met Gertie aanbleef, begrepen vader en moeder van Hout dat die malle Teun een serieuze huwelijkskandidaat was. Dat leek hun geen best idee. Teun moet hebben gevoeld dat hij minder welkom werd en dat de verkeering werd tegengewerkt. In Sittard hadden de mensen geen geloof in hem. Ze namen hem niet serieus, dachten dat hij zou eindigen als de dorpsgek Sefke Mols. Ze lachen me uit, zei Teun wel eens. Pa van Hout probeerde sindsdien zijn dochter zo ver mogelijk weg te houden van Teun. Steeds vaker moesten de twee in het geniep afspreken. Gerti vertelde dat ze een keer met Teun in geleen had afgesproken. Der vader hoorde van een kennis dat zijn dochter bij de bushalte stond. Hij pakte zijn fiets, reed achter de bus aan en achtervolgde zijn dochter tot in een lunchroom. Teun sprong op, Gerti sprong op, ze moest onmiddellijk met haar vader mee en die liet haar naast zijn fiets hollen tot ze weer terug waren in Sittard. Pa van Hout was een daadkrachtig man, die overigens heel wat meer om handen had dan alleen zijn citer en het muziekwinkeltje, maar het meeste daarvan moest verborgen blijven, zelfs voor zijn gezin. Hij had een hond, Herta, die die een speciale training had gegeven. Als hij zijn portemonnee verstopte, wist Herta die zo te vinden. Als Gertie weg was en hij vermoedde dat ze weer met Teun aan de wandel was, dan stuurde hij Herta om haar te zoeken. Bij de familie van Teun kwam Gerti niet over de vloer. Daar kwam niemand over de vloer, behalve oom Sef Dullens, die het gezin financieel ondersteunde. Teun, zijn moeder, hield niet van mij. Fons en mam waren tegen mij. Jantje en Sef waren aardig. De moeder was erg in zichzelf gekeerd. Ze sprak met helemaal niemand, zei Gerti hier later over. Een van de meest geliefde verhalen van Toon was dat hij, nog geen zestien, op een zondagmiddag in januari in de lange, smalle winkelstraat in de verte muziek hoorde naderen. Hij kon dat opmarcherende orkest heel goed nadoen. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik kon mijn oren niet geloven. Ze speelden mijn muziek, mijn eerste mars. Het vroor dat het kraakte. Zijn jas was dun en de rillingen liepen over zijn rug. Ik bleef staan op de stoep en liet het fanfarekorps overweldigend dicht langs me gaan. Ik had het gevoel dat ik huilen moest. Ik deed het niet. De muzikanten keken niet op en niet om. Ze wisten niet dat ze mijn muziek speelden. Deze mooie scène moet rond kerstmis 1937 hebben plaatsgevonden toen hij Net 21 jaar geworden, van Wilheuts Heuts de opdracht had gekregen een feestmars te schrijven. ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van hun carnavalsvereniging, De Aanhouders. Hot Madame, aan, heette de feestmars en die werd nog altijd gespeeld. Revue schrijven en regisseren en optreden op lustige avonden van carnavalsverenigingen was heel gewoon geworden voor Teun. Hij maakte zijn eigen decors, vaak samen met broer Sef, en kreeg ook verstand van publiciteit. In april 1937 gingen overal in Sittard op een gegeven moment affiches waar enkel het woord BOEM op stond. Je kon geen kikoet, etalage, voorbij gaan of de aandacht werd getrokken door BOEM. Het was om knatschgek van te worden. Overal in de binnenstad kwam je felgekleurde affiches tegen. Na enkele dagen zong de jeugd boem, boem, boem. De ouderen fronsten de wenkbrauwen, keken elkaar vragend aan en begonnen, nu als ze waren, erover te praten. Op het werk, thuis, in het stamcafé of op zondagmorgen, onder het klokken, tijdens de homes. Het boem klonk voor en na en was uiteindelijk de oorzaak van een onschuldige, maar zeer doeltreffende opschudding. Twee dagen voor de première meldde Teun dat Boem de titel van zijn nieuwe revue was. Dat Bucio dat jaar in een revue speelde die knal heette, zou wel geen toeval zijn geweest. In een nabijgelegen plaats als Geleen was de opkomst van Teun niet onopgemerkt gebleven. De carnavalsvereniging Tureliek bestelde in 1937 een revue bij hem. Hij kreeg een gratis kamer aangeboden in hotel Riche in Geleen en was daar elk weekend te vinden. Begon daar toons gewoonte om in hotelkamers te werken. Op zondag waren er dansavonden met orkest en in de pauze kwam Teun verkleed en geschminkt als buzio met een ballonnetje in zijn hand naar beneden. Teun zat altijd in geldnood en werd voor het maken van de revue mondjesmaat uitbetaald. Hij kreeg alleen geld als hij een tekst of een liedje inleverde, en hij moest voor iedere uitgegeven cent verantwoording afleggen. Hij stond bekend als een gezelschapsman met veel vrienden. De vrees van de Ullerikes was niet ongegrond dat hij bij een volledige uitbetaling niet meer kwam opdagen en op een plaats zou blijven hangen waar het nog gezelliger was. In Geleen was Toon Hermans als artiest misschien al een hele piet. Maar in het noorden kende men hem niet. Teun stelde zijn hoop op de radio. Hij mocht auditie doen bij de KRO. Aan Eduard Elias vertelde hij in 1951 dat hij nog in korte broek liep met gebreide kousen van bomama. En dat hij een jas van vader Zaliger had aangekregen, een hoed van zijn broer en dat hij een bril had geleend om er ouder uit te zien. Dat de bijna 22-jarige freelance-etaleur, regisseur van amateurrefus en liefhebber van revue-meisjes, nog in korte broek liep, was voor die jaren zeer onwaarschijnlijk. De auditie verliep niet goed, volgens Toon. Ik zong één heel slecht liedje en toen zei die meneer, ''Ik heb het al gehoord, u hoort wel van me.'' Het was een fiasco. Thuis vertelde hij dat ze het een openbaring hadden gevonden. Amateur in de oorlog 1940-1942. Zonder dat Sittard er veel weet van had, betrok de lucht. Nazi-Duitsland was intussen zwaar bewapend. Het was al enige buurlanden binnengevallen. Er werden rassenwetten afgekondigd, en joden die naar Nederland vluchtten, werden aan de Nederlandse grens tegengehouden. Maar in Sittard, twee kilometer van die grens, was men onbezorgd en ging het leven zijn gangetje. Vader van Hout fietste, als hij geen citerles gaf, vrolijk door de Duitse grensstreek. Fons was van zijn fascistische sympathieën af en wilde, behalve journalist, misschien toch priester worden. Op de Kollenberg werd hard gebouwd aan een klooster ter ere van de heilige Gemma. Teun schilderde prijskaartjes paashazen en borden uitverkoop en reisde met René Bekman rond als de Limburgse Buzio, als hij tenminste niet geveld lag door zijn steeds opspelende kwaal. Broer Zef was ook prijskaartjes gaan schilderen en hielp mee met de decor's. Af en toe was er een opdracht voor een lied of een revue voor een van de carnavalsverenigingen, maar het was steeds meer van hetzelfde en er zat nauwelijks schot in. En toen. Werd het 1 september 1939? Duitsland viel Polen binnen. En zo begon de Tweede Wereldoorlog. Nederland mobiliseerde zijn strijdkrachten. René Bekman, een Duitser, haakte af en werd opgevolgd door pianist Leo Zanstra uit Geleen. Teun schreef een grote revue voor de carnavalsvereniging De Mander. De opbrengst was voor een goed doel. Ze ging naar Finland, dat voor zijn onafhankelijkheid streed tegen de Stalinistische Sovjet-Unie. Toen op 10 mei 1940 Duitsland het neutrale Nederland binnenviel, was het snel gebeurd met de oorlogshandelingen. Zuid-Limburg was binnen een dag bezet. Sittard werd in de nacht overrompeld. Toen de Duitse soldaten door de brandstraat naar de markt liepen, zei een winkelier jong wat kunst do zo vroeg hier doen gaan terug naar de man de indrukwekkende Duitse kolonne werd voorafgegaan door panzerwagens met het opschrift niet schieten wij komen u beschermen er was een snelle opmars naar het westen de bruggen over de Maas en het Julianenkanaal gingen de lucht in behalve die bij Gemert en zo kon de weermacht betrekkelijk snel oprukken men was Verbijsterd. Toon zei in 1991. Dat je dan opeens wakker wordt, smorgens morgens. En dat dan over de brug in de Baandert in Sittard die tanks aankwamen rijden. Terwijl ik helemaal van niks wist. Kennelijk was er aan tafel. Bij de in Duitsland geboren familie van Hout. niet veel over politiek gesproken. Maar toen de Duitsers in Sittard neerstreken, werden vader en moeder van Hout ogenblikkelijk gearresteerd. De gezellige fietstochten met Gertie en Agnes waren stevast langs de Duitse verdedigingswerken gegaan, en troepenverplaatsingen en andere incidenten waren door Pa van Hout met een geheime zender in de kelder doorgezind naar Londen. De onschuldige Sitteleeraar bleek ineens een geheim agent van de Engelsen te zijn. Gezellige ontmoetingen in Eindhoven en Rotterdam, waarbij Gerti der vader had vergezeld, bleken besprekingen met geheim agenten te zijn geweest. Vader van Hout verdween in een concentratiekamp. Moeder van Hout had Duitse joden geholpen die voor de oorlog naar Nederland waren gevlucht, maar dat wisten de Duitsers niet, die haar scherp verhoorden en in Aken in de gevangenis zetten. Gertie herinnerde zich dat haar vader tegen haar had gezegd dat als er ooit iets zou gebeuren, ze in het telefoonboek moest kijken en de bladzijde tegen het licht moest houden. Er zaten gaatjes in geprikt die een telefoonnummer vormden dat ze moest bellen om te waarschuwen. De geheime zender verstopte ze in een zak aardappelen en uien die ze met een vriendin over de grond naar een veiliger adres sleepte. Na het wegvoeren van der ouders werd hun huis van binnen kort en klein geslagen, inclusief het kapsalonnetje van Gertie, die daarna naar haar getrouwde zuster in Heerle vluchtte. Wat dit allemaal voor teun betekende, of het zijn ogen opende voor de realiteit van de oorlog, is niet bekend. De Duitse bezetter liet het Nederlandse leven in het begin ongemoeid zodat het na de oorlogsdagen weer snel zijn normale loop nam. De koningin en de regering waren gevlucht naar Engeland. Er gingen in Nederland stemmen op van politici om je maar neer te leggen bij de realiteit van de Duitse overheersing en er samen het beste van te maken. De economische inschakeling van Nederland in het Duitse Rijk werd erg snel een feit. De industrie werd gewoon ingepikt. Er kwamen maatregelen waarmee veel mensen het eens waren. Werklozen werden naar Duitsland gestuurd om daar aan de slag te gaan, en als ze weigerden, verloren ze hun uitkering. Maar ondanks het idee dat het allemaal wel meeviel, voelden de meeste mensen geen sympathie voor de Nazis en hun ideeën. Zelfs niet in Sittard, waar de Nationaal-Socialistische beweging bij de Statenverkiezingen van 1935 grote aanhang had gevonden. De bezetter maakte haast met het controleren en beheersen van de radio en de kranten, maar het overige culturele leven werd nog nauwelijks beïnvloed door de nieuwe tijd. Het uitgaansleven was weer op gang gekomen, al topde het wat met de verduisteringsmaatregel en de distributie van allerlei zaken. In dat eerste oorlogsjaar schreef Teun vier revus, de ene nog leuker dan de andere. Lachen is troef. Feestparaden en alles oké okay, waren in deze tijd onbegrijpelijk vrolijke titels. De boog kan niet altijd gespannen staan, schreven de kranten. De zorgen konden voor enkele uren aan de kant gezet worden, men vergat de bonnen en de punten, de distributie en de duisternis. Juist op deze oorlogsperikelen werden geestige toespelingen en grappen gemaakt, die veel succes hadden. Het was een tijd waarin de mensen spanning afreageerden met fluistergrappen. Men vertelde elkaar dat Buzio met een portret van Hitler het toneel op was gekomen en had gezegd. Wat zal ik ermee doen? Ophangen of tegen de muur zetten? Had Buzio nooit gezegd natuurlijk, maar de grappen deden snel de ronde. In het theater voelde men zich onder elkaar. Er was wel censuur ingesteld. Teksten moesten eerst worden goedgekeurd, maar dat was voor de oorlog ook al zo geweest. Volgens artikel 188 van de gemeentewet was de burgemeester verantwoordelijk voor de goede zeden en ook voor Teun's vooroorlogse revuteksten had hij steeds een goedkeuringstempel moeten vragen aan de Sittardse politie. In de zware, sneeuwrijke winter van 1940-1941 werd de hand van de bezetter duidelijker merkbaar. Iedereen moest nu een persoonsbewijs bij zich dragen. Amtenaren werden gedwongen op te geven of ze Joodse grootouders hadden, de zogeheten Arier-verklaring. Daaraan werd in het algemeen braaf gehoor gegeven, ondanks het protest van illegale bladen. Joodse ambtenaren en leraren werden ontslagen. Er kwam een aanmeldingsplicht voor Joden. En zij mochten niet meer naar de bioscoop. Overal verschenen bordjes voor joden verboden. De nieuwe maatregelen veroorzaakten bij hoge ambtenaren en burgemeesters grote gewetensnood en velen werden vervangen. In Sittard kwam een NSB burgemeester. Broer Vons, ondertussen antifascist, weigerde als journalist van de Limburger de welkomstreceptie te bezoeken. Dat liep uit op een schandaal, met als gevolg de sluiting van zijn krant, die werd samengevoegd met het Limburgs dagblad. Vons ging mee. Hij ging vanaf die tijd een priesteroog dragen. Moeder hoopte dat hij priester zou worden. Fons hoopte dat deze toog hem bij rassia's enige bescherming zou bieden. De carnavalsvereniging De Mander vierde haar tienjarig bestaan, en in die tien jaar had deze los georganiseerde jonge vereniging de traditionele marotte overvleugeld. Vanwege de oorlogsomstandigheden zou er dit jaar geen optocht met een prins door de straten trekken, maar een revue moest wel kunnen. Op kosten van de mander was Teun met Gertie naar Amsterdam gegaan. Er moesten kostuums worden gehuurd en jurken voor de revue-girls van de mander, de zogeheten mandarijntjes. In Theater Carré bezochten Teun en Gertie een show van Bugeaud. De twee zaten hoog op het tweede balkon. Teun wees naar het toneel, herinnerde Gertie zich. Daar zal ik een keer staan en ontzettend veel succes hebben met bloemen om me heen. Ik geloofde hem niet op mijn erewoord. Ik heb toen ook stiekem gelachen. Maar het is zo uitgekomen. Teun was erg onder de indruk van Buzio, die een filosoferende parkwachter en het mannetje van het vrouwtje van Stavoren speelde. De jubileumrevue van De Mander was een groot succes. Het grootste theater van Sittard, het Forum, zat twee avonden stampvol. Er waren honderden mensen die geen kaartje konden krijgen. Er zat duidelijk een stijgende lijn in het werk van Teun. Hij deed Het Mannetje in de Maan en dat was nu eens geen remake van een Buzio act, maar een eigen bedenksel. Men sprak over een stormachtig succes en humor die de mensen niet laat grijnzen, maar echt doet lachen. Men oordeelde dat de avond niet onderdeed voor beroepsgezelschappen uit het noorden. Tegelijkertijd speelde in de Roxie Bioscoop in Lutterade de Revue met als sterren Girard Walde en Berry Kivits. Het zal de rondtoerende Hollandse artiesten en managers niet zijn ontgaan dat een plaatselijk figuur drie, vier succesvolle revues per jaar maakte. De kranten stonden er vol van. En dan waren er de radiocontacten van Teun. De verzuilde omroeporganisaties waren opgegeven, maar de meeste mensen hadden hun baan gehouden. Nu bij de Rijksradio-omroep. De naam van de Limburgse busio was blijven hangen in Hilversum. Toen op 11 oktober 1941 een Limburgse avond op de radio werd gehouden, uitgezonden vanuit de Maastrichtse Schouwburg, werd Toon aangekondigd als Toon Hermans, de Sittardse komiek. Behalve René Sleeswijk, die revues produceerde met Snip en Snap en met Walde en Kivits, was ook de directeur van Carré, Alex Wunink, geïnteresseerd in Limburg. Hij had een eigen toneelgezelschap, het Carré-toneel, dat Sittard aandeed. Wunink was al een tijdje op zoek naar een jonge komiek om wie hij een revuegezelschapje heen kon bouwen. Een naam had hij al, de Carré-prominente. Want het was de bedoeling dat het gezelschap in zijn theater zou gaan optreden. Wunink zette zijn kaart op de vlotte jonge humorist Kees Manders, en wie die heel veel zag. Het was duidelijk dat de mensen onder de moeilijke oorlogsomstandigheden een grote behoefte hadden de realiteit te ontvluchten in een droomwereld op het witte doek of op de planken. Het was, wat dat betreft, een goede tijd voor het theater maar om te mogen spelen of om een theater, een harmonie of een amateurtoneelgezelschap te runnen, moest men zich aanmelden bij de Nederlandse Cultuurkamer. Daar maakten de meeste geen haast mee. Joden mochten vanaf oktober 1941 niet meer in cafés, concertzalen en schouwburgen komen, en ze werden uit niet-joodse verenigingen geweerd. De censuur werd aangescherpt. Engelstalige, Russische en Joodse liedjes waren ondertussen verboden en alle teksten moesten door de cultuurkamer worden gecontroleerd. Er was een handjevol acteurs en nog minder amusementsartiesten die om deze redenen uit het vak stapten. Teun zat er nog niet eens echt in. Tussen het werk en schrijven aan nieuwe revues door probeerde hij nog wat geld te verdienen met optredens in bioscopen. Hij zong daar zijn liedjes in dialect, die hij ook in een boekje uitgaf. Zittesje liedjes, zijn eerste publicatie. Maar om zijn carrière werkelijk vleugels te geven, zou hij een grotere ambitie aan de dag moeten leggen, zou hij zich beter moeten verkopen, want dat kon hij niet best. Zijn eerste manager diende zich aan na een optreden van Teun voor de Grevenbichtse voetbalvereniging. De voorzitter nam Teun na afloop in zijn auto mee naar zijn villa. Het was Ties Venken, zoon van de burgemeester van Grevenbicht. Een dik mannetje dat altijd liep alsof hij haast had en dikke Ties werd genoemd. Teun was geïmponeerd en gevleid toen Ties voorstelde om zijn impresario te worden. Er werd een nieuw gezelschap opgericht dat ook buiten Zuid-Limburg moest gaan optreden. Het Zuid-Nederlandse racketcabaret. Cabaret. Van waar die naam? Teun vond het lekker klinken. Het had iets van snelheid en van sport. Van de revue van de Mander deden Leo Sanstremé mee en het duo Black and White. Een paar meisjes uit Sittard die mooi konden zingen en er goed uitzagen, schreef Toon in zijn levensboek zonder erbij te vermelden dat het zijn vriendin Gertie en haar vriendin Doortje waren. Verder huurden ze een aantal goedkope Limburgse beroepsartiesten in. Bij de Grevenbichtse voetbalvereniging vond Teun een manisje van alles, iemand om het doek open en dicht te doen en het geluid, de decors en andere attributen onder zijn hoede te nemen. Het was de jonge Shell Savelkou die in plaatsen waar het cabaret optrad ook nog als sandwichman een wandelend reclamebord fungeerde. Chel zou uitgroeien tot een van de bekendste revueschrijvers van Zuid-Limburg, die altijd bleef verklaren dat hij nog bij het Racket Cabaret van Toon Hermans was begonnen. De ambitie en het geld van Dicke ties zorgden ervoor dat er dure, dikke advertenties in de krant kwamen. In december 1941 speelde het een nieuwe gezelschap in Limburg, te beginnen in Maastricht. In januari zouden de grote plaatsen boven de rivieren aan de beurt komen. Het programma Bonte Romantiek kreeg mooie recensies. Kennelijk zette Toon Hermans weer een nieuw stapje in de richting van zijn volwassenheid als artiest. Buitengewoon aardig was zijn lesje in Nederlandse taal. Een nummer dat groot succes had en waarin hij een meer eigen toon weet te vinden dan in de Buzio-imitaties. Dit was een uitstekend nummer. En ook in dit genre wachten hem nog vele successen, schreef het Limburgse Dagblad op 11 december. Dikke Ties plaatste nu vijf kolom's advertenties met raketachtige kreten als: donderende lachbuien, allernieuwste slagers, stemming, ritme, show, heerlijke zang, wonderlijke muziek, fenomenale danscreaties, komt dat zien! Kennelijk was Teun de aanprijzingen voor de paradetent op de kermis nog niet vergeten. De doorbraak leek opkomst. Voor de verovering van de noordelijke provincies had Teun een nieuwe revue geschreven, Vitamine Lach. Eerst een uitprobeervoorstelling in het zaaltje Oberbayern in Sittard, waar hij al heel vaak gespeeld had... En de volgende dag de grote landelijke première in Nijmegen. Venke had de grote zaal van de vereniging gehuurd, waar meer dan 1200 mensen in konden. Teun ging al vroeg met de trein naar Nijmegen. Toen hij voor het imponerende gebouw stond, zag hij dat de kassa al open was. Hij stelde zich voor aan de kassière en vroeg hoeveel plaatsen er al waren verkocht. Ze wees op de platte grond en zei, kijk u zelf maar, er was niet één plaats gereserveerd. Teun ging in de kleedkamer voor zich uit zitten staren tot de rest van het gezelschap arriveerde. De voorstelling ging niet door. Venken droeg het verlies en hield het verder voor gezien als zakelijk leider van het racketcabaret Cabaret, dat al voor de lancering was neergestort. Afscheid van Teun, 1942. En hiermee is het levensverhaal van Teun voorbij. Het verhaal van Toon gaat beginnen. Teun is een volwassen man geworden, zonder veel vooruitzichten, en de Tweede Wereldoorlog woedt. Uit zijn latere interviews, memoires, liedjes en conferences blijkt hoe Toon terugkeek op het wonderland van zijn jeugd. Hij verheerlijkte de landelijkheid en het knusse zithart van toen, en vooral ook het simpele kinderlijke geloof met al zijn mysteries. Hij vond het leuk te vertellen over zijn moeders familie, en vooral over alle muzische gebeurtenissen in zijn jeugd: de markt, de kermis, de concerten, optochten en processies. Een tijd vol tover. Maar veel van die herinneringen zou hij pas beschrijven nadat hij een zware depressie achter de rug had en in behandeling was geweest bij een bevriende psychiater. Die had hem gedwongen voor het eerst over zichzelf na te denken. Het leidde tot nieuwe inzichten. Toon zag in hoe de dramatische gebeurtenissen in zijn jeugd hem hadden gevormd. Dat ze bij hem al vroeg de nieuwsgierigheid hadden opgewekt naar wat leven is, wat dood, een nieuwsgierigheid naar het wezen van liefde en geluk. Pas later heb ik begrepen wat ik als kind blijkbaar vermoedde dat dat de essentiële dingen zijn. Het verhaal van Teun in Sittard blijkt het gemeenschappelijke oerverhaal te zijn van zeer grote komieken. Zo heeft het psychologe echtpaar Seymour en Rhoda Fisher ontdekt. Het luidt: er was een probleem met mijn vader dat zorgde ervoor dat ik me inferieur voelde. Ik ontdekte de humor om me staande te houden, het leverde me respect op en ik ging me er verder in bekwamen. Teun wist in Sittard nog helemaal niet dat hij Toon Hermans zou worden. Hij had zich daar een derde rangs figuur gevoeld die niet of nauwelijks erkenning vond in zijn werk als etaleur, maar wel in zijn vermogen mensen te imiteren, grappen en liedjes te maken, te schrijven en te regisseren. Volgens het echtpaar Fischer is het kenmerkend voor clowns dat ze een lage status hebben, buiten de maatschappij staan. Het er niet echt bij horen geeft ze vrijheid zich tussen hoog en laag te begeven. Een clown woont in de modder, maar treedt op ten paleizen. Hij probeert de wereld mooier voor te stellen dan ze is, en de mensen door middel van grappen te ontspannen en te verzoenen met hun situatie. Clowns en humoristen kijken naar de hun omringende wereld als antropologen. Ze bestuderen de mens, onthouden afwijkingen in gedrag en gewoontes, en hopen daar nog eens iets mee te kunnen doen. Ze maken geheugennotities en schetsen en zijn altijd aan het werk, want alles wat ze zien kan materiaal zijn voor hun act. Al bij zijn eerste voorstelling voelde Teun dat niet in de winkeletalage, maar op het toneel zijn bestemming lag. Bij zijn eerste optreden droeg hij de attributen van zijn overleden vader, de strooiehoed, de wandelstok, de slopkousen. Het is vaak zo dat de eerste uitingen van een kunstenaar zijn grootste drang verwoorden en de kiem weergeven van wat zijn levensthema zal worden. In zijn nette etaleurhandschrift zette Teun op zijn eerste artiestenfoto. Ik wil gelukkig zijn. Dat zong Finde Lamar in 1934 in de film Bleke Bed. En Teun heeft die kreet herkend als ook zijn streven. Zijn persoonlijke thema, het zoeken naar geluk, was toevallig ook het populairste thema in het amusement van die crisisjaren, de vrolijke opwekking niets bij de pakken neer te zitten. Haal dat erbij, vrolijkheid, dat hoort erbij, is de oudste bewaarde tekst van Toon Hermans. Het is een dooddoener uit de crisisjaren, net als de slagers van Lubendi, zoek de zon op, schep vreugde in het leven en het leven is heus niet zo kwaad. Maar teuns haal dat erbij. vrolijkheid. Dat hoort erbij. Is behalve een revue cliché ook een serieus te nemen. Eerste uiting van zijn persoonlijke levensfilosofie. Het is een reclamekreet uit de etalage van de winkel van het geluk. Vrolijkheid is geluk in een bereikbare en verhandelbare vorm. Om zelf gelukkig te worden, had teun geprobeerd andere mensen gelukkig te maken door liedjes te zingen over het geluk en gekkigheid te maken. Toon schreef later dat de dood van zijn vader een onuitwisbare indruk op hem had gemaakt en zijn leven in belangrijke mate had beïnvloed. De droefenis in ons huis, de armoede die erop volgde, ze deden me verlangend uitzien naar iets anders dan treurnis, naar iets anders dan armoede. Ik ben op weg gegaan naar de humor. Hij ging spelen, koos de rol van arme Schlemiel. die uit het niets nog humor wist te maken. en die alle verdriet en spanning probeerde op te lossen met een grap of een frats. die het liefst een masker opzette. Teun was aan de buitenkant een gek joch, maar hoe die zich werkelijk voelde. heeft hij niet vaak laten zien. Hij was vaak erg verdrietig geweest. maar. Je verborg je eigen gevoelens, je honger en je armoede. Later zei hij in een interview. Als kind heb ik avond aan avond liggen janken in mijn bed. Thuis was het koud en ongezellig. Teun zocht warmte en gezelligheid buiten de deur. Hij zocht vrede, koestering en knuffels. Thuis ging het om verstand en kennis. Teun zocht het gevoel in kolder. Door zijn lage sociale positie wilde teun zich voortdurend beter voordoen dan hij was. Hij moest zijn ware gevoelens, zijn honger, zijn verdriet en de gaten in zijn schoenen verborgen houden. Hij moest steeds ontkennen dat hij ongelukkig was. Het werd zijn tweede natuur om zijn wereld mooier voor te stellen dan ze was. Achter die wereld van schone schijn, die hij ophield, loerde altijd de angst. Het ligt voor de hand dat de armoede en de dood van vader, een blijvende angst voor armoede en dood bij hem aanwakkerden. Misschien ook angst om verlaten te worden, het zoeken naar nieuwe vaderfiguren en een verlangen naar welstand, naar mooie landhuizen en open auto's. Het was het herwinnen van een verloren paradijs. Haast alle anekdotes die Toon over zijn jeugd vertelt, gaan over afwijking. Krenking en gezichtsverlies. Ze gaan over een diep verlangen naar aanvaarding, naar respect. Het besef dat hij een derde rangs figuur is, zou de drang kunnen hebben opgeleverd een eerste rangs figuur te worden. Hij kan er een enorme geldingsdrang aan hebben overgehouden en een zekere hardheid in de omgang met anderen. Misschien is hij zijn hele leven wel een straatvechter gebleven. Toon hield aan zijn mislukte schooltijd een hekel over aan mensen die het allemaal zo goed weten. Hij benadrukte altijd de waarde van het niet weten, het mooist uitgedrukt in de regel: er gaat veel meer boven mijn pet dan eronder. Natuurkunde, aardrijkskunde, dat waren de vakken van het weten de wereld van de feiten en de rekenlineaal. Als de leraar natuurkunde vertelde over het zonnestelsel, dan had hij alleen aandacht voor een lieve heerspeesje dat over zijn bank liep. Het wonder en de verwondering, die hebben mijn leven gemaakt tot wat het is. Teun hield het liever bij de mooie verhalen van de Bijbel en bij het mysterie dat er deuntjes in zijn hoofd opkwamen als hij op de tafel zat te trommelen. Hij ontwikkelde een zekere minachting voor school. Hij stimuleerde later zijn kinderen ook niet om op school iets te leren. Hij had dat zelf toch ook vergebracht zonder onderwijs? Kan ik dat leren, koopman? Nee, dat kun je niet leren. Het adagium van de fluitjesman bepaalde zijn houding. Teun had college gelopen op de markt in Sittard. En zijn meest geliefde verhaal dat hij altijd met verf en vol trots vertelde, was de anekdote van de fluitjesman, zijn leermeester, die zijn hoed voor hem afnam en zei U bent Toon Hermans geworden. Dat was zijn diploma-uitreiking. Teun bezocht trouw Buzio's revues en hij volgde hem steeds sterker na. Als Bu een vrouw speelde, die iets in haar handtasje zocht en daar heel lang over deed... Dan probeerde hij in zijn volgende eigen revue zijn leermeester te overtreffen en nog langer in het tasje te zoeken. Buzio had een act als fakier, Teun ook. Buzio deed iets met veel verschillende hoedjes, Teun ook. Zoals ook aankomende schilders van hun leraar moesten doen, kopieerde hij in zijn leerjaren meesterwerken van anderen: Buzio, Bandy en Davids. Originaliteit was in de wereld van de kermis, het circus en de revue geen vereiste. Juist niet eigenlijk. Het ging om de ontwikkeling van de techniek, om eeuwenoude acts, trucs en fratsen onder de knie te krijgen. De buzo-nummers die Teun bracht zouden in de muziekwereld covers worden genoemd, eigen interpretaties van bestaand materiaal. Teun's eerste jaren als artiest vormden de slechtste tijd van zijn leven, ondanks de verliefdheid en de roes van de eerste successen. Dood Hermans had het in zijn latere shows vaak over zijn jeugd, maar vrijwel nooit over die periode als amateurartiest. Die inspireerde hem kennelijk niet. In zijn vele autobiografische geschriften is Toon erg onnauwkeurig over zijn Sittardse tijd. Hij legt steeds de nadruk op hoe jong hij was bij allerlei gebeurtenissen, wat in werkelijkheid niet altijd zo was. Het is net alsof hij zichzelf voortdurend als vijftienjarige ziet in Sittard. Opmerkelijk is ook dat René Beckman, zijn vaderlijke vriend met wie hij jaren optrok, vrijwel niet wordt genoemd. Zijn naam viel nooit. Zijn vaste verkering Gertie wordt alleen terloops genoemd, en haar betekenis voor hem wordt nergens duidelijk geschetst. Amsterdam, 1942, 1950.